De grote vriendelijke reus. Hoofdstuk 1. Het spookuur. Sophie kon niet slapen. Een heldere maanestraal viel door een kier in de gordijnen. Hij scheen precies op haar kussen. De andere kinderen in de slaapcel sliepen al uren. Sophie deed haar ogen dicht en lag doodstil. Ze probeerde uit alle macht in slaap te vallen. Het ging niet. De maanestraal sneed als een zilveren mes door de kamer tot op haar gezicht. Het huis was volkomen stil. Geen stemmen klonken op van beneden. Geen voetstappen klonken op de verdieping boven. Het raam achter het gordijn stond wijd open. Maar niemand liep op de stoep buiten. Geen auto's reden voorbij op straat. Nog niet het kleinste geluid was te horen. Sophie had nog nooit zo'n stilte meegemaakt. Misschien, dacht ze bij zichzelf, was dit nu wat ze het spookuur noemen. Het spookuur, had iemand haar eens toegefluisterd, was een speciaal moment midden in de nacht, wanneer alle kinderen en alle grote mensen in diepe, diepe slaap verzonken waren en alle duistere dingen uit hun hoeken en gaten tevoorschijn kropen en de wereld voor zich alleen hadden. De maanestraal scheen helderder dan ooit op Sophie's kussen. Ze besloot haar bed uit te gaan en de kier in de gordijnen dicht te doen. Je kreeg straf wanneer ze je betrapte als je uit bed was, nadat ze het licht had uitgedaan. Zelfs al zei je dat je naar de wc moest, dan nog werd dat niet als excuus geaccepteerd en kreeg je toch straf. Maar nu was er niemand in de buurt, dat wist Sophie zeker. Ze pakte haar bril die op de stoel naast haar lag. Hij had stalen randen en hele dikke glazen. Zonder bril kon ze bijna niks zien. Ze zette hem op, glipte uit bed. Hij sloop op haar tenen naar het raam. Toen ze bij de gordijnen kwam, aarzelde Sophie. Ze had reuze zin eronder door te duiken en uit het raam te hangen om te zien hoe de wereld eruit zag wanneer het spookuur eraan kwam. Ze luisterde weer. Het was overal doodstil. Het verlangen naar buiten te kijken werd zo sterk dat ze het niet meer kon houden. Vlug dook ze onder de gordijnen door en boog zich uit het raam. In het zilveren maanlicht zag de dorpsstraat, die ze zo goed kende, er totaal anders uit. De huizen leken krom en scheef, als huizen in een sprookje. Alles was bleek en spookachtig en melkwit. Aan de overkant zag ze het winkeltje van mevrouw Ransen, waar je knopen, wol en elastiek kon kopen. Het zag er onecht uit. Ook dat had iets schimmigs en mistig. Sophie liet haar ogen steeds verder de straat afdwalen. Plotseling verstijfde ze. Aan het eind van de straat kwam iets aangestapt. Het was iets zwarts. Iets langs en zwarts. Iets heel langs en heel zwarts en heel dun. Hoofdstuk 2. Wie? Het was geen mens, dat kon niet. Het was al 4 keer zo lang als de langste mens. Het was zo lang dat zijn hoofd nog boven de bovenste ramen van de huizen uitstak. Sophie sperde haar mond wijd open om te gillen, maar er kwam geen geluid uit. Haar keel was, net als haar hele lijf, verstijfd van schrik. Het was echt het spookuur. Het lange, zwarte wezen kwam haar kant op. Het bleef dicht bij de huizen aan de overkant verborgen in de schaduwen waar geen maanlicht viel. Het kwam nader en nader, al dichter en dichterbij. Maar het liep steeds kleine eindjes tegelijk. Het stond even stil, liep een stuk verder en stond weer stil. Wat spookt het in vredesnaam uit? Aha, nu kon Sophie zien wat het deed. Het stond stil bij ieder huis. Het stond stil en tuurde bij ieder huis in de straat door de ramen op de bovenverdieping naar binnen. Hij moest zich soms zelfs nog bukken om door de ramen boven te kunnen kijken. Kun je nagaan hoe lang die was. Steeds stond het stil en keek naar binnen. Dan sloop het naar het volgende huis, stond weer stil en keek naar binnen enzovoort. De hele straat langs. Het was nu veel dichterbij, dus Sophie kon het beter zien. Ze bekeek het nauwkeurig en besloot dat het wel een soort persoon moest zijn. Maar het was duidelijk geen menselijk wezen. Het was bepaald wel een persoon. Een reuze persoon misschien. Sophie staarde naar de andere kant van de mistige maanverlichte straat. De reus, als het dat tenminste was, droeg een lange zwarte mantel. In een hand hield hij iets wat eruit zag als een hele lange dunne trompet. In zijn andere hand droeg hij een grote koffer. Nu stond de reus precies voor het huis van meneer en mevrouw Koetsie stil. De Koetsies hadden een groentewinkel in het midden van de dorpsstraat en de familie woonde boven de winkel. De 2 kinderen van Koetsie sliepen in de bovenkamer aan de voorkant, dat wist Sophie.
De reus tuurde door het raam in de kamer waar Michael en Eugene Coetzee lagen te slapen. Vanaf de andere kant van de straat keek Sophie toe en hield haar adem in. Ze zag de reus een stap naar achteren doen en zijn koffer op de stoep zetten. Hij bukte zich en deed de koffer open. Hij haalde er iets uit. Het leek wel een glazen pot, zo'n vierkante met een schroefdeksel. Hij schroefde het deksel van de pot en goot de inhoud in het uiteinde van het lange trompetding. Sophie keek bevend toe. Ze zag hoe de reus weer rechtop ging staan en de trompet door het open raam naar binnen stak in de kamer van de slapende kinderen van Coetzee. Ze zag de reus diep inademen en poef! Hij blies op zijn trompet. Er kwam geen geluid uit, maar het was Sophie duidelijk dat wat er ook in die pot had gezeten, het nu door de trompet in de slaapkamer van de kinderen van Coetzee was geblazen. Wat zou dat zijn? Toen de reus de trompet uit het raam terugtrok en zich bukte om de koffer op te tillen, draaide hij toevallig zijn hoofd om en keek naar de overkant van de straat. In het maanlicht ving Sophie een glimp op van een enorm lang, bleek gerimpeld gezicht met twee enorm grote oren. De neus was scherp als een mes en boven de neus zaten twee helder schitterende ogen en die ogen staarden regelrecht naar Sophie. Ze zagen er wild en duivels uit. Sophie gilde en deinsde terug van het raam. Ze vloog door de slaapzaal, sprong in bed en kroop weg onder de deken. En daar lag ze dan, ineengedoken, muisstil en met kippenvel van top tot teen. Hoofdstuk 3, de ontvoering. Onder de deken wachtte Sophie af. Na een minuut of wat tilde ze een puntje van de deken op en tuurde er onderuit. Voor de tweede keer die nacht stolde het bloed in haar aderen tot ijs en wilde ze schreeuwen, maar er kwam geen geluid. Daar voor het raam, tussen de opzij geschoven gordijnen, keek het enorme, lange, bleke, gerimpelde gezicht van de reuzenpersoon naar binnen. De schitterend zwarte ogen waren gericht op Sophie's bed. Even later kwam een reuzenhand met bleke vingers door het raam naar binnen glijden. Het werd gevolgd door een arm die wel zo dik als een boomstam leek, en de arm, de hand en de vingers reikten dwars door de zaal naar Sophie's bed. Dit keer schreeuwde Sophie echt, maar niet meer dan een tel, want meteen klemde de reuzenhand zich om de deken en werd haar geschreeuw gesmoord door het beddengoed. Sophie, in elkaar gedoken onder de deken, voelde hoe sterke vingers haar vastpakten en daar werd ze van haar bed gelicht met deken en al door het raam naar buiten gedragen. Als jij je nog iets ergers kunt bedenken dan zoiets meemaken midden in de nacht, dan zou ik dat wel willen horen. Het vreselijke was dat Sophie precies wist wat er gebeurde, ook al kon ze niet zien. Ze wist dat een monster of een reus met een enorm lang, bleek gerimpeld gezicht en gevaarlijke ogen haar midden in het spookuur van haar bed had geplukt en haar nu in het deken gewikkeld door het raam naar buiten droeg. Wat daarna echt gebeurde was dit. Toen de reus Sophie naar buiten had gehaald, vouwde hij de deken zo dat hij de vier punten met een van zijn reuzenhanden kon vastpakken en Sophie er binnenin gevangen zat. Met zijn andere hand pakte hij de koffer en de lange trompetting en daar rende hij weg. Sophie wriemelde net zo lang in haar deken rond tot het bovenste stuk van haar hoofd door een kier vlak onder de reuzenhand naar buiten stak. Ze keek om zich heen. Ze zag de huizen van het dorp aan beide kanten langs zich heen suizen. De reus holde de dorpstraat af. Hij holde zo hard dat zijn zwarte mantel achter hem uitwaaide als de vleugels van een vogel. Iedere stap die hij deed was zo lang als een tennisbaan. Hij rende het dorp uit en al gauw reesden ze door maanbeschenen velden. De heggen tussen de velden waren geen probleem voor de reus. Hij stapte er gewoon overheen. Er verscheen een brede rivier op zijn weg. Met één zweefsprong was hij erover. Sophie hing in de deken en keek naar buiten. Ze bonkte als een zaak aardappelen tegen het been van de reus. Over de velden en heggen en rivieren gingen zij. En na een poosje kwam er een angstige gedachte bij Sophie op. De reus rent zeker zo hard, zei ze bij zichzelf, omdat hij honger heeft en zo gauw mogelijk thuis wil zijn. En dan eet hij mij op voor zijn ontbijt. Hoofdstuk 3, de grot. De reus rende verder en verder. Maar nu kwam er een eigenaardige verandering in de manier van lopen. Hij leek plotseling in een hogere versnelling over te schakelen. Al sneller en sneller ging hij en al gauw ging hij zo hard dat het landschap vervaagde. De wind prikte Sophie's wangen. Hij deed haar ogen tranen. Hij drukte haar hoofd naar achteren en floot in haar oren. Ze kon niet langer voelen hoe de voeten van de reus de grond raakten. Ze had het raar idee dat ze vlogen. Het was onmogelijk te zeggen of ze over land of over zee gingen. De reus had een soort toverkracht in zijn benen. De wind die tegen Sophie's gezicht waaide werd nu zo sterk
dat ze weer terug in de deken moest duiken als ze niet wilde dat haar hoofd eraf geblazen zou worden. Zou het echt waar zijn dat ze oceanen overstaken? Sophie had in ieder geval de indruk van wel. Ze zat ineengedoken in de deken en luisterde naar het huilen van de wind. Het leek wel uren zo door te gaan. Plotseling hield de wind op met huilen. De snelheid nam af. Sophie voelde opnieuw de reuzenvoeten over de grond dreunen. Ze stak haar hoofd uit de deken om te kijken. Ze waren in een land van dichte bossen en snelle rivieren. De reus ging nu bepaald langzamer en rende nu heel wat normaler, hoewel normaal wel een raar woord is voor een galopperende reus om mee te beschrijven. Hij sprong over een dozijn rivieren. Hij ging krakend dwars door een uitgestrekt woud, toen door een vallei en over een heuvelrug zo kaal als beton en even later galoppeerde hij over troosteloze woestenij dat iets onaards had. De grond was vlak en bleekgeel. Grote blokken blauwe rots lagen her en der in het rond en overal stonden dode bomen als skeletten. De maan was al ondergegaan en de dag brak nu aan. Sophie, die nog steeds over de rand van de deken tuurde, zag plotseling een steile woeste berg voor zich opdoemen. De berg was donkerblauw en de hemel eromheen schitterde en glinsterde van licht. Bleekgouden vlekjes zweefden tussen ragfijne sneeuwwitte wolkenvlokken. En boven één kant verscheen de rand van de ochtendzon, zo rood als bloed. Aan de voet van de berg stond de reus stil. Hij hijgde geweldig. Zijn machtige borst deinde hevig op en neer. Hij moest even op adem komen. Recht voor hen zag Sophie een massieve ronde steen tegen de flank van de berg leunen. Hij was zo groot als een huis. De reus stak zijn hand uit en rolde de steen opzij, die net zo gemakkelijk alsof het een voetbal was. En nu verscheen op de plaats waar de steen had gestaan een kolossaal zwart gat. Het gat was zo groot dat de reus niet eens hoefde te bukken om naar binnen te gaan. Hij stapte het zwarte gat binnen met Sophie in één hand en de trompet en de koffer in de andere. Zodra hij binnen was, stond hij stil, draaide zich om en rolde de grote steen weer op zijn plaats, zodat de ingang van zijn geheime grot van buitenaf onzichtbaar was. Nu de steen weer voor de ingang lag, was er geen straaltje licht binnen in de grot. Alles was pikzwart. Sophie voelde dat ze op de grond werd gelegd. Toen liet de reus de deken helemaal los. Zijn voetstappen verwijderden ze zich. Daar zat Sophie, in het donker, sidderend van angst. Nu zal hij me zo gaan opeten, zei ze bij zichzelf. Waarschijnlijk eet hij mij zo rauw op. Of kookt hij misschien eerst. Of hij gaat me bakken. En dan gooit hij me gewoon als een plakje spek in een reusachtige koekenpan, spetterend in het vet. Plotseling werd alles verlicht door een helder schijnsel. Sophie knipperde met haar ogen en staarde om zich heen. Ze zag een enorme grot met hoge, rotsachtige zoldering. De muren aan weerskanten waren bekleed met planken en aan de planken stonden rijen en rijen glazen en potten. Overal stonden potten, in de hoeken stonden hele stapels. Alle hoeken en gaten van de grot stonden er vol mee. In het midden van de vloer stond een tafel van wel 4 meter hoog en een even grote stoel erbij. De reus trok zijn zwarte mantel uit en hing hem aan de muur. Sophie zag dat hij onder de mantel een soort overhemd zonder kraag aan had en een vies oud vest waar geen knopen aan schenen te zitten. Zijn broek had een verschoten groene kleur en veel te korte pijpen. Aan zijn blote voeten droeg hij een paar idiote sandalen waarin om de een of andere duistere reden aan weerszijden gaten gesneden waren en een groot gat aan de voorkant waar zijn tenen uitstaken. Sophie, die in haar nachtbond gehurkt op de vloer van de grot zat, staarde hem aan door de dikke glazen van haar stalen bril. Ze trilde als een blad in de wind en een ijskoude vinger gleed langs haar ruggengraat. Ha! Schreeuwde de reus en liep handen wrijvend op haar toe. Wat heeft wij hier? Zijn donderende stem rolde langs de muren van de grot als een donderslag. De GVR. De reus tilde de bevende Sophie met een hand op, droeg haar de grot door en zette haar op tafel. Nu gaat u me echt opeten, dacht Sophie. De reus ging zitten en staarde Sophie aan. Hij had echt reusachtige oren. Ze waren elk zo dik als het wiel van een vrachtauto. En hij scheen ze naar believen naar binnen en naar buiten te kunnen draaien. Ik heeft honger, donderde de reus. Hij grijnsde zijn massieve vierkante tanden bloot. De tanden waren heel wit en heel vierkant en zij stonden in zijn mond als kolossale witte boterhammen. Alsjeblieft, eet me niet op, stotterde Sophie. De reus bulderde van het lachen. Alleen omdat ik een reus is, denkt jij dat ik een mensenpeuzelende kannibaal is? Schreeuwde hij. Daar heeft jij wel een beetje gelijk aan.
Reuzen is kannibalig en moorddadelijk. En zij peuzelt echt mensbaksels op. Wij is hier in Reuzenland. Er is hier overal reuzen. Daarbuiten heeft ons de beruchte bottenkrakerreus. Bottenkrakerreus kraakt elke avond 2 hupse flupsige mensbaksels voor zijn avondeten. Lawaai is oorverbarstend. Lawaai van krakende botten gaat knars knars kilometers ver door berg en meent. Hoi, zei Sophie. Bottenkrakerreus peuzelt alleen maar Duitse mensbaksels uit Hamburg, zei de reus. Iedere nacht galoppeert hij naar Hamburg om Duitsers te peuzelen. Sophie's gevoel voor patriotisme was plotseling zo gekwetst door deze opmerking dat ze echt boos werd. Duitsers? Waarom Duitsers? Barstte ze uit. Wat is mis met Engelsen? Bottenkrakerreus zegt dat hamburgers stukken malser en verrukkelijk kukkeler smaakt. Bottenkraker zegt dat hamburgers een ketsuppig aroma heeft. Hij zegt dat Duitsers uit Hamburg naar hamburgers smaakt. Dat zal best. Dat zal zeker best, schreeuwde de reus. Alle mensbaksels is onders en anders. Sommige is verrukkelijk kukkelijk, andere is akkiebakkie. Bulgaar is vol akkiebakkie. Geen enkele reus eet ooit Bulgaarse Bulgaren. Waarom niet? Vroeg Sophie. Bulgaren smaakt allemaal zuur naar yoghurt, zei de reus. Ja, dat kan me voorstellen, zei Sophie. Ze vroeg zich een beetje trillerig af waar al dat gepraat over mensen eten naartoe zou leiden. Wat er ook gebeurde, ze moest gewoon het spelletje met deze rare reus mee blijven spelen en lachen om zijn grapjes. Maar waren het wel grapjes? Misschien zat het grote monster alleen maar zijn eigen eetlust op te wekken met zijn gepraat over eten. Zoals ik al zeg, ging de reus verder. Alle mensbaksels heeft verschillende smaakjes. Alpino-Zwitsers uit Alpen smaakt pet. Waarom pet? Vroeg Sophie. Jij is ook niet erg slim, zei de reus en flapperde met zijn oren. Ik dacht dat alle mensbaksels vol hersens zat, maar jouw hoofd is nog leger dan een bombommel. Houdt u van taartjes? Vroeg Sophie om te proberen het gesprek naar een wat minder gevaarlijk soort eten te sturen. Jij probeert van onderwerp te veranderen, zei de reus streng. Wat heeft een interessant babbelementje over de smaak van mensbaksels? Mensbaksels is geen taartjes. Maar taartjes zijn wel baksels, zei Sophie. Maar geen mensbaksels, zei de reus. Mensbaksels heeft 2 benen en taartjes heeft helemaal geen benen. Sophie ging er maar niet over door. Het laatste dat ze wilde was de reus boos maken. Het mensbaksel, ging de reus verder, heeft je in diljoenen verschillende smaken. Mensbaksels uit Harlingen bijvoorbeeld smaakt erg zwoegig naar vis. Er zit iets vissigs aan Harlingen. Je bedoelt haringen, zei Sophie. Harlingen is weer iets anders. Ach, Harlingen, haringen, zei de reus. Niet zo pietse-peteuterig met woorden jij. Ik zult je nog een voorbeeld geven. Mensbaksels uit Perzië geeft een heel akelig, wollig kieteltje aan je tong, zei de reus. Mensbaksels uit Perzië smaakt naar tapijt. Je bedoelt Perzen, zei Sophie. Dat doe je weer zo pietsie-peteuterig, schreeuwde de reus. Niet doen. Dit is een serieus en snitselig onderwerp. Kan ik verder gaan? Alsjeblieft, zei Sophie. Denen uit Denemarken smaken vreselijk naar honden, vervolgde de reus. Allicht, zei Sophie. Ze smaken naar Deense doggen. Fout, riep de reus en hij sloeg op zijn dij. Deen uit Denemarken smaakt hons, omdat ze naar Labrador smaakt. En waar smaken mensen uit Labrador daarna, vroeg Sophie. Naar doggen, riep de reus triomfantelijk. Deense doggen. Hij is niet een beetje door de war, vroeg Sophie. Ik is een heel erg doorgewarde reus, zei de reus. Maar ik doe het mijn best. En ik is nog niet half zo doorgewaard als de andere reuzen. Ik ken er een die helemaal naar Afrika gaat voor zijn avondeten. Afrika? Vroeg Sophie. Waarom Afrika? Jouw hoofd zit vol gestampte vliegjes. Afrikaantjes uit Afrika heeft een extra verrukkelijk kukkelijke smaak, zegt Afriknabbelreus. Waar smaken mensen uit Afrika dan naar? Vroeg Sophie. Oranje bloemetjes, zei de reus. Ja, natuurlijk, zei Sophie. Ik had het meteen kunnen weten. Sophie besloot dat het gesprek nu lang genoeg had geduurd. Als ze opgegeten moest worden, dan had ze het liever nu meteen, dan eerst nog een tijd te moeten rondhangen. En wat voor mensen eet jij? Vroeg ze bevend.
Nee! Schreeuwde de reus en zijn machtige stem deed de glazen potten rinkelen op de planken. Mijn mensbaksels peuzelen! Dit ik nooit. De anderen jawel. Alle anderen peuzelt ze avond en avond, maar ik niet. Ik is buitenbeenreus. Ik is aardige en lobbessige reus. Ik is de enige aardige en lobbessige reus in Reuzenland. Ik is de grote vriendelijke reus. Ik is de GVR. Hoe heet jij? Ik heet Sophie, zei Sophie, die het goede nieuws dat ze zojuist gehoord had, maar nauwelijks durfde te geloven. De reuzen. Maar als je nou zo lief en aardig bent, zei Sophie, waarom heb je me dan naar mijn bed gehaald en meegenomen? Omdat je me zag, zei de grote vriendelijke reus. Als iemand ooit een reus ziet, dan moet hij of zij hupsakadee weggehaald worden. Waarom? Vroeg Sophie. Nou, om te beginnen, zei de GVR, mensbaksels gelooft toch niet echt in reuzen, waar of niet? Mensbaksels denkt niet dat wij bestaat. Ik wel, zei Sophie. Ja, maar dat komt alleen omdat jij mij heeft gezien, riep de GVR. Ik kan het echt niet toestaan dat iemand, ook kleine meisjes niet, mij ziet en dan gewoon thuis blijft. Het eerste wat je zou doen, is rondsprongelen en jodelen dat je echt een reus gezien had. En voor je het wist, zou je een grote reuzenjacht krijgen. Een geweldige speurtocht naar reuzen over de hele wereld. Met alle mensbaksels op zoek naar die grote reus van jou. En allemaal in steeds opgewonderder standjes. Mensen zout me van alles en nog wat achterna jakkeren en kwakkeren. En zij zou mij vangen en in een kooi te kijk zetten. Dat zou mij in de dierentuin doen of in de ventielenhuis met al die bibberige slangpampers en krokodetten. Sophie wist dat het waar was wat de reus zei. Als iemand ooit had gerapporteerd dat hij 's nachts een echte reus door de stad had zien dwalen, dan zou er zeker een allemachtige heisa van worden gemaakt over de hele wereld. Ik wil wedden, ging de GVR verder, dat je het grote nieuws over de hele wiede wereld had uitgeschreeuwd, als ik je niet had weggewoffeld. Ik denk het wel, zei Sophie. En dat kunt we natuurlijk niet hebben, zei de GVR. En wat gaat er nu met mij gebeuren? Vroeg Sophie. Als je teruggaat, zult je het vast de hele wereld vertellen, zei de GVR. Waarschijnlijk op alle televisie en op de radioluidsprekers. Dus je zult hier bij mij moeten blijven voor de rest van je leven. Oh nee, riep Sophie. Oh ja, zei de GVR. Maar denk erom nooit deze grot uit pieperde piepen, zonder dat ik bij je is. Of je zult gruwelijk aan je eind komen. Je zult je nu laten zien wie of jou op zult eten. Als zij ook maar ietsiepietse glimpje van je op zult vangen. De GVR pakte Sophie van de tafel en nam haar mee naar de ingang van de grot. Hij rolde de steen opzij en zei, kijk er eens daar, meisje, en zeg mij wat jij ziet. Sophie keek naar buiten vanaf de reuzenhand. De zon was nu op en scheen schroeiend heet over de grote gele woestenij met zijn blauwe rotsen en dode bomen. Ziet je ze? Vroeg de GVR. Sophie tuurde door het felle zonlicht. Ze zag zo'n 500 meter verderop een stel kolossaal grote gestalten bewegen tussen de rotsen. 3 of 4 anderen zaten roerloos op de rotsen zelf. Dit is reuzenland, zei de GVR. Dat is allemaal reuzen, stuk voor stuk. Het was een verbijsterend gezicht. De reuzen waren allemaal naakt op een soort kort rokje rond hun middel. En hun huid was bruin verbrand door de zon. Maar het was vooral hun reusachtig formaat dat Sophie nog het meest verbijsterde. Ze waren gewoonweg kolossaal. Stukken groter en breder dan de grote vriendelijke reus op wiens hand ze zat. En oh, wat waren ze lelijk. Veel van hen hadden dikke buiken. Ze hadden allemaal lange armen en grote voeten. Ze waren te ver weg om hun gezichten goed te kunnen zien. En dat was misschien maar goed ook. Wat doen ze daar in vredesnaam? Vroeg Sophie. Niets, zei de GVR. Ze loopt maar wat rond te lummelen en te pummelen en wacht tot het avond wordt. Dan gaat ze allemaal weggalopperen
naar plaatsen waar mensen wonen om een avondeten te halen. Je bedoelt naar Hamburg, zei Sophie. Bottenkrakerreus zult wel weer naar Hamburg galopperen natuurlijk, zei de GVR. Maar de andere wiffelt weg naar allerlei aflegerige plaatsen zoals naar Afrika voor het bloemige smaakje en Harlingen voor de visaroma. Iedere reus heeft zijn eigen favoriete jachtgronden. Komen ze wel eens naar Engeland? Vroeg Sophie. Oh, vaak genoeg, zei de GVR. Ze zegt dat Engelsen zo heerlijk naar krotsklop smaakt. Ik weet niet of ik wel begrijp wat dat betekent, zei Sophie. Betekenissen is niet belangrijk, zei de GVR. Ik kunt het niet altijd bij het rechte eind hebben. Ik heeft het maar al te vaak bij het kromme eind. En gaan al die rottige reuzen daar echt vanavond weer mensen op eten? Vroeg Sophie. Allemaal schransen elke nacht mensbaksels, antwoordde de GVR. Allemaal, uitzonderlijk ik. Dat is waarom jij heel gruwlelijk aan je eind komt als een van hen jou ooit in de smoezen krijgt. Je zou worden opgeslokkerd als een plakje kruipkoek in één happende flap. Mensen eten is schandelijk, riep Sophie. Het is verschrikkelijk. Waarom doet niemand er wat aan? En wie zou er dan wat aan moeten doen? Vroeg de GVR. Zou jij dat niet kunnen? Vroeg Sophie. Om de dode drommel niet, riep de GVR. Al die mensetende reuzen is enorm groot en heel woest. Ze is allemaal zeker 2 keer zo groot als mijn breedheid en dubbel mijn koninklijke hoogheid. 2 keer zo groot als jij, riep Sophie. Oh, met gemak, zei de GVR. Je ziet ze nu van ver af, maar wacht maar tot je ze van vlakbij ziet. Die reuze is allemaal minstens 15 meter lang, met reusachtige sterke spieren, lalamassa's. Ik is een pietenpeuter, ik is het onderkruipsel in reuzenland. Trek het je niet aan, zei Sophie. Ik vind je geweldig. Kom nou, zelfs je kleinste teentje moet zo groot zijn als een worst. Nog groter, zei de GVR gevleid. Ze is zo groot als als hommelhamers. Hoeveel reuzen zijn er daar? Vroeg Sophie. 9 op de kop af, antwoordde de GVR. Dat betekent, zei Sophie, dat elke avond ergens ter wereld 9 arme mensen weggehaald en levend opgegeten worden. Meer, zei de GVR. Het hangt er maar vanaf, zie je. Hoe groot mensbaksel is. Japanse mensbaksels is maar heel klein. Dus moet een reus wel 6 Japanners opeten voor hij zich voldaan voelt. Anderen, zoals Noorse mensen en Yankee Doodles, is stukken groter. En 2 of 3 daarvan is al een behoorlijke maaltijd. Maar gaan die walgelijke reuzen naar alle landen ter wereld? Vroeg Sophie. Alle landen, behalve Bulgarije, krijgt op zijn tijd een bezoekje, antwoordde de GVR. Welk land een reus bezoekt, hangt af hoe hij zich voelt. Als het erg warm weer is en een reus zo heet heeft als een spetterpan, dan zult hij waarschijnlijk naar het frissige noorden galopperen en een Eskimo of wat nemen om een beetje af te koelen. Een lekkere vette Eskimo is voor een reus wat een heerlijke ijslolly is voor jou. Ik geloof het graag, zei Sophie. Maar als het een vreselijke nacht is en de reus ijzelt van de kou, dan zal hij waarschijnlijk de kant op gaan van de zinderende zonlanden en een paar hottentotten oppeuzelen om lekker warm te worden. Wat ontzettend afgrijselijk, zei Sophie. Nergens wordt een koude reus zo door en door warm van als van een hete hottentot, zei de GVR. En als jij me nu eens op de grond zou zetten, ik zou gewoon tussen ze doorlopen, zei Sophie. Zouden ze me dan echt opeten? In een wiedewip, riep de GVR. Sterker nog, jij is zo klein dat ze niet eens zout hoeven kauwen. De eerste, de beste die je zag, zout je oprapen en hup, daar gleed je al naar binnen, als een druppel regenwater. Laten we maar naar binnen gaan, zei Sophie. Ik vind het al vreselijk om ze alleen maar te zien. Wonderoren. Terug in de grot zet de grote vriendelijke reus Sophie weer op de enorme tafel neer. Heeft jij het wel warm genoeg zo in je nachtpom? Vroeg hij. Heeft jij het niet ijzelig koud? Nee hoor, zei Sophie. Ik kan er niks aan doen, zei de GVR. Maar ik moet steeds aan je arme moeder en vader denken,
Die zult nu al door het hele huis lopen krakelen en sprinkelen en roepen: hallo, hallo, waar is Sophie gebleven? Ik heb geen vader en moeder, zei Sophie. Zijn gestorven toen ik een baby was. Ach, jij arm klein mommeltje, riep de GVR. Mist jij ze niet verschrikkelijk? Nou, eigenlijk niet, zei Sophie, want ik heb ze nooit gekend. Jij maakt mij droef, zei de GVR en wreef zich in zijn ogen. Niet bedroef zijn, zei Sophie. Niemand zal zich veel zorgen maken over mij. Dat huis waar je me hebt weggehaald, dat was het dorpsweeshuis. We wonen daar met alleen maar wezen. Is jij een wees? Ja, met hoeveel was jullie daar? Met z'n tienen, zei Sophie. Allemaal kleine meisjes. Was jij daar gelukkig? Vroeg de GVR. Ik vond het er verschrikkelijk, zei Sophie. De vrouw die daar de baas was, heet mevrouw Klonkers. En als ze je erop betrapte dat je niet aan een van de regels hield, zoals 's nachts uit bed komen of je kleren niet netjes opvouwen, dan kreeg je straf. Wat voor straf kreeg je dan? Dan sloot ze ons op in de donkere kelder. Een hele dag en een hele nacht zonder eten of drinken. Wat een rottige oude rotzwabber, riep de GVR. Het was afschuwelijk, zei Sophie. We waren er allemaal als de dood voor. Er zaten ratten daar beneden. We konden ze horen rondscharrelen. Wat de smerige oude smeerkikker, schreeuwde de GVR. Dat is het allerafschuwelijkste dat ik in jaren gehoord heb. Je maakt mij droever dan ooit. Plotseling kwam een kolossale traan waar je een emmer mee had kunnen vullen over een wang van de GVR rollen en viel met een plons op de vloer. Daar vormde hij een flinke plas. Sophie keek er verbaasd naar. Wat heeft hij toch een vreemd wisselende stemmingen, dacht ze. Het ene ogenblik zegt hij dat mijn hoofd volgestampte vliegjes zit en het volgende ogenblik smelt zijn hart van medelijden omdat mevrouw Klonkers ons in de kelder opsluit. Waar ik meer over in zit, zei Sophie, is dat ik de hele rest van mijn leven op deze nare plaats moet blijven. Het weeshuis was behoorlijk rottig, maar daar had ik niet eeuwig hoeven blijven. Het is allemaal mijn schuld, zei de GVR. Ik is degene die jou geknipt knapt heeft. En nog een reuzentraan velde in zijn oog en plenste op de grond. Als je het mij vraagt, zal ik hier toch wel niet zo lang zijn, zei Sophie. Ik is bang van wel, zei de GVR. Vast niet, zei Sophie. Die woestelingen daarbuiten zullen me vroeger of later toch wel te pakken krijgen. Dat zult ik nooit laten gebeuren, zei de GVR. Het was even stil in de grot. Toen zei Sophie, mag ik iets vragen? De GVR veegde de tranen uit zijn ogen met de rug van zijn hand en keek Sophie lang en bedachtzaam aan. Vraag maar af, zei hij. Zou je maar alsjeblieft willen vertellen wat je vannacht in ons dorp aan het doen was? Waarom stak je dat lange trompetding in de slaapkamer van de kinderen van Koetsie naar binnen en blies je erop? Aha, riep de GVR en schoot overeind in zijn stoel. Nu worden wij nieuwsgieriger dan een aagje, hè? En die koffer die je bij je had, vroeg Sophie, wat had dat te betekenen? De GVR staarde achterdochtig naar een kleine meisje dat met gekruiste benen op tafel zat. Jij vraagt mij om jouw joekelgrote geheimen te verklappen, zei hij. Geheimen die niemand ooit eerder gehoord heeft. Ik zal het aan niemand vertellen, zei Sophie. Dat zweer ik. Trouwens, hoe zou ik het kunnen? Ik zit hier vast voor de rest van mijn leven. Je zou het de andere reuzen kunnen vertellen. Nee, dat zou ik niet, zei Sophie. Je zei zelf dat ze me meteen zouden opeten als ze me zien. En dat doet ze ook, zei de GVR. Jij is een mensbaksel en mensbaksels is zoiets als aardbessen met slagroom voor de reuzen. Als ze me meteen opeten zodra ze me zien, heb ik toch geen tijd om iets te vertellen waar of niet, vroeg Sophie. Rekent maar van niet, zei de GVR. Waarom zou ik dat dan kunnen doen? Omdat ik barst vol busburgers zit, zei de GVR. Als je luistert naar alles wat ik zeg, krijg je pijn aan je oren. Oh, vertel me alsjeblieft wat je in ons dorp deed, zei Sophie. Ik beloof dat je me kunt vertrouwen. Wilt jij mij dan leren hoe ik een olifant kunt maken? Vroeg de GVR. Wat bedoel je nou? Vroeg Sophie. Ik zou zo graag een olifant hebben om op te rijden, zei de GVR dromerig.
Oh, ik zou het o zo dolgraag een jumbo-grote olifant hebben en er de hele dag op door groene bossen rijden en perzike vruchten van de bomen plukken. Dat is een spetterheet rotpokkig land waar hij in woont. Er groeit hier niets dan snoskommers. Ik zou dolgraag ergens anders heen gaan en in de vroege morgen perzike vruchten plukken vanaf de rug van een olifant. Sophie was bepaald geroerd door deze merkwaardige woorden. Misschien krijg je nog wel eens een olifant, zei ze. En ook van die perzike vruchten. Vertel me nu wat je in ons dorp deed. Als jij dan echt wil weten wat ik in jouw dorp heeft gedaan, zei de GVR. Ik blies een droom in de slaapkamer van die kinderen. Blies jij een droom? Herhaalde Sophie. Wat bedoel je? Ik is een droomblazende reus, zei de GVR. Wanneer alle andere reuzen weggaloppeert, zo hier en zo daar, en zo ginder heen om mensbaksels te peuzelen, dan scharrelt ik weg naar weer andere plaatsen om dromen in slaapkamers van kinderen te blazen. Fijne dromen, heerlijke gouden dromen, dromen die de dromers een heerlijke nacht bezorgt. Hé, wacht eens even, zei Sophie. Hoe kom je aan die dromen? Oh, die verzamelt ik, zei de GVR. Hij wuifde met zijn armen naar de rijen en rijen pot op de planken. Ik heeft de biljoenen. Je kunt geen dromen verzamelen, zei Sophie. Een droom is toch niet iets wat je kunt vastpakken? Je zult er nooit iets van begrijpen, zei de GVR. Daarom wilde ik het je niet vertellen. Oh, toe, vertel het me, zei Sophie. Ik begrijp het heus wel. Toe nou, vertel me nou hoe je dromen verzamelt. Vertel me alles. De GVR ging er eens lekker voor zitten. Hij sloeg zijn benen over elkaar. Dromen, zei hij, is een hele geheimzinnige dingen. Zij zweeft rond in de lucht als een mistig ijle belletjes. En de hele tijd is dromen op zoek naar slapende mensen. Kun je ze zien? Vroeg Sophie. Nooit in het begin. Hoe kun je ze dan vangen als je ze niet kunt zien? Vroeg Sophie. Haha, zei de GVR. Nu komen we aan de donkere, duizelige dromen. Ik zal het aan niemand vertellen. Ik vertrouw het jou, zei de GVR. Hij sloot zijn ogen en zat even heel stil, terwijl Sophie wachtte. Een droom, zei hij, die door de lucht dwarrelt, maakt een heel zacht, sussend zoemgeluidje. Maar die sussoem is zo zilverig zacht dat mensen oren het niet kunnen horen. Kun jij het wel horen? Vroeg Sophie. De GVR wees naar op zijn enorme vrachtwagenwieloren, die hij nu heen en weer begon te bewegen. Hij voerde dit kunststukje trots uit met een fier glimlachje op zijn gezicht. Ziet je ze? Hoe zou ik die ooit over het hoofd kunnen zien? Zei Sophie. Zij ziet er in jouw ogen misschien wat overdrevelijk uit, zei de GVR. Maar je moet me geloven wanneer je zegt dat het heel erg buiten gebruikelijke oor is. Deze oren is bepaald geen kattenpoep. Dat zijn ze zeker niet, zei Sophie. Daarmee kunt ik absoluut ieder kleinste speldenknopje geluid horen. Bedoel je dat jij dingen kunt horen die ik niet kan horen? Vroeg Sophie. Jij is zo doof als een kwartje, vergeleken met mij, riep de GVR. Je hoort alleen maar stampend harde geluiden met die kleine oorwurmpjes van jou. Maar ik hoor alle stiekeme gefluisters van de wereld. Zoals wat bijvoorbeeld? Vroeg Sophie. In jouw land, zei hij, hoort ik de voetstappen van een lieve heersbeestje dat over een blad loopt. Echt waar? Vroeg Sophie, steeds meer onder de indruk. Sterker nog, ik hoor die voetstappen heel duidelijk, zei de GVR. Wanneer een lieve heersbeestje over een blad loopt, hoort ik haar voetjes gaan van bonkende bonkende bonk, als reuzenvoetstappen. Lieve helpt, zei Sophie, wat hoor je nog meer? Ik hoor ook de miertjes tegen elkaar kwetteren, wanneer ze in de grond rondfrommelen. Bedoel je dat je mieren kunt horen praten? Woord voor woord, zei de GVR. Al kunt ik hun woekertaals niet precies verstaan. Ga door, zei Sophie. Soms, als het een hele heldere nacht is, zei de GVR, en als ik mijn oren de goede kant op zwentelt, en nu draaide hij zijn oren omhoog in de richting van het plafond, als ik ze zo zwentelt en het hele heldere licht, hele heldere nacht is, hoor ik soms verre muziek klinken van de sterren in de hemel.
Een lichte huivering ging door Sophie's lichaam. Ze zat heel stil en wachtte op wat er nog meer zou komen. Het was mijn oren, waardoor ik wist dat jij vanavond achter het raam naar mij stond te kijken, zei de GVR. Maar ik gaf geen kick, zei Sophie. Ik hoorde je hart kloppen aan de overkant van de straat, zei de GVR, zo hard als een trommel. Ga door, zei Sophie, alsjeblieft. Ik kan planten en bomen horen. Kunnen die dan praten? Vroeg Sophie. Het is niet precies praten wat ze doet, zei de GVR, maar ze maakt geluiden. Als ik bijvoorbeeld ergens kom en een mooie bloem plukt, als ik de steel van de bloem draai tot die breekt, dan schreeuwt de plant het uit. Ik kan het horen schreeuwen en schreeuwen en hard ook. Dat meen je toch niet, zei Sophie. Wat afschuwelijk. Ze schreeuwt net zoals jij zou schreeuwen als iemand je arm eraf zou draaien. Is dat echt waar? Vroeg Sophie. Denk jij soms dat ik jou voor het doekje houd? Het klinkt nogal ongelooflijk. Dan stop ik er hier en nu mee, zei de VVR scherp. Ik wens niet uitgemaakt wordt voor liegenbrok. Oh nee, ik maak je nergens vooruit, riep Sophie. Ik geloof het echt waar, ga alsjeblieft door. De GVR wierp haar een doordringende blik toe. Sophie keek hem recht aan, haar gezicht opend naar het zijne. Ik geloof je, zei ze zacht. Ze had hem gekwetst, dat zag ze wel. Ik zou jou nooit jokkertjes vertellen, zei hij. Dat weet ik wel, zei Sophie. Maar je moet begrijpen dat het niet zo makkelijk is voor zulke verbazende dingen zomaar direct te geloven. Dat begrijp ik, zei de GVR. Dus neem het me maar niet kwalijk en vertel verder, zei ze. Hij wachtte nog even, zei toen. Het is met bomen net zoals met bloemen. Als ik met een bijl in een grote boom hakt, hoort ik een vreselijk geluid van binnen het hart van de boom komen. Wat voor geluid? Vroeg Sophie. Een zacht gekreun, zei de GVR. Het is zo'n geluid als een oude man maakt als hij langzaam doodgaat. Hij zweeg een ogenblik. Het was heel stil in de grot. Bomen leeft en groeit net als jij en ik, zei hij. Het is levende wezens. Planten ook. Hij zat nu rechtop in zijn stoel met zijn handen stijf ineengeklemd voor zich. Zijn gezicht straalde. Zijn ogen waren rond en schitterend als sterren. Ik hoor zulke prachtige en zulke verschrikkelijke geluiden, zei hij. Sommige zou jij zelfs nooit willen horen, maar andere is als hemelse muziek. Het leek een totaal ander mens geworden door zijn opwindende gedachten. Zijn gezicht was bijna mooi in het vuur van zijn gevoelens. Vertel me nog eens wat meer over, vroeg Sophie zachtjes. Je zou die piepkleine muisjes eens moeten horen, zei hij. Piepmuisjes is altijd met elkaar aan het kwebbelen en ik hoor ze zo duidelijk als mijn eigen stem. Wat zeggen ze? Vroeg Sophie. Dat weet alleen de muisjes, zei hij. Spinnen praten ook heel wat af. Je zou dat misschien niet denken, maar spinnen is geweldige kwebbelkousen. En als zij hun web spint, zingt zij allemaal door. Zij zingt nog mooier dan een nachtegaai. Wat hoor je nog meer? Vroeg Sophie. Een van de grootste spraakjesmakers is de rupsels, zei de GVR. Wat zeggen zij? Zij zit maar te ruzelen over wie de mooiste verlinder wordt. Dat is de enige waar rupsels het altijd over heeft. Zweeft er hier nu een droom rond? Vroeg Sophie. De GVR draaide zijn oren alle kanten op en luisterde scherp. Hij schudde zijn hoofd. Er is hier geen droom, zei hij. Behalve in de potten. Dromen komt niet vaak in Reuzenland. En hoe vang je ze? Net zoals jullie verlinders vangt, antwoordde de GVR, met een netje. Hij stond op en liep naar een hoek van de grot, waar een paal tegen de muur leunde. De paal was zo'n 10 meter lang en er hing een net aan het uiteinde. Dit is mijn dromenvanger, zei hij, terwijl hij de paal beetpakte. Elke morgen ga ik erop uit en jacht ik op nieuwe dromen om in mijn potten te stoppen. Plotseling leek hij zijn interesse in het gesprek te verliezen. Ik krijg honger, zei hij. Het is tijd voor etens. Snoskommers. Maar als je geen mensen eet, zoals de anderen, zei Sophie, waar leef je daarvan? Dat is een allerdiksels moeilijk probleem hier, antwoordde de GVR. In dit beslapperde reuzenland groeit gewoonweg geen vrolijke vruchten, zoals ananasen en lachenbekjes. Er groeit hier niks behalve een vreselijke akkie-bakkie rotgroente. Hij heet snoskommer.
Snoskommer, riep Sophie, die bestaat niet. De GVR keek Sophie aan en glimlachte ongeveer 20 van zijn vierkante witte tanden bloot. Gisteren, zei hij, geloofden we niet in reuzen, hè? Vandaag geloven we niet in snoskommers. Alleen omdat we toevallig iets niet zelf gezien heeft met onze eigen koekeloertjes, denkt we dat het niet bestaat. Hoe zit het dan, om er eens wat te noemen, met de grote kwistige winkelpoot? Wat zeg je? Vroeg Sophie. En met de grasgarnaal? Wat is dat? Vroeg Sophie. En de trapkrabber? De wat? Vroeg Sophie. En de schurfsluiper? Zijn dat dieren? Vroeg Sophie. Dat is de doodgewoonste dieren, zei de GVR minachtend. Ik is zelf niet een erge weetalreus, maar het lijkt mij dat jij wel een heel erg weet niks mensbaksel is. Jouw hoofd zit vol zaagsel. Zaagsel bedoel je, zei Sophie. Wat ik bedoel en wat ik zeg zijn twee verschillende dingen, zei de GVR uit de hoogte. Nu zult ik jou een snoskommer laten zien. De GVR rukte een grote kast open en pakte het raarste ding dat Sophie ooit had gezien. Het was ongeveer half zo groot als een gemiddelde mens, maar veel dikker. In het midden was het zo breed als een kinderwagen. Het was zwart met witte strepen in de lengte. Er zaten overal ruwe knobbels aan. Dit is de walgbare snoskommer, riep de GVR en zwaaide ermee. Ik zwalg ervan. Ik klots erop. Ik kunt het niet uitluchten. Maar omdat ik geen mensbaksels wil eten, zoals de andere reuzen, moet ik wel levenslang die akkie-bakkie snoskommers schranzen. Als ik het niet doe, word ik fel overheen. Fel over been, bedoel je, zei Sophie. Ik weet wel dat het been is, zei de GVR, maar begrijp alsjeblieft dat ik het niet kan helpen als ik door de dingen soms een beetje warrelig zeg. Ik doe het al door mijn uiterlijke best. De grote vriendelijke reus keek ineens zo zielig dat Sophie van schrok. Het spijt me, zei ze. Ik wou niet onbeleefd zijn. Er was nooit scholen in Reuzenland om mij te leren praten, zei de GVR treurig. Maar kon je moeder het niet leren? Vroeg Sophie. Mijn moeder, riep de GVR. Reuzen heeft geen moeders. Dat weet je toch wel? Nee, dat wist ik niet. Wie heeft er nou ooit gehoord van een vrouwelijke reus? Schreeuwde de GVR en zwaaide de snoskommer als een lasso rond zijn hoofd. Er is geen vrouwenreuzen. Er zult nooit vrouwenreuzen zijn. Reuzen is altijd mannen. Sophie voelde dat het haar ging duizelen. Als dat zo is, zei ze, hoe ben jij er geboren? Reuzen wordt niet geboren, antwoordde de GVR. Reuzen verschijnt, niet meer en niet minder. Zij verschijnt gewoon, net als de zon en de sterren. En wanneer ben jij verschenen? Vroeg Sophie. Nou, hoe kan ik dat nou weten? Vroeg de GVR. Het is zo lang geleden dat ik niet kon tellen. Bedoel je dat je niet eens weet hoe oud je bent? Dat weet geen één reus, zei de GVR. Alles wat ik weet van mezelf is dat ik heel oud is, heel erg oud en schrompelig. Misschien wel net zo oud als de aarde. En wat gebeurt er als een reus doodgaat? Vroeg Sophie. Reuzen gaat nooit dood, antwoordde de GVR. Soms heel plotsklaps verdwijnt er een reus en niemand weet waarheen. Maar meestal gaat wij reuzen maar gewoon door en door als sniffige tijdtwisters. De GVR hield nog steeds de ontzaglijke snoskommer in zijn rechterhand. En nu stopte hij het uiteinde in zijn mond en beet er een flink stuk af. Hij begon het fijn te kauwen en het lawaai dat hij daarmee maakte leek op het verbrijzelen van ijsklontjes. Het is smerelijk, sputterde hij met de mond vol. Zodat grote stukken snoskommers als kogels op Sophie afgeschoten werden. Sophie sprong rond op het tafelblad om ze te ontwijken. Het is walgzaam, gorgelde de GVR. Het is verfoeilig, het is rottelijk, het is vuilappig. Probeert het zelf maar, die vuilgore snoskommer. Nee, dankjewel, zei Sophie terugdeinzend. Dat is alles wat je hier vanaf nu af aan te smikkelen zult krijgen. Dus je kan er net zo goed nu maar meteen aan wennen, zei de GVR. Vooruit, jij mies klein piepertje, neemt een hapje. Sophie nam een klein hapje. Sputte ze. Nee, baai, gatsie. Ze spuugde het meteen uit. Het smaakt naar kikkervelletjes, hijgde ze, en rotte vis. Nog erger, riep de GVR bulderend van het lachen. Mij smaakt het naar landwuizen en slijmsloebers. Moeten we dat echt eten? Vroeg Sophie. Jazeker.
als je tenminste niet zo dun wilt worden dat je in het niets opbotst. In het niets oplost, zei Sophie. Opbotst is iets heel anders. Opnieuw kwam de treurige verlangende blik in de ogen van de GVR. Woorden, zei hij, is een o zo vermoeilijk probleem voor mij. Mijn hele leven al. Dus moet je geduld met me hebben en niet op alle plakjes zout leggen. Zoals ik al heeft gezegd, ik weet precies welke woorden ik wilt zeggen, maar op de een of andere manier raak zij altijd door elkaar gehusseld. Oh, dat overkomt iedereen wel eens, zei Sophie. Niet zoals bij mij, zei de GVR. Ik spreek allervreselijkste husseltaal. Ik vind dat je prachtig spreekt, zei Sophie. Oh ja, riep de GVR, wiens gezicht meteen opklaarde. Vind jij dat echt? Heel prachtig, herhaalde Sophie. Nou, dat is het mooiste cadeautje dat ik ooit in mijn hele leven gekregen heb, riep de GVR. Weet je zeker dat je niet zomaar wat op je mouw naait? Natuurlijk niet, zei Sophie. Ik vind het juist heel leuk zoals je praat. Wat fantastisch, riep de GVR nog steeds stralend. Wat hartstikke toffies, wat supermachtig. Ik ga er gewoon van stot-tot-totteren. Hoor eens, zei Sophie, we hoeven helemaal geen snoskommers te eten. Op het land rond ons dorp groeien allerlei heerlijke groenten, zoals bloemkool en worteltjes. Waarom neem je daar niet wat van als je me mee als je er weer heen gaat? De GVR stak vier zijn kin in de lucht. Ik is een zeer eerbare reus, zei hij. Ik ga nog liever akelige snoskommers kauwen dan dingen van andere mensen wegjatsen. Je hebt mij anders wel gestolen, zei Sophie. Ik heb jou niet zo heel erg gestolen, zei de GVR met een vriendelijk glimlachje. Ten slotte is jij maar een heel klein meisje. De bloedbottelaar. Plotseling klonk er een dreunend gestamp buiten de ingang van de grot en schreeuwde er een stem als een donderslag. Scharminkel! Is jij daar, Scharminkel? Ik hoor je wel pappelen. Tegen wie staat jij te pappelen, Scharminkel? Kijk uit, riep de GVR. Het is de bloedbottelaar. Maar nog voor hij uitgesproken was, werd de steen opzij gerold en stapte een 15 meter lange reus, wel twee keer zo groot en zo breed als de GVR, de grot binnen. Hij was naakt op een klein lapje rond zijn onderlijf na. Sophie zat op het tafelblad. De enorme half opgegeten snoskommer lag naast haar. Ze dook erachter weg. Het wezen kwam stampend de grot in en torende hoog boven de GVR. Tegen wie pappelde jij zo net? Bulderde hij. Ik pappel tegen mezelf, antwoordde de GVR. Pletspoep, schreeuwde de bloedbottelaar. Larikul, brulde hij. Je pappelt tegen een mensbaksel, dat denk ik. Nee, nee, riep de GVR. Wel eens, wel eens, brulde de bloedbottelaar. Ik denk dat jij een mensbaksel heeft weggeritst en meegenomen naar je berghol als troeteldier. Dus nu kom ik het afpikkelen en opsmikkelen als een tussendoortje tot mijn avondeten. De GVR was doodzenuwachtig. Er is hier niemand, hakkelde hij. Waarom laat je me niet met rust? De bloedbottelaar wees met een vinger zo dik als een boomstam op de GVR. Jij miezelig modderwormpje, riep hij. Jij piezelig piepchineesje. Jij schriezelig schuurmonkeltje. Jij wijswangig wissewasje. Nu ga ik het pand doorzoeken. Hij greep de GVR bij zijn arm. En jij zult helpen meezoeken. Wij gaan samen dat smakelijke mengsbakseltje opspeuren, riep hij. De GVR was van plan geweest om zodra hij de kans kreeg, Sophie van tafel te gissen en haar achter zijn rug te verstoppen. Maar dat kon hij nu wel vergeten. Sophie tuurde om het afgebeten uiteinde van de snoskommen heen naar de twee reuzen, die de grot verder inliepen. De bloedbottelaar zag er afschuwelijk uit. Zijn huid was roodbruin. Zwarte haren piekten op zijn borst, zijn armen en zijn buik. Het haar op zijn hoofd was lang en donker en in de war. En zijn gemene gezicht was rond en pafferig. Zijn ogen waren klein als zwarte gaatjes. Zijn neus was klein en plat. Maar zijn mond was reusachtig. Hij besloeg bijna zijn hele gezicht van oor tot oor. En hij had lippen die als twee kolossale paarsrode rookworsten op elkaar lagen. Onregelmatige gele tanden staken tussen de rode worstlippen naar buiten. En rivieren spuug liepen over zijn kin. Het was bepaald niet moeilijk te geloven dat deze afgrijzelijke woesteling elke nacht mannen, vrouwen en kinderen op had.
De bloedbottelaar, die de GVR nog steeds bij zijn arm vasthield, bekeek de rijen en rijen potten. Jij met je kloddige potten, riep hij. Wat doet jij er eigenlijk in? Niets wat jou zou interesseren, antwoordde de GVR. Jij interesseert je alleen maar voor mensbaksels peuzelen. En jij is zo knots als een konijnenkaasje, riep de bloedbottelaar. Straks zou de bloedbottelaar terugkomen, zei Sophie tegen zichzelf. En hij zou vast de tafel nazoeken. Maar ze kon onmogelijk van de tafel springen. Hij was 4 meter hoog. Ze zou haar benen breken. De snoskommer, al was hij ook zo breed als een kinderwagen, zou hij niet kunnen verbergen als de bloedbottelaar hem op zou tillen. Ze bekeek het afgehapte uiteinde. Middenin zaten grote zaden, zo dik als meloenen. Ze zaten in het zachte, slijmige spul gedrukt. Heel voorzichtig, zodat ze haar niet zouden zien, stak Sophie haar hand uit en trok er 1 stuk of 6 zaden uit. Hierdoor ontstond er een gat in het midden van de snoskommer, dat groot genoeg was om weg te kruipen als ze zich als een bal oprolde. Ze kroop erin. Het was een natte en slijmerige schuilplaats, maar wat gaf dat, als ze zo kon vermijden opgegeten te worden? Nu kwamen de bloedbottelaar en de GVR weer terug naar de tafel. De GVR viel bijna flauw van angst. Nu zou zo dadelijk, zei hij bij zichzelf, Sophie ontdekt en opgegeten worden. Plotseling pakte de bloedbottelaar de half opgegeten snoskommer beet. De GVR staarde naar de lege tafel. Sophie, waar is jij? Dacht hij wanhopig. Je kan toch nooit van die hoge tafel afgesprongen zijn? Dus waar is jij verstopt, Sophie? Dus dit is de walgerige, rotzame groenste die jij eet, donderde de bloedbottelaar en hield de halve snoskommer omhoog. Je moet wel met sjakkers zijn om zulk smurrig spul te smikkelen. Het leek alsof de bloedbottelaar een ogenblik vergeten was dat hij naar Sophie op zoek was. De GVR besloot hem nog wat verder af te leiden. Dat is de verrukkelijk-kukkelijkste snoskommer, zei hij. Dat smikkelde ik blijelijk alle dagen en nachten. Heeft jij nog nooit snoskommer geproefd, bloedbottelaar? Mensbaksels is veel sappiger, zei de bloedbottelaar. Jij praat larikul, zei de GVR, die met een minuut dapperder werd. Hij bedacht, als hij de bloedbottelaar er zou kunnen krijgen een hap van die smerige groente te nemen, zou hij door de afschuwelijke smaak vast brullende grot zou uitrennen. Ik wil je er best van laten proeven, ging de GVR verder, maar alsjeblieft, als je merkt hoe heus echt zwalig hij is, niet meteen alles oppeuzelen. Laat een stukje en een beetje over voor mijn avondeten. De bloedbottelaar staarde met zijn kleine varkensoogjes achterdochtig naar de snoskommer. Sophie, die opgerold in een afgebeten uiteinde zat, begon van top tot teen te trillen. Je probeert me toch niet voor het doekje te houden, hè? Vroeg de bloedbottelaar. Nooit niet, riep de GVR hartstochtelijk. Neem maar een hap en ik is zeker dat jij het uitschreeuwt van... Oh, hoe verrukkelijk kukkelijk is deze wondergroenste. De GVR kon zien hoe het water de gulzige bloedbottelaar nog meer dan ooit in de mond liep bij het vooruitzicht van extra voedsel. Groenste is heel goed voor je, ging hij verder. Het is niet gezondig altijd, maar vlezige dingen te eten. Voor deze ene keer, zei de bloedbottelaar, zal ik die rottige eters van jou proeven. Maar ik waarschuw jou, als het viezelijk is, dan slaat ik hem stuk op jouw kleine prutkoppie. Hij pakte de snoskommer. Hij begon hem op te heffen op de lange reis naar zijn mond, zo'n 15 meter naar boven. Sophie wilde schreeuwen, niet doen! Maar dat zou nog zeker de dood betekend hebben. Ineengedoken tussen de slijmerige zaden voelde ze zich steeds hoger en hoger en hoger de lucht ingaan. Plotseling klonk er een luid gekraak toen de bloedbottelaar een groot stuk van het uiteinde afbeet. Sophie zag de gele tanden maar een paar centimeter van haar hoofd af dichtklappen. Toen werd het volslagen donker. Ze was in zijn mond. Ze ving een vleug van zijn stinkende adem op. Het stonk naar bedorven vlees. Ze wachtte op het ogenblik dat de tanden opnieuw krakend zouden dichtklappen. Ze bad dat het einde maar snel zou komen. Ja! Brulde de bloedbottelaar. En toen spuugde hij. Alle grote stukken snoskommer die in zijn mond zaten, vlogen met Sophie en al dwars door de grot. Als Sophie tegen de stenen wand van de grot terecht gekomen was, zou ze zeker dood zijn geweest.
Maar in plaats daarvan sloegen ze tegen de zachte vouwen van de zwarte mantel van de GVR die aan de muur hing. Ze gleed half verdoofd naar de grond, skroop onder de zoom van de mantel en maakte zich zo klein mogelijk. Jij kleine zwijnenrat, brulde de bloedbottelaar. Jij kleine biggenkikker. Hij stormde op de GVR af en sloeg de rest van de snoskommer op zijn hoofdstuk. Stukjes van de smerige groente spetterden door de hele grot. Vind je het niet lekker? Vroeg de GVR onschuldig en wreef over zijn hond. Lekker! Brulde de bloedbottelaar. Het is de allerwalgrijkelijkste smaak die ooit mijn tanden passeerde. Jij moet wel knetters zijn om zulke troep te slokken. Terwijl je elke nacht zo vrolijk als een slavink erop uit zou kunnen galopperen en sappige mensbaksels te smakkelen. Mensbaksels eten is fout en slecht, zei de GVR. Het is smikkelig en lekkerbek, schreeuwde de bloedbottelaar. En vannacht galoppeert ik naar de Caucasus om een paar Caucasiërs te peuzelen. Wilt je weten waarom een Caucasus kiest? Ik wil er niks van weten, zei de GVR waardig. Ik kies de Caucasus, zei de bloedbottelaar, omdat ik de buik vol heeft van de smaak van Eskimo's. Het is belangrijk dat veel koude hapjes heeft in dit zindelijk hete weer. En naar Eskimo's is mensbaksels van de Caucasus het koudst. Caucasus zit vol koude kaas. Afschuwelijk, zei de GVR. Je moest je schamen. Andere reuzen zegt allemaal dat zij vanavond naar Engeland wilt galopperen om schoolkindertjes te smikkelen, zei de bloedbottelaar. Ik is wel heel dom op Engelse schoolkindertjes. Dat zit zo pittig, puntig, slijperig smaakje aan. Misschien dat ik toch maar met ze meega naar Engeland. Ik walgt van jou, zei de GVR. En jij is een smet op het reuzenvolk, schreeuwde de bloedbottelaar. Jij is het niet waard een reus te zijn. Jij is een dreutig klein dreumelsje. Jij is een piezelig klein preuteltje. Jij is een puddingbroodje. Met deze woorden stapte de bloedbottelende reus de grot uit. De GVR rende naar de ingang van de grot en rolde vlug de steen weer op zijn plaats. Sophie, fluisterde hij. Sophie, waar is jij, Sophie? Sophie kroop onder de zoom van de zwarte mantel uit. Hier ben ik, zei ze. De GVR tilde haar op en hield haar teder in de palm van zijn hand. Oh, wat is ik blij dat ik jou in een hele huid vind, zei hij. Ik heb in zijn mond gezeten, zei Sophie. Waar zat jij, riep de GVR. Sophie vertelde hem wat er was gebeurd. En ik zat hem nogal op te jutten van die vuilsappige, vuillappige snoskommer te eten terwijl je de hele tijd daar binnenin zat. Niet zo leuk, zei Sophie. Kijk nou toch eens, jij arm klein kindertje, riep de GVR. Jij zit onder de snoskommer en reuzenspuug. Hij begon haar zo goed en zo kwaad als het ging af te vegen. Nu haat ik die andere reuzen nog meer dan ooit, zei hij. Weet je wat ik zou willen? Wat dan? Vroeg Sophie. Ik zou het graag een manier willen vinden om ze te laten verdwijnen. Allemaal. Daar zou ik wat graag bij helpen, zei Sophie. Eens kijken of ik niet iets kan bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Fropskottel en flitspoppers. Sophie begon onderhand niet alleen flinke dorst te krijgen, maar ook dorst te krijgen. Als ze thuis was geweest, zou ze al lang haar ontbijt hebben gehad. Weet je zeker dat er hier niets anders te eten is dan die vieze stinkende snoskommers? Vroeg ze. Nog geen krumpeltje, antwoordde de grote vriendelijke reus. Mag ik dan wel een beetje water hebben? Vroeg ze. Water? Zei de GVR met een grote frons. Wat is water? Dat drinken wij, zei Sophie. Wat drinken jullie? Fropskottel, verplaarde de GVR. Alle reuzen drinkt fropskottel. Is dat net zo vies als die snoskommers van jullie? Vroeg Sophie. Vies, riep de GVR. Het is om de dode drommel niet vies. Fropskottel is zoet en zwijmelig. Hij stond op van zijn stoel en liep naar een andere reuzenkast. Hij deed hem open en haalde er een glazen fles uit van bijna 2 meter lang. De vloeistof die erin zat was bleekgroen en de fles zat was half vol. Dit is fropskottel, riep hij. En hij hield de fles trots omhoog. Alsof er een of andere zeldzame wijn in zat. Zalig lijken prikkelige fropskottel, schreeuwde hij. Hij schudde de fles en het groene spul begon als een gek te bruisen. Kijk nou, het bruist de verkeerde kant op, riep Sophie. En ja hoor, de belletjes gingen niet van boven naar boven om aan de oppervlakte uit elkaar te spatten, maar schoten omlaag en spatten op de bodem uiteen. Op de bodem van de fles ontstond een bleek groen bruisend schuim.
Wat bedoelt jij in vredesnaam met de verkeerde kant op? Vroeg ze GVR. In onze priklimonade, zei Sophie, gaan de belletjes altijd omhoog en spatten bovenin uit elkaar. Omhoog is de verkeerde kant, riep de GVR. Belletjes moeten nooit omhoog gaan. Dat is allerbehaarlijkste nonsens wat ik ooit heeft gehoord. Waarom vind je dat? Vroeg Sophie. Vraag jij waarom? Vroeg de GVR en zwaarde de enorme fles in het rond alsof hij een orkest stond te dirigeren. Bedoelt jij dat je niet begrijpt waarom het verheestelijk fout is om de belletjes omhoog in plaats van omlaag te laten gaan? Eerst zei je dat het behaarlijk was en nu zeg je dat het verheestelijk is. Wat is er nou? Vroeg Sophie beleefd. Allebei, riep de GVR. Het is een behaarlijke en verheestelijke fout om de belletjes te laten stijgen. Als jij niet begrijpt waarom, dan moet je zo kwaak zijn als een eendenkooi. Bij Ringo, je hoofd moet zo propvol zitten met kikvorsjes en tureluurs. Dat ik een boom mag zijn als ik begrijp hoe jij daar nog één gedachte bij kan hebben. Waarom moeten de belletjes niet omhoog gaan? Vroeg Sophie. Ik zal het je uitleggen, zei de GVR. Maar vertel mij eerst eens hoe jullie fropskottel heet. De ene heet cola, zei Sophie. En de andere Pepsi. En er zijn nog veel meer. En die belletjes gaat allemaal omhoog. Allemaal omhoog, zei Sophie. Ontzettelijk, riep de GVR. Stijgende belletjes is een ramp bij een ongeluk. Wil je me alsjeblieft vertellen waarom? Vroeg Sophie. Als je goed luistert, zult ik proberen het je uit te leggen, zei de GVR. Maar jouw hersen zit zo vol vlierenfluitjes, dat ik twijfel of je het ooit zal begrijpen. Ik zal mijn best doen, zei Sophie geduldig. Goed dan, wanneer jij die kolendrank van jullie drinkt, zei de GVR, gaat er rechtstreeks naar beneden naar je maag. Is dat zo of is het zus? Dat is zo, zei Sophie. En de belletjes gaat ook naar je maag. Is dat zus of is dat zo? Dat is ook zo, zei Sophie. En de belletjes bruisen naar boven. Ja, natuurlijk, zei Sophie. Dat betekent, zei de GVR, dat ze allemaal in je keel naar boven komt borrelen en uit je mond komt en een smeer, gore, prisperige boer vormt. Dat gebeurt vaak genoeg, zei Sophie. Maar wat geeft nou een klein boertje zo nu en dan? Dat is juist leuk. Boeren laten smeergoor, zei de GVR. Wij reuzen doet dat nooit. Maar met jouw drank, zei Sophie, hoe noem je die ook alweer? Fropskottel, zei de GVR. Met fropskottel, zei Sophie, gaan de belletjes in je buik naar beneden. En dat kan heel wat vervelende gevolgen hebben. Hoezo vervelend? Vroeg de GVR met gefronste wenkbrauwen. Omdat, zei Sophie en ze bloost een beetje, als ze naar beneden gaan in plaats van omhoog, komen ze heel ergens anders uit. En met een nog harder en nog onfatsoenlijker geluid. Een flitspopper, riep de GVR en keek haar glunderend aan. Wij reuzen laat altijd maar door flitspoppen. Flitspoppers, flitspoppen is een teken van geluk. Het klinkt als muziek in onze oren. Jij gaat me toch niet vertellen dat flitspoppen verboden is bij mensbaksels? Ze vinden het maar heel onbehoorlijk, zei Sophie. Maar jullie laten toch wel eens flitspoppers? Is het wel zo, nu en dan? Vroeg de GVR. Iedereen laat flitspoppen, poppers, als je het zo wilt noemen, zei Sophie. Koningen en koninginnen flitspoppen, presidenten flitspoppen, beroemde filmsterren flitspoppen, kleine babytjes flitspoppen. Maar waar ik vandaan kom, is het niet netjes om erover te praten. Belachenbek, zei de GVR. Als iedereen flitspoppers laat, waarom mag je er dan niet over praten? Nu neemt wij een slurp van deze heerlijke fropskottel en dan zal je het gelukkige gevolg zien. De GVR schudde flink. Het bleekgroene spul bruiste en borrelde. Hij trok de kurk eruit en nam een geweldige gorgelende slok. Het is overzalig, riep hij. Ik is er dol op. Even stond de grote vriendelijke reus heel stil. Een blik van pure extase begon zich te verspreiden over zijn hele lange rimpelige gezicht. Toen plotseling ging de hemel open en liet hij een hele serie van de hardste en meest onfatsoenlijke geluiden die Sophie nog ooit van haar leven had gehoord. Ze weergalmde rond de wanden van de grot als donderslagen en deden de glazen potten op de planken rinkelen. Maar het allerwonderlijkste was nog wel dat de kracht van de ontploffingen de hele enorme reus zwaar van de grond oplichtte als een raket. Joepie! Riep hij toen hij weer op de grond stond. Dat is nou flitspoppen! Sophie barstte in lachen uit. Ze kon er niks aan doen. Neem zelf ook wat! Riep de GVR en wees met de hals van de enorme fles naar haar.
Heb je geen kopje? Vroeg Sophie. Geen kopjes, enkel fles. Sophie deed haar mond open en heel voorzichtig liet de GVR de fles voorover hellen en goot een beetje wonderbaarlijke fropskottel in haar keelgat. En jeminee, wat was dat zalig! Het was zoet en verfrissend. Het smaakte naar vanilleijs met slagroom met een heel klein tikkeltje framboos aan het randje van de smaak. En de belletjes waren fantastisch. Sophie kon ze echt in haar buik voelen rondstuiteren en ploffen. Het was een wonderlijk gevoel. Het leek of 100 kleine mensjes daarbinnen de polka dansten en haar kriebelden met hun blote tenen. Het was heerlijk. Het is heerlijk, riep ze. Wacht maar af, zei de GVR en liet zijn oren flappen. Sophie voelde de bolletjes lager en lager in haar buik afdalen. En toen plotseling, onvermijdelijk, kwam de ontploffing. Trompetten klonken en ze deden de wanden van de grot weergalmen van het geluid van de muziek en donder. Bravo, schreeuwde de GVR en zwaaide met de fles. Dat deed je heel goed voor een beginneling. Laten we nog wat nemen. De tocht naar Dromenland. Toen het malle fropskottelfeestje voorbij was, ging Sophie weer op de geweldige tafel zitten. Voelt jij je nu wat beter? Vroeg de grote vriendelijke reus. Veel beter, dankjewel, zei Sophie. Als ik mij een beetje akelig voel, zei de GVR, maakte ik een paar sloks fropskot op mij weer, hupsakee. Ik moet zeggen dat het een hele belevenis is, zei Sophie. Het is een prachtpatser, zei de GVR. Het is goddelig. Hij draaide zich om, liep de grot door en pakte zijn dromenvangnet. Ik galoppeert er nu vandoor, zei hij, om nog wat fritselfijne dromen te vangen voor mijn verzameling. Dat doet ik iedere dag zonder overslaan. Wilt jij soms met mij mee? Nee, dankjewel. Mij niet gezien, zei Sophie. Niet met die andere reuzen daar buiten op de loer liggen. Ik stop jou heel gezellig onder in de zak van mijn vest, zei de GVR. Dan kan niemand je zien. Voor Sophie kon protesteren, had hij haar van tafel opgepakt en in zijn vestzakje gestoken. Daar was meer dan genoeg ruimte. Wilt jij soms een klein gaatje om door naar buiten te kijken? Vroeg hij haar. Er zit er al een, zei ze. Ze had een klein gaatje in de zak ontdekt en toen ze haar ogen ervoor hield, merkte ze dat ze er heel goed door naar buiten kon kijken. Ze keek toe terwijl de GVR voorover boog en zijn koffer vol stopte met lege glazen potten. Hij deed de deksel dicht, nam de koffer in een hand, pakte met de andere de paal met het net aan de punt en liep naar de ingang van de grot. Zodra hij buiten was, ging de GVR op weg dwars door de grote, hete, gele woestenij waar de blauwe rotsblokken lagen en de dode bomen stonden en waar de andere reuzen rondhingen. Sophie, die op haar hurk in het zakje van het leren vest zat, drukte een oog stevig tegen het gaatje. Ze zag de groep enorme reuzen zo'n 300 meter voor hen uit. Houd je adems in, fluisterde de GVR van bovenaf. Houd je fikkers gekruist, daar gaat we. Wij gaan vlak langs al die andere reuzen. Ziet je die joekelgrote daar het dichtste bij ons? Ik zie hem, fluisterde Sophie bezig terug. Dat is de ergste van allemaal. De grootste van allemaal. Ze noemen hem de vleesslaapeter. Ik wil niks over hem horen, zei Sophie. Hij is 16 meter lang, zei de GVR voortdragend. Hij schrokt mensbaksels alsof het suikerklontjes zijn, met 2 of 3 tegelijk. Je maakt me zenuwachtig, zei Sophie. Ik is zelf zenuwachtig, fluisterde de GVR. Ik is altijd zo schrikkerig als een schildkikker als de vleeslapeter in de buurt is. Blijf dan bij me uit de buurt, smeekte Sophie. Kant niet, zei de GVR. Hij galoppeert makkelijk 2 keer zo flux als ik. Zullen we teruggaan? Vroeg Sophie. Teruggaan maakt het alleen maar erger, zei de GVR. Als zij mij ziet hollen, komt zij allemaal achter mij aan en gooit met stenen. Zij zouden jou toch nooit opeten, hè? Vroeg Sophie. Reuzen eten nooit andere reuzen, zei de GVR. Reuzen vecht en ruziekt heel wat af met elkaar, maar zij vreten elkaar niet op. Mensbaksels is stukken lekkerder volgens hen. De reuzen hadden de GVR al in de gaten gekregen. Alle hoofden draaiden naar hem toe en bekeken hem terwijl hij langs draafde. Hij was van plan de groep op ruime afstand rechts te passeren. Door haar kijkgaatje zag Sophie de vleesslaapeter hun kant op komen om ze te onderscheppen. Hij haastte zich niet.
Hij liep gewoon quasi toevallig naar de plek waar de GVR hem zou passeren. De anderen kwamen achter hem aan. Sophie telde er 9 en in het midden herkende ze de bloedbottelaar. Ze verveelde zich. Ze hadden helemaal niets te doen tot die avond, tot de avond viel. Er ging iets dreigends van hen uit. Zoals ze daar met lange slungelige passen over de vlakte liepen in de richting van de GVR. Hé, hey, daar heeft je het scharminkel, donderde de vleeslapeter. Hé hey daar, scharminkel, waar allerijlt jij zo overhaastig heen? Hij stak een reusachtige arm uit en greep de GVR bij zijn haar. De GVR stribbelde niet tegen. Hij bleef gewoon staan, verroerde zich niet en zei, is zo vriendelijk mijn haar los te laten, vleeslapeter. De vleeslapeter liet hem los en deed een stap naar achteren. De andere reuzen stonden er omheen en wachten tot het leuk zou worden. Nou ja dan, jij klein marmormel, brulderde de vleeslapeter. Wij allemaal wilt wel eens eten waar je elke dag overdag heen galoppeert. Niemand hoort ergens heen te galopperen voor het donker wordt. Straks krijgt de mens baksels jou in de smoezen en begint een reuzenjacht en dat wilt wij toch zeker niet, hè? Helemaal niet, schreeuwde de andere reuzen. Ga terug naar je grot, scharminkel. Ik galoppeer niet naar een mensbakselland, zei de GVR. Ik ga naar andere plaatsen. Ik denk zo, zei de vleeslapeter, dat jij mensbaksels vangt om als huisdier te houden. Gelijk heeft jij, riep de bloedbottelaar. Zo net hoorde ik hem nog tegen eentje zitten kwabbelen in zijn grot. Jullie mag best mijn grot doorzoeken en vachteren naar oren, antwoordde de GVR. Jullie mag in alle goedjes en haakjes kijken. Daar is niks geen mensbaksel of mombaksels of misbaksels of wat voor andere baksels dan ook. Sophie zat muisstil in de zak van de GVR. Ze durfde bijna geen adem te halen. Ze was al te dood dat ze zou moeten niezen. Het kleinste geluidje of bewegingje zou haar al verraden. Door het kleine kijkgaatje zag ze de reus om de arme GVR heen dringen. Wat zagen ze er afschuwelijk uit. Ze hadden allemaal kleine varkensoogjes en enorme monden met dikke worstlippen. Toen de vleeslapeter praatte, ving ze een glimp op van zijn tong. Die was pikzwart, net een lap zwarte biefstuk. Ze waren allemaal meer dan 2 keer zo groot als de GVR. Plotseling stak de vleeslapeter zijn beide reusachtige handen uit en greep de GVR bij zijn middel vast. Hij gooide hem hoog in de lucht en schreeuwde, vang hem, mensenmepper! De mensenmepper ving hem op. De andere reuzen gingen vlug in een kring staan. Iedere reus op zo'n 20 meter afstand van zijn buurman voor het spel dat ze gingen spelen. Nu gooide de mensenmepper de GVR hoog en ver de lucht in en schreeuwde, vang hem, bottenkraker! De bottenkraker rende naar voren, ving de wentelende GVR op en zwaaide meteen de lucht weer in. Vang hem, kinderkouwer! Schreeuwde hij. En zo ging het door. De reuzen gebruikten de GVR als bal en wedijfden met elkaar wie hem het hoogste kon gooien. Sophie drukte haar nagels in de zijkanten van de zak om niet uit te vallen wanneer ze op haar kop hing. Ze voelde zich alsof ze in een ton van de grote Niagara-watervallen naar beneden stortte. En de hele tijd was er het grote gevaar dat een van de reuzen de GVR niet zou vangen en hij op de grond zou smakken. Vang hem, vleeshakker! Vang hem, schrokschranzer! Vang hem, meisjesstamper! Vang hem, bloedbottelaar! Vang hem! Vang hem! Vang hem! Ten slotte verveelde het spelletje hen. Ze smeten de arme GVR op de grond. Hij was duizelig en hemelend warm. Ze gaven hem een paar schoppen en schreeuwden, rennen, scharminkel! Laat ons eens zien hoe hard jij kan galopperen! De GVR rende weg. Wat had hij anders kunnen doen? De reuze raapte rotsblokken op en gooide die achter hem aan. Hij kon ze gelukkig ontwijken. Scharrig klein minkeltje, schreeuwde ze. Miezerig klein mormel, dwergelig klein dreumesje, guttige kleine garnaal, petieterig klein peutertje, schriel klein sprietje. Eindelijk was de GVR buiten hun bereik en in nog een paar minuten was de hele meute reuzen uit het gezicht verdwenen achter de horizon. Sophie stak haar hoofd uit de zak. Dat was geen lolletje, zei ze. Oef, zei de reus. Nou en oef. De reuze was vandaag in een opperslechterste stemming, hè? Ik heb spijt dat jij het zo zwaaierig heeft gehad.
Niet erger dan jij, zei Sophie. Zouden ze jou ooit echt kwaad doen? Ik vertrouw ze voor geen cent, zei de GVR. Hoe vangen ze de mensen die ze opeten eigenlijk, vroeg Sophie. Meestal steekt zij gewoon een arm door het slaapkamerraam naar binnen en plukt ze uit hun bed, zei de GVR. Net zoals jij met mij deed. Ja, maar ik heb jou niet opgegeten, zei de GVR. Hoe vangen zij ze verder nog, vroeg Sophie. Soms, zei de GVR, komt zij uit zee aanzwemmen als visjes met alleen hun koppen boven water. En dan komt er een harige hand en grabbelt iemand van het strand af. Ook kinderen? Vaak kindertjes, zei de GVR. Kleine kindertjes die zandkastelen bouwt op het strand, daar loert de zwemmers juist op. Kleine kindertjes is niet zo taai om te kauwen als de oude grootmoeders, zegt de kinderkauwerreus. Terwijl ze praten, galoppeerde de GVR razendsnel over het land. Sophie stond nu rechtop in zijn vestzakje en hield zich met twee handen aan de rand vast. Haar hoofd en schouders staken naar buiten en de wind waaide door haar haren. Hoe vangen ze verder nog mensen? Vroeg Sophie. Ze heeft allemaal zo hun eigen maniertjes om mensbaksels te vangen, zei de GVR. De vleeshakkerreus doet het liefst net alsof hij een grote boom in het park is. Hij staat in het park in de schemering en houdt grote takken boven zijn hoofd. En daar wacht hij tot een vrolijke familie onder de takken komt picknicken. De vleeshakkerreus kijkt toe hoe zij het eten uitstalt, maar tenslotte is het de vleeshakker die een lekker maaltje heeft. Dat is toch al te verschrikkelijk, riep Sophie. De schrokschranzer houdt van steden, ging de GVR verder. De schrokschranzer ligt hoog tussen de daken van de huizen in de grote steden. Hij ligt daar zo kalmpjes als een kamerplant en bekijkt de mensbaksels die beneden op straat lopen. En als hij er eentje ziet die hem smiksmakelig lijkt, dan pakt hij hem. Hij steekt gewoon zijn hand uit en pikt hem van de straat op, zoals een apenpinda. Hij zegt dat het wat prettig is om zo te kunnen uitzoeken wat je wilt eten. Hij zegt dat het net is alsof je iets op een menu uitkiest. Zien de mensen hem dat dan niet doen? Vroeg Sophie. Nooit zien ze hem. Vergeet niet dat het schemerdonker is dan. En Schrokschranzer heeft een bliksemsnelle arm. Zijn arm gaat nog vlugger op en neer dan een kiekeboe. Maar als al die mensen elke nacht verdwijnen, dan komt er toch zeker wel grootste herrie van, zei Sophie. De wereld is een schromelijk grote plaats, zei de GVR. Er is wel 100 verschillende landen. De reuzen is slim. Ze kijkt wel uit om al te vaak naar hetzelfde land te trippelen. Zij is altijd aan het wisselen. En toch, zei Sophie, vergeet ook niet, zei de GVR, dat er altijd overal mensbaksels verdwijnt, ook als de reuzen ze niet peuzelt. Mensbaksels maakt elkaar veel meer dood dan de reuzen doet. Maar zij eten elkaar niet op, zei Sophie. De reuzen eten elkaar ook niet op, zei de GVR. En reuzen maakt elkaar ook niet dood. Reuzen is niet zo best, maar ze maakt elkaar niet dood. En ook krokelendokussen maakt geen andere krokelendokussen dood. En ook poezenbeestjes maakt andere poezenbeestjes niet dood. Muizen maken ze wel dood, zei Sophie. Ja, maar zij maakt niet hun eigen soortgenoten dood, zei de GVR. Mensbaksels is de enige dieren die hun eigen soortgenoten dood maakt. Maken giftige slangen elkaar dan niet dood, vroeg Sophie. Ze zocht koortsachtig naar een ander schepsel dat zich even slecht gedroeg als de mens. Zelfs giftige slangen maakt elkaar nooit dood, zei de GVR. En ook niet de allerbangmakendste beesten, zoals tijgers en rinoceroosterossen. Geen van hen maakt ooit zijn eigen soortgenoten dood. Heeft jij daar wel eens aan gedacht? Sophie zweeg. Ik begrijp niets van mensbaksels, zei de GVR. Jij is een mensbaksel en jij zegt dat het huiverig en afstuitend is dat reuzen mensbaksels eet. Is het zo of zus? Dat is zo, zei Sophie. Maar mensbaksels vermorzelt elkaar de hele tijd, zei de GVR. Zij schiet het met geweren en gaat week in week uit met vliegertuigen de lucht in om bommen op elkaars hoofd te laten vallen. Mensbaksels is altijd andere mensbaksels aan het doodmaken. Hij had gelijk. Natuurlijk had hij gelijk en Sophie wist het. Ze begon zich af te vragen of mensen eigenlijk wel haar beter waren dan reuzen. En toch, zei ze om haar eigen soort te verdedigen, vind ik dat het een rotstreek is van die rottige reuzen om elke nacht mensen te eten. Mensen hebben hun toch nooit kwaad gedaan? Dat is nou net wat een kleine biggevarkentje elke dag zegt, antwoordde GVR. Hij zegt,
Ik heeft nog nooit een mens baksel kwaad gedaan, dus waarom zou het hij mij opeten? O jee, zei Sophie. Mens baksels maakt regels zoals het zelf het beste uitkomt, zei de GVR. Maar de regels die zij maakt, komt de kleine biggevarkentjes niet zo best uit. Is het zo of zus? Dat is zo, zei Sophie. Reuzen maakt ook regels. Hun regels komt de mens baksels niet zo goed uit. Iedereen maakt de regels die hem zelf het beste uitkomt. Maar jij vindt het toch ook niet goed dat die monsters van reuzen iedere nacht mens opeten, hè? Vroeg Sophie. Ik niet, zei de GVR flink. Eén zo maakt nog geen twee zussen. Zit jij daar wel lekker in, mijn zak? Prima, zei Sophie. En toen schakelde de GVR plotseling weer over in zijn wonderbaarlijk hoogste versnelling. Hij begon zich met fenomenale sprongen voor te bewegen. Zijn snelheid was ongelooflijk. Het landschap vervaagde en opnieuw moest Sophie wegduiken uit de loeiende stormwind, anders zou haar hoofd van haar schouders geblazen zijn. Ze zat ineengedoken in de zak en luisterde naar de lang schierende wind. Hij kwam door het kleine kijkgaatje naar binnen waaien en suisde als een orkaan om haar heen. Maar dit keer bleef de GVR niet zo lang in zijn hoogste versnelling. Het leek of hij een of andere hindernis moest nemen, misschien een uitgerekt gebergte of een oceaan of een grote woestijn, want toen hij die eenmaal was gepasseerd, ging hij weer langzaam tot zijn gewone galop en kon Sophie haar hoofd weer naar buiten steken om naar het landschap te kijken. Ze zag meteen dat ze nu in een veel bleker gebied waren aangeland. De zon was verdwenen achter een nevel van damp. De lucht werd met een minuut koeler. Het land was vlak en kaal en er scheen helemaal geen kleur te zijn. De mist werd ook met een minuut dikker. De lucht werd nog kouder en alles werd al bleker en bleker tot er niets meer rondom te zien was dan grijs en wit. Ze waren in een land van wervelende nevels en spookachtige dampen. Op de grond groeide wel een soort gras, maar het was niet groen. Het was asgrijs. Er was geen levende ziel te bekennen. Er klonk nog niet het kleinste geluidje, behalve dan de zachte ploffen van de voetstappen van de GVR die door de mist draafden. Plotseling stond hij stil. Wij is er eindelijk, verklaarde hij. Hij bukte zich, haalde Sophie uit zijn zak en zette haar op de grond. Ze was nog steeds in hun nachtpon en op blote voeten. Ze rilde en staarde in het rond naar de wervelende nevels en de spookachtige damp. Waar zijn we? Vroeg ze. Wij is in Dromenland, zei de GVR. Dit is de plaats waar alle dromen begint. Op dromenjacht. De grote vriendelijke reus zette zijn koffer op de grond. Hij boog ver voorover zodat zijn gezicht vlak bij dat van Sophie was. Van nu af aan houden wij ons zo stil als piepkleine piepmuisjes, fluisterde hij. Sophie knikte. De nevelige damp wervelde om haar heen. Hij maakte haar wangen vochtig en liet dauwdruppels achter in haar haar. De GVR deed de koffer open en haalde er enkele lege potten uit. Hij zette ze klaar met de dop er vast afgeschroefd. Toen ging hij weer rechtop staan. Zijn hoofd was nu heel hoog in de wervelende nevels en bleef voortdurend verdwijnen en weer verschijnen. Hij hield het lange vangnet in zijn rechterhand. Sophie staarde naar boven. Door de mist heen zag ze hoe zijn kolossale oren zich uitrolden. Ze begonnen zachtjes heen en weer te wuiven. Plotseling sloeg de GVR toe. Hij sprong hoog de lucht in en zwaaide het vangnet door de mist met een geweldige suizende zwaai van zijn arm. Hebbes! Riep hij. Een pot, gauw, gauw, gauw! Sophie pakte een pot op en reikte hem omhoog in de richting van de reus. Hij pakte hem aan. Hij liet het net omlaag zakken. Heel voorzichtig liet hij iets totaal onzichtbaars uit het net in de pot vallen. Hij liet het net los en legde vlug een hand op de pot. De top, fluisterde hij, de top vlug! Sophie raapte de schroefdop op en gaf hem aan de GVR. Hij schroefde hem er stevig op vast en dicht was de pot. De GVR was helemaal opgewonden. Hij hield de pot vlak bij een oor en luisterde gespannen. Het is een knifgnuiver, fluisterde hij met een opgetogen klank in zijn stem. Het is zelfs nog beter. Het is een juweeltje. Het is een gouden pronksjuweeltje. Sophie staarde hem aan. Oh, gut, zei hij, terwijl hij de pot voor zich uithield. Dat zal een kleine peuteltje een allerplezierigste nacht bezorgen, als ik hem naar binnen blaast. Is het echt een goeie? Vroeg Sophie. Een goeie, riep hij. Het is een pronksjuweel. Zo eenvangt ik er niet alle dagen. Hij gaf de pot aan Sophie en zei, nu zo stil zijn als een zeester, alsjeblieft. Ik denk
dat er misschien wel een hele zwerm pronksjuweeltjes rondzweeft daarboven. En wees zo lief geen adem meer te halen. Je maakt een hoop herrie daar beneden. Ik heb geen vim verroerd, zei Sophie. Houd daar dan mee op, antwoordde de GVR bits. Opnieuw ging hij recht opstaan in de mist met zijn vangnet in de aanslag. Toen volgde de lange stilte, het wachten, het luisteren en tenslotte, verrassend plotseling, kwam de sprong en het zuizen van het net. Nog een pot, riep hij. Gauw, gauw, gauw. Toen de tweede droom veilig in de pot zat met de dopper stevig opgeschroefd, hield de GVR hem bij zijn oor. Oh nee, riep hij. Jot Pandora, o gutte grootjes. Wat is er aan de hand? Vroeg Sophie. Het is een trollenklopper, schreeuwde hij. Zijn stem klonk vol woede en ellende. O, red onze zielenpoten, riep hij. Verlost ons van de rozen. De duivel danst altijd op de grote hoop. Heb je het nou toch over? Vroeg Sophie. De GVR raakte steeds meer van streek. O, vergeet ons onze honden, riep hij en zwaaide met de pot. Komt dat het hele eind om prachtige pronksdromen te vangen en wat vangt ik? Nou, wat heb je dan gevangen? Vroeg Sophie. Vangt ik me daar een verschrikkelijke trollenklopper, riep hij. Dit is een boze, boze droom. Het is nog erger dan een boze droom, het is een nachtmerrie. Oh jee, zei Sophie, wat ga je daarmee doen? Die laat ik nooit, nooit meer los, riep de GVR. Want als ik dat doe, zal het een of ander arm peuteltje een vreselijk stolbloederige nacht hebben. Dat is wel een heel echte knallende knieënknikker. Zodra ik thuis kom, zal ik hem opblazen. Nachtmerries zijn afschuwelijk, zei Sophie. Ik heb er wel eens een gehad en toen werd ik nat van het zweet wakker. Met deze zou jij keihard krijsend wakker worden, zei de GVR. Van deze zou je tanden recht overeind gaan staan. Als deze bij jou naar binnen kwam, zou je bloed bevriezen tot ijspegels en je vel gaan kakelen als een kip. Is het zo erg? Nog veel erger, riep de GVR. Dit is een joekel van een schrikbibber. Het zei je toch dat het een trollenklopper was, zei Sophie. Het is ook een trollenklopper, riep de GVR geïrriteerd. Maar het is ook een knieënknikker en een schrikbibber. Het is alle drie in de pan. Wat is ik blij dat ik die stevig vast heb. Ja, ja, jij duivels klein beestje, jij, riep hij terwijl hij de pot optilde en naar binnen tuurde. Jij zal nooit meer arme kleine mensbaksels peuteltjes aan het schrikbibberen maken. Sophie, die ook in de glazen pot tuurde, riep. Ik kan hem zien, er zit iets daarbinnen. Ja, natuurlijk zit er iets daarbinnen, zei de GVR. Daar ziet jij de grijzelijke trollenklopper. Maar jij zei dat dromen onzichtbaar waren. Dromen is altijd onzichtbaar tot zijn gevangenis, zei de GVR. Daarna verliest zij iets van hun onzichtbaarheid. Wij zien deze erg duidelijk. Binnen in de pot kon Sophie de vage rode omtrek zien van iets dat eruit zag als een gemiddelde tussen een gasbel en een drillpunninkje. Het bewoog zich wild heen en weer, gooide zich tegen het glas en veranderde voortdurend van vorm. Hij wriemelt alle kanten op, riep Sophie. Hij probeert zich eruit te vechten. Hij zal zich nog kapot beuken. Hoe enger de droom, hoe bozer hij wordt wanneer in die gevangenis, zei de GVR. Hij is net als met wilde dieren. Als een dier erg woest is en je stopt hem in een kooi, dan zal hij een heidense stamperij maken. Als het een aardig dier is, zoals een kakatoedoeloe of een frommelpad, dan blijft hij rustig zitten. Dromen is precies hetzelfde. Dit is een enge, woeste, griezelige nachtmerrie. Kijk maar eens hoe hij zich tegen het glas plettert. Het maakt me echt bang, zei Sophie. Ik zou deze niet graag binnenkrijgen in een donkere nacht, zei de GVR. Nou, ik ook niet. De GVR begon de potten weer in de koffer te zetten. Is dit alles? Vroeg Sophie. Gaan we weg? Ik is zo geklutst kwijt door deze trollenkloppende, knieënknikkerende schrikbibber, zei de GVR, dat ik niet wil doorgaan. Dromenjacht is afgelopen voor vandaag. Al gauw zat Sophie weer in het vestzakje en reesde de reus zo hard als ik kon terug naar huis. Toen zij tenslotte uit de mist kwamen en de hete gele woestenij betraden, lagen alle andere reuzen op de grond uitgestrekt, diep in slaap. Een trollenklopper voor de vleeslapeter. Reuzen doet altijd een tukje voor zij s'avonds op weg krassen om mensbaksels te jagen, zei de GVR. Hij stond even stil om Sophie goed te laten kijken. Reuzen slaapt alleen zo, maar zo nu en dan, zei hij. Bij lange na niet zoveel als mensbaksels. Mensbaksels is gek op slapen.
Heeft jij er wel eens aan gedacht dat een mensbaksel van 50 jaar oud wel 20 jaar geslapen heeft? Ik moet toegeven dat ik daar nooit aan gedacht heb, zei Sophie. Daar zou jij wel aan moeten denken, zei de GVR. Denk daar nu alsjeblieft aan. Dit mensbaksel zegt dat hij 50 jaar is, is 20 jaar lang diep in slaap geweest zonder zelfs maar te weten waar hij is. Zonder ook maar iets te doen, zonder zelfs maar na te denken. Het is een rare gedachte, zei Sophie. Precieus, zei de GVR. Dus wat ik jou probeer uit te leggen is dat een mensbaksel dat zegt dat hij 50 is, geen 50 is, maar 30. En ik, vroeg Sophie, ik ben 8. Jij is helemaal geen 8, zei de GVR. Mensbakselbaby's en kleine kindertjes slapen al de helft van de tijd, dus is jij pas 4? Ik ben 8, zei Sophie. Jij denkt misschien dat je 8 is, zei de GVR, maar je heeft maar 4 jaar van je leven je ogen open gehad. Jij is maar 4 en houd op met mij te ringelogen. Pieterige kleine pukkelukkies zoals jij moet niet zo'n oude wijsaard die honderden jaren ouder is dan jij een beetje gaan zitten ringelogen. Hoeveel slapen reuzen dan? Vroeg Sophie. Die verspeelt niet zoveel tijd met soezelen, zei de GVR. 2 of 3 uur is genoeg. En wanneer slaap jij? Vroeg de GVR. Nog minder, antwoordde de GVR. Ik slaap heel soms op een blauwe maandag. Vanuit haar zak bekeek Sophie de slapende reuzen nog eens goed. Ze zagen er zelfs nog potsierlijker uit dan toen ze wakker waren. Languit liggend op de gele vlakte besloegen zij een lap grond de grootte van een voetbalveld. De meesten lagen op hun rug met een enorme mond wijd open en snurkten als misthoorns. Het was een geweldig kabaal. Plotseling maakte de GVR een luchtsprong. Pot voor 2 druppeltjes, riep hij uit. Krijg me daar toch een puikfijn idee? Wat dan? Vroeg Sophie. Wacht maar, riep hij. Houd je gesmak en breekt het lijntje niet. Mag jij maar eens af wat ik uit ga halen? Hij galoppeerde terug naar de grot, terwijl Sophie zich stevig aan de rand van de zak vasthield. Hij rolde de steen weg en liep de grot in. Hij was buiten zichzelf van de opwinding. Hij bewoog zich razendsnel. Blijf jij maar waar jij is, schattebijtje, zei hij. Wij zult dit prachtstukje kattenkwaad samen uithalen. Hij zette het dromenvangnet weg, maar hield de koffer in zijn hand. Hij rende naar de andere kant van de grot en pakte het lange trompetding dat hij droeg toen Sophie hem voor het eerst in het dorp had gezien. Met de koffer in een hand en de trompet in de andere draafde hij de grot weer uit. Wat zou hij nu weer van plan zijn? Vroeg Sophie af. Piep je hoofd maar ver naar buiten, zei de GVR. Dan kan jij goed koekeloeren wat er gebeurt. Toen de GVR in de buurt van de slapende reuzen kwam, ging hij rechterop lopen. Hij begon op zijn tenen te lopen. Zachtjes sloop hij op de lelijkste woestelingen af. Ze lagen nog luid te snurken. Ze zagen afstotelijk smerig en duivels uit. De GVR sloop op zijn tenen om hen heen. Hij ging langs de schrokschranzen, de bloedbottelaar, de vleeshakker en de kinderkouwer. Toen stond hij stil. Hij stond nu bij de vleeslapeter. Hij wees hem aan, keek op Sophie neer en gaf haar een grote knipoog. Hij knielde op de grond en deed voorzichtig de koffer open. Daaruit haalde hij de glazen pot met de vreselijke nachtmerrieachtige trollenklopper tevoorschijn. Toen begreep Sophie wat er ging gebeuren. Oei oei, dacht ze, dit zou nog wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ze kroop wat dieper weg in de zak, zodat alleen nog het topje van haar hoofd en haar ogen te zien waren. Ze wilde bliksemsnel weg kunnen duiken als er iets mis zou gaan. Ze waren zo'n 3 meter van het gezicht van de vleeslapeter af. Het ronkende snurkabaal dat hij maakte was walgelijk. Zo nu en dan vormde zich een grote bel spuug tussen zijn 2 geopende lippen, die dan met een flats uiteenspatte en zijn gezicht met speeksel overdekte. Uiterst zorgvuldig schroefde de GVR de dop van de glazen pot en liet de warrelende, wriemelende, lichtrode trollenklopper in de tuit van zijn lange trompet vallen. Hij zette het andere eind van de trompet aan zijn lippen. Hij richtte het instrument recht op het gezicht van de vleeslapeter. Hij haalde diep adem, bolde zijn wangen en poef, daar blies hij. Sophie zag een bleekrode flits naar het gezicht van de reus schieten. Een halve tel bleef hij boven het gezicht zweven. En toen was hij weg. Hij scheen de neus van de reus te zijn binnengezogen. Maar het was allemaal zo vlug gegaan dat Sophie er niet helemaal zeker van was. Wij kunnen nu maar beter de benen smeren naar een veiliger plekje, fluisterde de GVR. Hij draafde zo'n 100 meter weg en stond stil. Hij dook in elkaar dicht tegen de grond. En nu, zei hij, wachten wij op de dingen die komen zal. Ze hoefden niet lang te wachten.
Plotseling werd de stilte verscheurd door het meest angstaanjagende gebrul dat Sophie ooit had gehad. Ze zag het wel 17 meter lange lichaam van de vleeslapeter van de grond oprijzen en met een plof weer neervallen. En toen begon het kronkelen en te draaien en rond te stuiteren op een geweldige manier. Het was echt griezelig om te zien. Jaaau, brulde de vleeslapeter. Ja, ja, oei, wauw. Hij slaapt nog, fluisterde GVR. De schrikkelijk lelijke trollenkloppen nachtmerrie begint. Net goed, zei Sophie. Ze had geen greintje medelijden met deze grote bruut die kinderen opat alsof het suikerklontjes waren. Help ons, krijste de vleeslapeter woest in het rond slaand. Hij zit me achterna, hij zal me pakken. Het bonken van zijn benen en het zwaaien van zijn armen werd elk ogenblik wilder. Het was indrukwekkend om dat kolossale wezen zo machtig te zien kronkelen. Het is Jacob, brulderde de vleeslapeter. Het is de vreselijke, nadeloze Jacob. Jacob zit me achterna. Jacob zal mij rammelkasten. Jacob zal mij toetakelen. Jacob zal mij turfranselen. Het is een schrikkelijke, griezelenke Jacob. De vleeslapeter kronkelde over de grond als een reusachtig gemartelde slang. Ho, spaart mij, Jacob, gilde hij. Doet mij geen pijn, Jacob. Wie is toch die Jacob waar hij steeds over heeft? Fluisterde Sophie. Jacob is het enige mensbaksel waar alle reuzen bang voor is, vertelde de GVR. Zij is allemaal als de dooie dood voor Jacob. Zij heeft allemaal gehoord wat een beroemde reuzendoder die Jacob is. Help! Krijste de vleeslapeter. Hij heeft toch medelijden met deze arme kleine reus. De bonenstaak, daar komt hij met zijn schrikkelijke ramransel bonenstaak. Wij reuzen, fluisterde GVR, weet niet zoveel van dit gevreesde mensbaksel dat Jacob heet. Wij weten alleen dat hij een beroemde reuzendoder is en dat hij iets heeft dat de bonenstaak wordt genoemd. Wij weten ook dat die bonenstaak iets heel griezelijks is en dat Jacob hem gebruikt om de reuzen te doden. Sophie kon de glimlach niet onderdrukken. Waar zit jij nou over te giechelen? Vroeg de GVR nogal in zijn wiek geschoten. Dat vertel ik je nog wel eens, zei Sophie. De vreselijke nachtmerrie had de woesteling nu zo in zijn greep dat hij zijn lichaam in alle mogelijke bochten wrong. Niet doen, Jacob, krijst hij. Ik zou het jou nooit opeten, Jacob. Ik zou het nooit mensbaksels opeten. Ik zweer dat ik nooit van mijn levensweken nog maar één mensbakseltje heeft opgepeuzeld. Leugenaar, zei de GVR. Op dat moment raakte een van de vleeslapeters rondmaaiende armen de nog in slaap verzonken vleeshakker reus midden op het gezicht. En tegelijkertijd schopte hij een van zijn wild rondtrappende voeten de schrokschranse reus recht in zijn maag. De geraakte reuzen werden allebei wakker en sprongen overeind. Hij sloeg mij midden op mijn smoel, gilde de vleeshakker. Hij klabakte mij knal op mijn pens, schreeuwde de schrokschranse. Met z'n tweeën stormden ze op vleeslapeter af en begonnen hem met handen en voeten te bewerken. De arme vleeslapeter werd op slag wakker. Hij viel rechtstreeks van de ene nachtmerrie in de andere. Brullend stortte hij zich in de strijd en het dreunende, stampende gevecht dat toen volgde, werd de ene slapende reus naar de andere geschopt of onder de voet gelopen. Al gauw stonden ze alle negen overeind en hielden een allergeweldigste knokpartij. Ze sloegen, schopten, krabben, beten en duwden elkaar zo hard als ze maar konden. Er vloeide bloed, neuzen kraakten, tanden kletterden op de grond als hagelstenen. De reuzen brulden, krijsten en vloekten. En vele minuten lang galmde het rumoer van de strijd over de gele vlakte. De GVR grijnsde breed van intens genoegen. Daar heeft ik nu altijd zo lol in als ze zo leien bakken, zei hij. Straks maken ze elkaar nog dood, zei Sophie. Niks hoor, antwoordde de GVR. Die beest is altijd aan het bliksem en donder jagen met elkaar. Straks wordt het donker en gaat zij erop uit om buiken te vullen. Ze zijn woest en grof en smerig, zei Sophie. Ik haat ze. Toen de GVR terugliep naar de grot, zei hij zachtjes. Wij heeft die nachtmerrie toch nog goed kunnen gebruiken, hè? Nou en of, zei Sophie. Dat heb je prima gedaan. Dromen. De grote vriendelijke reus zat aan de grote tafel in zijn grot en deed zijn huiswerk. Sophie zat met gekruiste benen op het tafelblad en keek toe. De glazen pot met de enige goede droom die ze die dag hadden gevangen, stond tussen hen in.
De GVR was met veel moeite en geduld bezig iets op een papiertje te schrijven met een kolossaal potlood. Wat schrijf je daar? Vroeg Sophie. Alle dromen krijgen hun speciale etiket op de fles, zei de GVR. Hoe kan ik anders meteen vinden wat ik nodig heeft als ik haast heeft? Maar kun je dan heus echt weten wat voor droom het is door alleen maar naar te luisteren? Vroeg Sophie. Dat kan ik, zei de GVR zonder op te kijken. Maar hoe dan? Door de manier waarop hij zoomt en bromt? Jij heeft meer of min gelijk, zei de GVR. Iedere droom ter wereld maakt een andere soort bromzoommuziek. En die grote, zwiepflappige oren van mijn kant die muziek verstaan. Doe je met muziek wijsjes? Ik bedoel geen wijsjes. Wat bedoel je dan? Mensbaksels heeft hun eigen muziek. Is dat zo of zus? Dat is zo, zei Sophie. Allerlei muziek. En soms is mensbaksels diep getroffen wanneer zij prachtelijke muziek hoort. Zij krijgt huivers langs hun ruggengraten, zus of zo. Dat is zo, zei Sophie. Dus de muziek zegt iets tegen ze, stuurt een boodschap. Ik denk niet dat mensbaksels weten wat de boodschap is, maar ze houdt er toch van. Ja, zo is het wel ongeveer, zei Sophie. Maar vanwege deze flip-floppige oren van mij, zei de GVR, hoort ik niet alleen de muziek die dromen maakt, maar verstaat ik die ook. Hoe bedoel je verstaat? Vroeg Sophie. Ik kan het hem lezen, zei de GVR. Hij praat tegen mij, het lijkt op woordentaal. Dat kan ik bijna niet geloven, zei Sophie. Ik wil het wedden dat jij ook bijna niet kan geloven in wokwikkels, zei de GVR, en hoe zij van de sterren bij ons op bezoek komt. Natuurlijk geloof ik daar niet in, zei Sophie. De GVR keek haar ernstig aan met die reusachtige ogen van hem. Ik hoop dat jij het mij niet kwalijk neemt, zei hij, dat ik je moet vertellen dat mensbaksels denkt dat zij oh zo knap is. Maar dat is zij niet. Mensbaksels is allemaal nikswetens en bluffpiepers. Hoe bedoelt u? Vroeg Sophie. Weet je wat het is met mensbaksels, ging de GVR verder. Zij weigert absoluut iets te geloven als zij het niet zelf recht voor hun eigen snuffert ziet. Natuurlijk bestaat wokwikkels wel. Ik kom ze vaak genoeg tegen. Ik pappelt er zelfs mee. Hij keerde zich minachtend van Sophie af en ging door met schrijven. De letters waren heel groot en duidelijk, maar niet erg goed gemaakt. Dit stond er. Deze droom gaat over hoe ik mijn onderwijzer het gaat redden van de verdrinking. Ik duik in de rivier vanaf een hoge brug en ik sleep mijn onderwijzer naar de kant en dan geef ik hem mond op mond benademing. Mond op mond wat? Vroeg Sophie. De GVR hield op met schrijven en hief langzaam zijn hoofd op. Zijn ogen bleven op Sophie's gezicht rusten. Ik heb je alles gezegd, zei hij zachtjes, dat ik nooit de kans heeft gehad naar school te gaan. Ik zit vol fouten. Ze is niet mijn schuld, ik doe mijn best. Jij is een alleraardigst meisje, maar onthoud alsjeblieft dat jij ook niet precies juffertje weet al is. Het spijt me, zei Sophie. Echt waar, het is heel onbeleefd van mij om jou steeds maar te verbeteren. De GVR bleef haar nog even aankijken. Toen boog hij zich weer over zijn moeizame schrijfwerk. Zeg eens eerlijk, zei Sophie, als jij die droom in mijn slaapkamer zou blazen terwijl ik sliep, zou ik dan echt heus dromen dat ik mijn onderwijzer redde door van een brug af te duiken? Meer, zei de GVR, nog een heleboel meer, maar ik kan niet de hele mixen-maxen droom op een pieperstukje papier krabbelen. Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. De GVR legde zijn potlood neer en hield een lap van een oor tegen het glas. 30 seconden lang luisterde hij gespannen. Ja, zei hij en knikte plechtig met zijn grote hoofd. Deze droom gaat heel goed verder. Hij heeft een zalig uiteinde. Hoe loopt die af? Vroeg Sophie toe. Vertel het me. Je zou dromen, zei de GVR, dat de ochtend nadat jij je onderwijzer uit de rivier had gered, jij op school komt en alle 500 andere kinderen in de gymzaal ziet zitten en de onderwijzer ook en het hoofd van de school staat op en zegt: ik wil dat de hele school 3 hoeraatjes voor Sophie geeft, omdat zij zo dapper is geweest en het leven heeft gered van onze brave meester Figgins, die jammer genoeg van de brug in de rivier was geduwd door onze gymjuffrouw, juffrouw Amalia Butterscotch. 3 hoeraatjes dus voor Sophie. En de hele school juicht zich een ongeluk en schreeuwt van bravo, mooi werk. En daarna,
Al zijn jouw sommen helemaal rommelboel en misrekening, dan krijg jij toch altijd een 10 van meester Figgins. En schrijft hij keurig gedaan, Sophie, in jouw schrift. En dan word je wakker. Ik vind het een mooie droom, zei Sophie. Ja, natuurlijk, zei de GVR. Het is een pronksjuweel. Hij likte aan de achterkant van het etiket en plakte hem op de pot. Meestal schrijf ik er wel wat meer op dan op dit etiket, zei hij. Maar als jij zo zit te kijken, word ik zenuwlappig. Dan zal ik wel ergens anders naar kijken, zei Sophie. Niet weggaan, zei hij. Kijk eens goed in deze pot. Dan denk ik dat jij deze droom wel zult zien. Sophie tuurde in de pot en ja hoor. Daar zag ze de vage, doorzichtige omtrek van iets dat zo groot was als een henneitje. Er zat een klein vleugje kleur in, een bleekzeegroen, zacht en glinsterend en heel erg mooi. Daar lag dat kleine, langwerpige, zeegroene, blubberige ding op de bodem van de pot. Heel vredig, maar zachtjes golven in een heel kleine beweging alsof het ademde. Het beweegt, riep Sophie, het leeft. Ja, natuurlijk leeft het. Wat geef je te eten? Vroeg Sophie. Het heeft geen eten nodig, zei de GVR. Dat is gemeen, zei Sophie. Alles wat leeft, heeft een of ander eten nodig. Zelfs bomen en planten. De noordenwind leeft ook, zei de GVR. Hij beweegt. Hij raakt jouw wangen en handen aan. Maar niemand geeft hem te eten. Sophie zweeg. Deze buitengewone reus schopte al haar ideeën in de war. Hij leek haar te leiden naar geheimen die haar begrip te boven gingen. Een droom heeft niets nodig, ging de GVR verder. Als het een goede is, wacht hij voor altijd rustig af tot hij wordt losgelaten om zijn werk te doen. Als het een kwade is, dan blijft hij voortdurend vechten om eruit te komen. De GVR stond op, liep naar een van de vele planken en zette de nieuwe potten tussen de duizenden anderen. Oh, alstublieft, mag ik nog een paar andere dromen zien? Vroeg Sophie. De GVR aarzelde. Niemand heeft ze ooit eerder gezien, zei hij. Maar misschien gunt ik jou toch maar een kijkje. Hij pakte haar van de tafel en zette haar op de palm van een van zijn reusachtige handen. Hij droeg haar naar de planken. Hier is een paar mooie dromen, zei hij. De pronksjuweeltjes. Zou je me wat dichterbij willen houden? Dan kan ik de etiketten lezen. Mijn etiketten vertelt maar kleine stukjes, zei de GVR. De dromen is meestal veel langer. De etiketten is alleen maar geheugensteuntjes. Sophie begon de etiketten te lezen. De eerste leek er anders lang genoeg. Hij zat helemaal om de pot heen. En onder het lezen moest de pot dus blijven ronddraaien. Dit stond erop. Vandaag zit ik in de klas en ontdekt dat als ik mijn juf op een speciale manier aanstaart, ik haar in slaap kan laten vallen. Dus blijft ik haar maar aanstaren en tenslotte zakt haar hoofd op haar tafel en valt zij in een diepe slaap en snorkelt keihard. Dan komt het hoofd van de school binnenstappen en schreeuwt, wakker worden juffrouw Pruinberg, hoe durft u te slapen in de klas? Gaat u uw jas en uw tas maar pakken en verdwijnt u voorgoed uit deze school. U is ontslagen. Maar dan maak ik in een wip ook het hoofd in slaap. En langzaam zakt hij op de grond in elkaar als een drillpuddingje. En daar ligt hij dan op zijn rug en begint nog harder te snorkelen dan mevrouw Pruinberg. Dan hoort ik de stem van mijn moeder zeggen, wakker worden, je ontbijt staat klaar. Wat een grappige droom, zei ze GVR. Dat is een gloeiengoeie, zei de GVR. Het is joepie. In de pot, net achter de rand van het onder de rand van het etiket, kon Sophie de in slaapmaak droom rustig op de bodem zien liggen. Zachtjes golvend, net zo zeegroen als die andere, misschien iets groter. Heb je aparte dromen voor jongens en voor meisjes? Vroeg Sophie. Natuurlijk, zei de GVR. Als ik een meisjesdroom aan een jongen geef, zal het een echte joepie meisjesdroom is... Dan zal de jongen wakker worden en denken, wat was dat, een vervelijke sloompomper van een droom. Echt iets voor jongens, zei Sophie. Deze hier is allemaal meisjesdroom op deze plank, zei de GVR. Mag ik een jongensdroom lezen? Ja hoor, zei de GVR en hield haar bij een hogere plank. Op het etiket van de dichtstbijzijnde jongensdroom stond, ik maakte machtig mooi paar schoenen met zuignappen voor mezelf. En als ik ze aandoet, kan ik zo tegen de keukenmuur oplopen en over het plafond. Nou, ik loop daar ondersteboven op het plafond,
komt mijn grote zus binnen en begint tegen me te schreeuwen net als altijd en gilt: "Wat doet jij daar nou weer op je kop tegen het plafond?" En kijkt op haar neer en glimlacht. Ik zeg: "Als jij mij altijd zo op mijn kop geeft, moet je niet raar kijken als ik ook op mijn kop ga lopen." "Die vind ik nogal maf," zei Sophie. "Jongens niet," zei de GVR grinnikend. "Dat is ook een gloeie. Heeft je nu misschien genoeg gezien?" "Laat me nog één jongensdroom lezen," zei Sophie. Op het volgende etiket stond: "De telefoon gaat in ons huis en mijn vader neemt op en zegt met zijn plechtige telefoonstem: met de Vries. Dan wordt zijn gezicht spierwit en zijn stem klinkt vreemd. En hij zegt: wat? Wie? En dan zegt hij: ja meneer, ik heeft het begrepen meneer. Maar wenst u toch zeker mij te spreken, niet mijn zoontje?" Mijn vaders gezicht gaat nu van het wit naar het donkerpaars en hij slikt alsof er een kreeft in zijn keel zit. En dan zegt hij eindelijk: jawel meneer, zeker meneer, ik zal het hem roepen meneer. En hij draait zich naar mij om en zegt met eerbied in zijn stem: kent jij de president van Amerika? En ik zeg: nee, maar ik denk zo dat hij wel over mij heeft horen spreken. Dan heeft ik een lange gesprek aan de telefoon en ik zeg dingen als: laat u dat maar liever aan mij over, meneer de president. Als u het op uw manier doet, komt er niets van terecht. En de ogen van mijn vader puilt zowat uit zijn hoofd. En op dat moment hoort ik mijn vaders stem in het echt. Die zegt: opstaan, luiwammers, anders komt jij te laat op school. "Jongens zijn gek," zei Sophie. "Laat me de volgende ook lezen." En ze begon het volgende etiket te lezen. "Ik neem een bad en ik merk dat als ik heel hard op mijn navel druk, ik een raar gevoel krijg en plotseling is mijn benen weg en mijn armen ook. Ik is in feite totaal onzichtbaar geworden. Ik is er nog wel, maar niemand kan mij zien, zelfs ikzelf niet. Dan komt mijn mama binnen en zegt: waar is dat kind? Hij zat zo net nog in bad en hij kan zich onmogelijk goed hebben gewassen. Dan zeg ik: hier is ik. En zij zegt: waar? En ik zeg: hier. En zij gilt: Henk, komt hier, vlug. En als mijn papa komt binnenrennen, is ik mezelf aan het wassen. En mijn papa ziet de zeep rondzweven in de lucht, maar mij ziet hij natuurlijk niet. En hij schreeuwt: waar is hij, jong? Waar is jij, jongen? En ik zeg: hier. En hij zegt: waar? En ik zeg: hier. En hij zegt: waar? En ik zeg: hier. En hij zegt: de zeep, jongen, de zeep. Hij vliegt door de lucht. Dan drukt ik weer op mijn navel en nu is ik weer zichtbaar. Mijn papa is fritselig van opwinding en hij zegt: jij is de onzichtbare jongen. En ik zeg: nu ga ik lol hebben. Dus wanneer ik uit bad is en mij heeft afgedroogd, doet ik mijn kamerjas aan en mijn pantoffels en drukt ik weer op mijn navel om onzichtbaar te worden. En ik ga de stad in en ik loop op straat. Natuurlijk is ik alleen onzichtbaar, maar niet de kleren die ik draag. Dus wanneer de mensen zomaar een kamerjas en pantoffels met niemand erin langs de straat ziet zweven, breekt de paniek uit en roept iedereen: een spook, een spook! En mensen schreeuwt links en rechts en grote sterke politiemannen slaat op de vlucht. En nog het leukste van alles is dat ik meneer Verdamme, mijn algebra-leraar, uit de café ziet komen en ik zweef naar hem toe en ik zeg: boe! En hij slaakt een ijzelige kreet en hij stormt terug het café in. En dan word ik wakker en ik voel me zo vrolijk als een krekelvisje. Wel een beetje idioot hoor, zei Sophie. Maar toch kon ze het niet laten om even een hand op haar eigen navel te drukken om te zien of het werkte. Maar er gebeurde niets. Dromen is erg mystieke dingen, zei de GVR. Mensbaksels snapt er niets van. Zelfs hun knapperigste processors snappen ze niet. Heeft jij nu genoeg gezien? Eentje nog, zei Sophie, deze hier. En ze begon te lezen. Ik heeft een boek geschreven en het is zo spannend dat niemand het weg kan leggen. Zodra je de eerste zin gelezen heeft, is je er zo verslaafd aan dat je niet kan stoppen voor de laatste bladzijde. In alle steden loopt mensen tegen elkaar op te botsen, omdat hun gezichten in mijn boek begraven is en tandartsen leest het en probeert tegelijk kiezen te vullen. Maar niemand kan dat wat schelen, want ook in de tandartsstoel zit mensen te lezen. Autorijders leest onder het rijden en overal in het land is er botsingen.
Hersenschirurgen leest onder het opereren van hersens en piloten leest het en vliegt naar Timbuktu in plaats van Londen. Voetballer leest het op het veld omdat zij niet kan ophouden en de Olympische hardloopkampioenen leest onder het hardlopen. Iedereen moet weten hoe het afloopt en als ik wakker word tintelt ik nog van opwinding omdat ik de grootste schrijver is die de wereld ooit gekend heeft tot mijn mama binnenkomt en zegt... Ik heb gisteravond jouw taalschrift eens bekeken en echt, je spelling is verschrikkelijk en je leestekens ook. Nou, nu is het welletjes, zei de GVR. Er is nog deeljoenen meer, maar ik krijg de lamme arm van het optillen. Wat zijn die daar? Vroeg Sophie. Waarom hebben zij van die kleine etiketjes? Dat komt, zei de GVR, omdat ik die dag zoveel dromen vangt dat ik geen tijd en geen zin heeft om lange etiketten uit te schrijven. Maar er staat genoeg om mijn geheugen op te frissen. Mag ik kijken? Vroeg Sophie. De arme, geduldige GVR bracht haar naar de potten die ze aanwees. Sophie las ze vlug, de een naar de ander. Ik klimt de Mount Everest met alleen een poes als gezelschap. Ik vind een auto uit die op tandpasta loopt. Ik kan het elektrische licht aan en uitdoen door alleen maar te wensen. Ik is een jongen van pas 8 jaar, maar ik krijg een prachtige volle baard en alle andere jongens zijn jaloers. Ik kan uit de hoogste ramen springen en veilig naar beneden zweven. Ik heeft een troetel bij die rock'n'roll muziek zoemt als hij vliegt. Wat mij verbaast, zei Sophie, is dat je ooit hebt kunnen leren schrijven. Aha, zei de GVR. Ik vroeg mij al af hoe lang het zou duren voor jij dat vraagt. Als je nagaat dat jij nooit op school bent geweest, vind ik het echt fantastisch. Hoe heb je het geleerd? De GVR liep naar de andere kant van de grot en deed een klein geheim deurtje in de wand open. Hij haalde er een oud en verfomfaard boek uit. Voor mensen was het een heel normaal boek, maar in zijn reuzenhand leek het niet meer dan een postzegel. Op een nacht, zei hij, blaast ik een droom door een raam en ziet ik dit boekje op het nachtkastje van een jongetje liggen. Ik wilde het ontzettend graag hebben, weet je, maar ik weigerde het te stelen. Dat zou ik nooit doen. Hoe ben je er dan aangekomen? Vroeg Sophie. Ik heb het geleend, zei de GVR met een glimlachje. Ik heeft het voor een poosje geleend. Hoe lang heb je het al? Vroeg Sophie. Oh, pas 1 jaar of 80, zei de GVR. Binnenkort legde ik het weer terug. En heb jij jezelf zo schrijven geleerd? Vroeg Sophie. Ik heeft het 100 keren gelezen, zei de GVR. En ik lees het nog steeds en leert mijzelf nieuwe woorden en hoe ik ze moet schrijven. Het is een verrukkelijk verhaal. Sophie pakte het boek van zijn hand. Oliver Twist, las ze hardop, door Dale's Chickens, zei de GVR. Door wie? Vroeg Sophie. Op dat moment klonk er een geweldig kabaal van dreunende voetstappen buiten de grot. Wat is dat? Riep Sophie. Dat is alle reuzen die wegsjeesteren naar een ander land om mensbaksels te schranzen, zei de GVR. Hij stopte Sophie snel in zijn vestzakje, haastte zich naar de ingang van de grot en rolde de steen weg. Sophie tuurde door haar kijkgaatje en zag alle 9 griezelige reuzen op volle snelheid voorbij galopperen. Waar gaat jullie vanavond heen? Schreeuwde de GVR. Wij trippen met z'n allen naar Engeland vanavond, antwoordde de vleeslapeter in het voorbijgaan. Engeland is een smikkelland en wij heeft wel zin in een paar lekkere Engelse kindertjes. Ik, schreeuwde de meisjesstamper, ik weet ergens een giegelkast voor meisjes en daar gaat ik mijzelf zo vol schransen als een propstopper. En ik weet ergens een joelbak voor jongetjes, schreeuwde de schrokschranzer. Ik hoef daar maar een hand naar binnen te steken voor een hele handvol. Engelse jongetjes smaakt extra smiksmak. In een paar seconden waren de 9 galopperende reuzen uit het zicht verdwenen. Wat bedoelde hij daarmee? Vroeg Sophie, die haar hoofd naar buiten stak. Wat is een giegelkast voor meisjes? Hij bedoelt een meisjeskostschool, zei de GVR. Hij zal ze bij bosjes opvreten. Oh nee, riep Sophie. En jongens van een kostschool, jongenskostschool, zei de GVR. Dat mag niet gebeuren, riep Sophie. We moeten ze tegenhouden. We kunnen toch niet gewoon hier blijven zitten en niets doen? Er is niets dat wij eraan kan te doen, zei de GVR. Wij is hulpeloos als hondenveertjes. Hij ging zitten op een grote blauwe rot bij de ingang van de grot. Hij haalde Sophie uit zijn zak en zette haar naast zich neer op de rot. Jij kan nu zonder gevaar buiten blijven tot zij terugkomt.
zei hij. De zon was nu onder de horizon gedaald en het werd donker. Het grote plan. We moeten ze absoluut tegenhouden, riep Sophie. Zet me vlug in je zak terug en dan gaan we ze achterna. En iedereen in Engeland waarschuwen dat ze eraan komen. Plaggelijk en onmogelijk, zei de GVR. Ze gaat twee keer zo snel als ik en zij is allang uitgeschranst voor wij halverwege is. Maar we kunnen hier toch niet zomaar blijven zitten zonder een vinger uit te steken, riep Sophie. Hoeveel jongens en meisjes zullen er vannacht opgegeten worden? Heel wat, zei de GVR. Alleen de vleeslapeter reus heeft al een allemachtelijke kanje van een eetlust. Haalt hij ze zo uit hun bed terwijl ze slapen? Als ertjes uit hun doppers, zei de GVR. Ik moet er niet aan denken. Doet dat dan ook niet, zei de GVR. Jaren en jaren heeft ik hier al op deze rots gezeten. Iedere avond aan avond, wanneer zij weggaloppeert. En heeft ik mij zo droef gevoeld over alle mensbaksels die zij gaat oppeuzelen. Maar ik heeft eraan moeten wennen. Als ik ze niet zo pieperig, scharminkelig reusje was van 7,5 meter, zou ik ze wel tegenhouden. Maar daar is nu geen sprake van. Weet je altijd waar ze heen gaan? Vroeg Sophie. Altijd, zei de GVR. Elke avond schreeuwt de reuzen het mij toe wanneer zij langsdraffen. Pas nog roept zij mij toe. Wij gaan naar meneer Hugo Waard en meneer Arends Kerke om ze allebei op te smikkelen. Afschuwelijk, zei Sophie. Ik haat ze. Zij en de grote vriendelijke reus zaten stilletjes naast elkaar op de blauwe rots in de vallende schemering. Sophie had zich van haar leven nog nooit zo hulpeloos gevoeld. Na een poosje stond ze op en riep uit: ik kan het niet verdragen. Denk toch eens aan al die arme jongens en meisjes die over een paar uur levend opgegeten zullen worden. We kunnen hier niet blijven zitten en niets doen. We moeten achter die monsters aan. Nee, zei de GVR. We moeten wel, riep Sophie. Waarom wil je toch niet? De GVR zuchtte en schudde vastbesloten zijn hoofd. Dat heeft ik toch al 5 of 6 keer gezegd, zei hij. En 3 keer een scheepsrecht. Ik laat mij nooit aan mensbaksels zien. Waarom toch niet? Als ik dat doe, zal ze mij in de dierentuin opsluiten bij alle giraffen en schapioenen. Onzin, zei de Sophie. En zij zal jou regelrecht terug naar een weeshuis sturen, ging de GVR verder. Grote mensbaksel staat niet bekend om hun vriendelijkheid. Zij is allemaal kwikrotters en glibberslijmers. Het is gewoon niet waar, riep Sophie boos. Sommigen zijn heus erg vriendelijk. Wie dan? Vroeg de GVR. Noem maar eens 1. De koningin van Engeland, zei Sophie. Je kunt haar toch zeker geen kwikrotter of glibberslijmer noemen? Nou, zei de GVR. En je kunt haar ook geen mismiezer of nog minder noemen, zei Sophie, die al bozer en boos werd. De vleeslapeter wilt haar zo graag oppeuzelen, zei de GVR en glimlacht even. Wie? De koningin? Riep Sophie ontzet. Ja, antwoordde de GVR. Vleeslapeter zegt dat hij nog nooit een koningin heeft geproefd. En hij denkt dat er misschien een speciaal verrukkelijk smaakje aan zit. Hoe durft hij? Riep Sophie. Maar vleeslapeter zegt dat er te veel soldaat om het paleis heen staat. Dus doet hij het niet. Dat is hem geraden, zei Sophie. Hij zegt ook dat hij best een van de soldaten in hun mooie rode pakjes zou lusten. Maar hij is een beetje bezorgd over die grote zwarte bontmutsen die zij draagt. Hij denkt dat ze misschien in zijn keelgat blijft steken. Ik hoop dat hij erin stikt, zei Sophie. Vleeslapeter is een heel voorzichtige reus, zei de GVR. Sophie was even stil. Toen riep ze plotseling met een stem vol opwinding. Ik heb het! Waar had je? Ik denk dat ik het heb. Wat heb je? Vroeg de GVR. De oplossing, riep Sophie. We gaan naar de koningin. Het is een geweldig idee. Als ik naar haar toe ging en vertelde over deze walgelijke mensenetende reuzen, weet ik zeker dat ze er iets aan zou doen. De GVR keek triest op haar neer en schudde zijn hoofd. Zij zal het jou nooit geloven, zei hij. Nooit van zijn nevelsdagen. Ik denk van wel. Nooit, zei de GVR. Het klinkt als zulke koldekoek dat de koningin je zal uitlachen en zeggen: wat een onzin. Dat zal ze niet. Tuurlijk wel, zei de GVR.
Ik zei toch dat al de mensbaksels gewoon niet in reuzen gelooft. Dan is het aan ons om een manier te bedenken dat ze om haar wel in ze te laten geloven, zei Sophie. En hoe kom jij trouwens bij de koningin binnen? Vroeg de GVR. Wacht eens even, zei Sophie. Wacht eens eventjes, ik heb nog een idee. Jouw idee is vol kullenknots, zei de GVR. Dit idee niet, zei Sophie. Jij zegt de koningin ons nooit zal geloven als wij het haar vertellen. Dat is een ding dat zeker is, zei de GVR. Maar we gaan het haar niet vertellen, zei Sophie opgewonden. We hoeven het haar niet te vertellen. We zullen het haar laten dromen. Dat is een nog slopklunziger voorstel, zei de GVR. Dromen is leuk en aardig, maar ook in dromen gelooft niemand. Je gelooft alleen in een droom, terwijl je maar aan het dromen is. Maar zodra je weer wakker wordt, zegt je, oh gelukkig, het was maar een droom. Maak jij je daar maar geen zorgen over, zei Sophie. Dat boks ik wel voor elkaar. Dat boks jij nooit voor elkaar, zei de GVR. Wel waar, ik zweer van wel. Maar laat ik je eerst een heel belangrijke vraag stellen. En dat is dit. Kun je iemand echt alles en alles laten dromen? Alles wat je maar wilt, zei de GVR trots. Als ik zei dat ik wou dromen dat ik in een vliegende badkuip met zilveren vleugels zat, zou je dat kunnen? Ik wel, zei de GVR. Maar hoe dan? Vroeg Sophie. Je hebt vast en zeker niet precies zo'n droom in je verzameling. Dat niet, zei de GVR. Maar ik zou hem kunnen mengen. Hoe kun je die mengen? Zo'n beetje zoals je beslag voor een cake mengt, zei de GVR. Als je de goede hoeveelheden van de verschillende spullen ingooit, kan jij de cake precies zo maken als je wilt. Suikerig, sponserig, vruchterig, kerstmisserig of warmottig. Met dromen gaat het precies zo. Ga door, zei Sophie. Ik heb duljoenen dromen op mijn planken staan. Zus of zo? Dat is zo, zei Sophie. Ik heb dromen over badkuipen, massa's. Ik heb dromen over zilveren vleugels. Dus het enige wat ik hoef te doen, is die dromen op de juiste manier te mengen. En zo maakte ik in een wip een droom waarin jij rondvliegt in een badkuip met zilveren vleugels. Ik begrijp wat je bedoelt, zei Sophie, maar ik wist niet je dromen door elkaar kon mengen. Dromen vind ik juist prettig om gemengd te worden, antwoordde de GVR. Zij voelt zich erg eenzaam, zo alleen in de glazen gepotten. Mooi zo, zei Sophie. Goed dan, heb jij dromen over de koningin van Engeland? Massa's, zei de GVR. En over reuzen? Ja, natuurlijk, zei de GVR. En over reuzen die mensen eten? Hele zwermen, zei de GVR. En over kleine meisjes zoals ik? Die komt nog het meest voor, zei de GVR. Ik heb potten en potten vol dromen over kleine meisjes. En kun je die precies zo mengen als ik je zeg? Vroeg Sophie, die steeds enthousiaster werd. Natuurlijk wel, zei de GVR. Maar wat heeft wij eraan? Vervolgens mij zit jij op de verkeerde spoortrein. Een ogenblikje, zei Sophie. Luister goed. Ik wil dat jij een droom mengt om in de slaapkamer van de koningin van Engeland te blazen wanneer ze slaapt. Zo moet die gaan. Wacht eens even een monumentje, zei de GVR. Hoe kan ik ooit dicht genoeg bij de slaapkamer van de koningin van Engeland komen om mijn droom naar binnen te blazen? Je praat dwaastaal. Dat vertrouw ik je straks nog wel, zei Sophie. Luister nu eerst goed. Dit is de droom die je moet mengen. Let je wel goed op? Heel goed, zei de GVR. Ik wil dat de koningin droomt dat 9 afschuwelijke reuzen van ieder wel 15 meter lang 's nachts naar Engeland galopperen. Ze moet hun namen ook dromen. Hoe heet ze ook alweer? Vleeslapeter, zei de GVR. Bottenkraker, mensenmepper, vleeshakker, meisjesstamper, schrokschranzer, kinderkouwer, bloedbottelaar en de slagersjongen. Maak dat ze al die namen erbij droomt, zei Sophie. En dat ze droomt hoe zij Engeland binnensluipen in het spookuur om kleine jongens en meisjes uit hun bed te stelen. Maak dat ze droomt dat ze door hun handen door de slaapkamerramen naar buiten steken en kleine jongetjes en meisjes zo uit hun bed sleuren en dan, Sophie hield even op, eten ze ze ter plaatse op of nemen ze ze mee, vroeg ze. Meestal propt zij ze zo in hun mond, net als popcorn, zei de GVR. Doe dat in de droom, zei Sophie. En daarna moet in de droom komen dat zij met volle buiken teruggalopperen naar Reuzenland, waar niemand ze kan vinden. Is dat alles? Vroeg de GVR.
Helemaal niet, zei Sophie. Daarna moet je de koning in haar droom uitleggen dat er een grote vriendelijke reus is, die haar kan vertellen waar al die monsters wonen, zodat zij haar soldaten en haar legers daarheen kan sturen om ze voor eens en altijd gevangen te nemen. En nu moet je haar nog één belangrijk ding laten dromen. Laat haar dromen dat er een klein meisje, dat Sophie heet, op haar vensterbank zit, die haar zou vertellen waar de grote vriendelijke reus zich heeft verstopt. Waar heeft hij zich verstopt? Vroeg de GVR. Dat zien we later wel, zei Sophie. Dus de koningin droomt die droom. Ja, ja, zei de GVR. Dan wordt ze wakker en denkt meteen, oh, wat een nare droom. Wat ben ik blij dat het maar een droom was. En dan kijkt ze op van haar hoofdkussen en wat ziet ze? Wat ziet ze? Vroeg de GVR. Ze ziet een meisje dat Sophie heet op haar vensterbank zitten. Zomaar daar, in levende lijf, met haar eigen ogen. En hoe komt jij daar te zitten op de vensterbank van de koningin, als ik vragen mag? Vroeg de GVR. Jij brengt me daar, zei Sophie. En dat is nou net het mooie. Als iemand droomt dat er een meisje op haar vensterbank zit en dan wakker wordt en daar echt een meisje ziet zitten, dan is dat een droom die werkelijkheid wordt, is het niet? Ik begin te begrijpen waar je heen wilt, zei de GVR. Als de koningin weet dat een stuk van haar droom echt is, zult ze misschien ook geloven dat de rest net zo goed waar is. Dat is het wel ongeveer, zei Sophie. Alleen, daar zal ik haar zelf van moeten overtuigen. Heeft jij gezegd dat je ook in de droom wilt hebben dat er een grote vriendelijke reus is, die ook met de koningin zult praten? Absoluut, zei Sophie, dat moet je. Jij bent de enige die haar kan vertellen waar de andere reuzen zijn te vinden. Hoe moet ik de koningin dan ontmoeten? Vroeg de GVR. Ik wil niet beschieterd worden door haar soldaten. Er zijn alleen maar soldaten aan de voorkant van het paleis, zei Sophie. Aan de achterkant is een reusachtig grote tuin en daar zijn helemaal geen soldaten. Om de tuin staat een hele grote muur met scherpe punten erop, zodat er niemand over kan klimmen. Maar daar stap jij zo overheen. Hoe weet jij dat allemaal over het paleis van de koningin? Vroeg de GVR. Vorig jaar zat ik in een ander weeshuis, zei Sophie. Dat was in Londen en we wandelden daar altijd in de buurt. Zult jij mij helpen om het paleis te vinden? Vroeg de GVR. Ik heb nog nooit van mijn leven Londen in durven sluipen. Ik wijs je de weg wel, zei Sophie vol zelfvertrouwen. Ik is bang voor Londen, zei de GVR. Hoeft niet, zei Sophie. Het zit vol kleine donkere straatjes en er zijn altijd maar heel weinig mensen op straat tijdens het spookuur. De GVR pakte Sophie op tussen duim en wijsvinger en zette haar voorzichtig in de palm van zijn andere hand. In het paleis van de koningin erg groot? Vroeg hij. Reusachtig groot, zei Sophie. Hoe kunnen wij dan de goede slaapkamer vinden? Dat moet jij doen, zei Sophie. Jij bent toch een expert op dat gebied? Is jij er wel heel zeker van dat de koningin mij niet in een dierentuin zal stoppen bij alle rupsels? Natuurlijk doet ze dat niet, zei Sophie. Je zult een held zijn en je zult nooit meer snoskommers hoeven eten. Sophie zag dat de ogen van de reus wijd opengaan. Hij likte zijn lippen af. Meent jij dat? Vroeg hij. Meent jij dat heus? Geen smeergore snoskommers meer? Je zou er nog geen een kunnen krijgen, al zou je het willen, zei Sophie. Ze groeien niet bij ons. Dat gaf de doorslag. De GVR stond op. Wanneer wilt jij dat ik die speciale droom maak? Vroeg hij. Nu, zei Sophie, nu meteen. En wanneer gaat wij bij de koningin op bezoek? Vroeg hij. Vannacht nog, zei Sophie, zodra je de droom klaar hebt. Vannacht, riep de GVR, waarom zo hola haastige spoed? Als wij de kinderen van vannacht dan niet kunnen redden, dan redden we tenminste die van morgen, zei Sophie. En trouwens, ik sterf van de honger. Ik heb al 24 uur niets te eten gehad. Dan moeten wij maar meteen aan de slag slaan, zei de GVR. En liep de grot weer in. Sophie gaf hem een zoen op het topje van zijn duim. Ik wist wel dat je het zou doen, zei ze. Kom op, we moeten opschieten. De droom wordt gemengd. Het was donker nu. De nacht was al begonnen. De GVR haastte zich met Sophie op zijn hand de grot in en deed de heldere lichten aan die nergens vandaan leken te komen. Hij zette Sophie op tafel. Blijf daar alsjeblieft, zei hij. En geen gekwabbel. Ik moet alleen maar doodse stilte horen als ik een zo ingewikkelde, plexiceerde droom moet maken. Hij liep haastig weg. Hij haalde een enorme lege glazen pot tevoorschijn, zo groot als een wasmachine. Met de pot tegen zijn borst geklemd
remde hij naar de planken, waarop de duizenden en duizenden kleinere potten met gevangendromen stonden. Een droom over reuzen, mompelde hij in zichzelf, terwijl hij de etiketten nakeek. De reuzen peuzelt mensbaksels. Nee, die niet. Nee, die ook niet. Dit is er een. En dit is er nog een. Hij pakte de potten en draaide de dop eraf. Hij goot de droom over in de enorme pot die hij vasthield. En terwijl ze erin gingen, ving Sophie een glimp op van een klein zeegroen kwakje dat van de ene pot in de andere tuimelde. De GVR holde naar een andere plank. Nu, mompelde hij, heeft ik dromen over giechelkasten voor meisjes nodig en over joelbakken voor jongens. Hij werd nu heel gespannen. Sophie kon de opwonding bijna in hem zien borrelen, terwijl hij rondrennen tussen zijn geliefde potten. Er moeten alles bij elkaar wel 50.000 dromen daar op de planken hebben gestaan, maar hij leek precies te weten waar welke droom stond. Dromen over een klein meisje, mompelde hij. En dromen over mij, over de GVR. Vooruit, schiet op. Komt er nog wat van, hè? Waar heeft ik nou weer in vetesnaam gelaten? En zo ging het maar door. Binnen een half uur ongeveer had de GVR alle dromen die hij nodig had gevonden en in die ene enorme pot gedaan. Hij zette de pot op tafel. Sophie keek maar toe en zei niets. Binnen in de grote pot zag zij duidelijk op de bodem zo'n 50 van die ovale zeegroene blubberige vormpjes liggen, die allemaal zachtjes op en neer golfden, sommige boven op andere, maar allemaal nog steeds aparte individuele dromen. Nu gaat wij ze mengen, kondigde de GVR aan. Hij ging naar de kast met de flessen, fropskottel en haalde er een reusachtige eierklopper uit. Het was er zo een waar je aan moet draaien en waar dan beneden een heleboel lussen gingen ronddraaien. Hij deed het onderste deel van de klopper in de pot waar de dromen in lagen. Let op, zei hij. Hij begon razendsnel de knop rond te draaien. Flitsen groen en blauw schoten uit elkaar binnen in de pot. De dromen werden tot een zeegroen schuim geklopt. Wat zielig, riep Sophie. Oh, daar voelt zij niks van, zei de GVR draaiend. Dromen is niet zoals mensbaksels of dieren. Ze heeft geen hersens. Ze is gemaakt van zoozymen. Na ongeveer een minuut hield de GVR op met kloppen. De hele pot was nu tot de rand gevuld met grote bellen. Ze zagen er bijna net zo uit als de bellen die wij zelf van zeepsop kunnen blazen, behalve dan dat aan de oppervlakte van deze bellen zelfs nog helderder en prachtige kleuren ronddreven. Blijf opletten, zei de GVR. Heel langzaam steeg de bovenste bel op door de opening van de pot en zweefde weg. Een tweede volgde, toen een derde en een vierde. Al gauw was de grot vol met honderden gekleurde bellen, die allemaal zachtjes in de lucht ronddreven. Het was echt een wonderbaarlijk gezicht. Terwijl Sophie toekeek, begonnen ze allemaal in de richting van de ingang van de grot die nog open stond te zweven. Ze gaan naar buiten, fluisterde Sophie. Ja, natuurlijk, zei de GVR. Waar gaan ze heen? Dat is alle kleine stukjes droom die ik niet kon gebruiken, zei de GVR. Ze gaan terug naar het nevelland om zich bij echte dromen aan te sluiten. Dat is allemaal te moeilijk voor mij, zei Sophie. Dromen zit vol geheimen en toverkunst, zei de GVR. Probeer het maar niet te begrijpen. Kijk maar in de grote fles en je zal de droom zien die je voor de koningin wilde hebben. Sophie draaide zich om en tuurde in de grote pot. Op de bodem was iets wilds aan het rondspringen. Het stuiterde op en neer en gooide zich tegen de wand van de pot. Lieve hemel, riep ze, is dat hem? Dat is hem, zei de GVR trots. Maar hij is afschuwelijk, riep Sophie. Hij springt zo rond, hij wil eruit. Dat komt omdat het een trollenklopper is, zei de GVR. Het is een nachtmerrie. Oh, maar ik wil niet dat je de koningin een nachtmerrie bezorgt, riep Sophie. Als zij moet dromen over reuzen die jongens en meisjes oppeuzelen, dan kun je anders verwachten dan dat het een nachtmerrie wordt. Oh nee, riep Sophie. Oh ja, zei de GVR. Een droom waarin jij kleine kindertjes ziet opgegeten worden, is wel de allergriezeligste trollenklopdroom die je kunt krijgen. Het is een verstikkende sompsloper. Het is een gruwzame grofloeder. Het is ze allemaal tegelijk. Het is net zo erg als de droom die ik vanmiddag in vleeslap eten geblazen heeft. Of nog erger. Sophie keek neer op de griezelige nachtmerrie
die nog steeds wild rondbonkte in een enorme glazen pot. Hij was veel groter dan de andere dromen. Hij had ongeveer de grootte van en de vorm van, laten we zeggen, een kalkoenenei. Hij was blubberig. Er zaten felrode puntjes binnen. Er zat iets afschrikwekkends in de manier waarop hij zich tegen het glas bleef gooien. Ik wil de koningin geen nachtmerrie bezorgen, zei Sophie. Ik denk zo, zei de GVR, dat jouw koningin graag een nachtmerrie zal willen hebben, als het hebben van een nachtmerrie voorkomt dat een heleboel mensbaksels wordt opgevreten door rotvuile reuzen. Is dat zo of zus? Misschien wel, zei Sophie. Het moet maar gebeuren. Zij zult er heus wel gauw overheen komen, zei de GVR. Heb je er ook alle andere belangrijke dingen in gedaan, vroeg Sophie. Wanneer ik die droom in de slaapkamer van de koningin blaast, zei de GVR, dan zal zij alles wat jij mij gevraagd heeft haar te laten dromen, tot en met de kleinste dingelingetjes dromen. Ook over mij op de vensterbank? Dat stukje is juist heel sterk. En over de grote vriendelijke reus? Ik heb er een mooi lang stuk over hem in gedaan, zei de GVR. Onder het praten pakte hij een van zijn kleinere potten en gooide bliksemsnel de tegenstribbelende wilde trollenkloppen uit de grote pot in de kleine oven. Daarna schroefde hij de dop te stevig op de kleine pot. Ziezo, zei hij. Nu is wij klaar. Hij haalde zijn koffer en deed de kleine pot erin. Waarom zou je die hele grote koffer meeslepen voor één enkel potje, zei Sophie. Je kunt hem toch in je zak stoppen? De GVR keek op haar neer en glimlachte. Champie, zei hij terwijl hij de pot weer uit de koffer haalde. Jouw hoofd zit dus niet helemaal vol smurrie spul. Ik zie wel dat jij niet van eergisteren bent. Dank u zeer, edele heer, zei Sophie en maakte een diepe buiging vanaf het tafelblad. Is jij klaar om te vertrekken? Vroeg de GVR. Ik ben klaar, riep Sophie. Haar hart begon te bonzen bij de gedachte aan wat zij nu gingen doen. Het was echt een wild en waanzinnig idee. Misschien zouden zij wel allebei in de gevangenis gegooid worden. De GVR deed zijn grote zwarte mantel aan. Hij stopte de pot in zijn zak. Hij pakte zijn lange trompetachtige droomblazen. Toen draaide hij zich om en keek naar Sophie die nog steeds op het tafelblad stond. De droompot zit in mijn zak, zei hij. Gaat jij daarbij zitten tijdens de reis? Niks hoor, riep Sophie. Ik vertik het bij dat smerige beest te gaan zitten. Waar moet jij dan zitten? Vroeg de GVR haar. Sophie bekeek hem een minuut of wat. Toen zei ze, als jij zo vriendelijk zou willen zijn een van die prachtige oren van jou zo te draaien dat hij plat ligt als een bord, dan zou dat een heel goed plaatsje voor mij zijn om op te zitten. Chompy, dat is een start-hikkie goed idee, zei de GVR. Langzaam wentelde hij zijn enorme rechteroor tot het leek op een grote schelp die zich naar de hemel richtte. Hij tilde Sophie op en zette haar erop. Het oor zelf, dat ongeveer zo groot was als een flink dienblad, zat vol met dezelfde kanalen en plooien als een mensenloor. Het was erg comfortabel. Ik hoop niet dat ik in je oorgat val, zei Sophie en schoof een eindje bij het grote hol vlak naast haar vandaan. Kijkt goed uit dat je dat niet doet, zei de GVR, anders geef je mij knarsende koppijn. Het leuke van haar zitplaats was dat ze direct in zijn oor kon fluisteren. Je kietelt mij een beetje, zei de GVR. Wilt jij alsjeblieft stilzitten? Ik zal het proberen, zei Sophie. Zullen we gaan? Oei, 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 gilde de GVR. Niet doen. Ik deed niks, zei Sophie. Je praat te hard. Jij vergeet dat ik iedere kleinste dingelingelingetje wel 50 keer zo hard hoort als jij. En daar zit jij precies in mijn oor en schreeuwt erop los. Oh jee, mompelde Sophie, daar dacht ik niet aan. Jouw stem klinkt als drommels en trompetten. Het spijt me, fluisterde Sophie. Is het zo beter? Nee, riep de GVR. Het klinkt alsof er een donderbus afschietert. Hoe kan ik dan met je praten? Fluisterde Sophie. Niet doen, riep de arme GVR. Alsjeblieft niet doen. Elk woord is alsof je zoombommen in mijn oor laat vallen. Sophie probeerde nu de woorden bijna alleen maar te ademen. Is het zo beter? Ademde ze. Het klonk zo zacht dat ze haar eigen stem niet kon horen. Dat is beter, zei de GVR. Zo hoor ik je heel goed. Wat was het dat je me net zo probeerde te vertellen? Ik zei, zullen we gaan? Wij gaat, riep de GVR en stapte naar de ingang van de grot. Wij gaat op bezoek bij Hare Majestein de koningin. Buiten de grot rolde hij de grote ronde steen weer op zijn plaats en ging er vandoor in een geweldige galop. Op weg naar Londen.
De grote gele woestenij lag vaag en melkwit in het maanlicht toen de grote vriendelijke reus er doorheen galoppeerde. Sophie, die nog steeds alleen maar haar nachtpon aan had, zat lekker in de plooi van het rechteroor van de GVR. Eigenlijk zat ze in de buitenste rand van het oor, aan de bovenkant, waar de rand van het oor zich naar binnen vouwt. Die vouw vormde een soort afdakje boven haar en bood haar een prachtige bescherming tegen de loeiende wind. En bovendien lag ze op een huid die donzig en warm en bijna fluweelzacht was. Niemand, zei ze bij zichzelf, heeft ooit zo comfortabel gereisd. Sophie keek over de rand van het oor naar het troosteloze landschap van Reuzenland dat voorbij flitste. Ze gingen inderdaad heel hard. De GVR veerde omhoog van de grond alsof er raketten in zijn tenen zaten. Bij iedere stap die hij deed, ging hij wel 30 meter de lucht in. Maar hij was nog niet overgeschakeld naar die flitsende hoogste versnelling van hem, waarbij de grond vervaagde door de snelheid en de wind huilde en zijn voeten niets meer schenen te raken dan lucht. Dat zou later komen. Sophie had al een hele tijd niet geslapen. Ze was erg moe. Ze lag bovendien erg lekker warm en prettig. Ze viel in slaap. Ze wist niet hoe lang ze had geslapen, maar toen ze weer wakker werd en over de rand van het oor keek, was het landschap totaal veranderd. Ze waren nu in een groen land met bergen en bossen. Het was nog donker, maar de maan scheen nog even helder. Plotseling, zonder zijn snelheid te verminderen, draaide de GVR zijn hoofd scherp naar links. Voor het eerst deze reis sprak hij een paar woorden. Kijk gauw, gauw daarheen, zei hij en hij wees met zijn lange trompet. Sophie keek in de richting die haar aanwees. Door de schimmige duisternis zag ze eerst alleen maar een grote stofwolk, zo'n 300 meter verderop. Dat is de andere reuze die weer naar huis galoppeert naar een schranspartij, zei de GVR. Toen zag Sophie ze. In het maanlicht zag ze alle 9 monsterlijke halfnaakte woestelingen door het landschap denderen. Ze galoppeerden als een meute wolven, met hun bekken vooruitgestrekt, hun armen gebogen bij de elleboog en het ergste van alles met uitpuilende magen. De stappen die ze deden waren ongelooflijk groot, hun snelheid was geweldig. Hun voeten raasden en denderden over de grond en lieten een grote stofwolk achter, maar in 10 seconden waren ze verdwenen. Een heleboel meisjes en jochies ligt nu niet meer lekker in hun bedjes te slapen, zei de GVR. Sophie voelde zich bepaald misselijk, maar deze grimmige ontmoeting maakte haar nog vastbesloten hun plan uit te voeren. Het moet zowat een uur later zijn geweest dat de GVR langzamer begon te lopen. Nu is wij in Engeland, zei hij plotseling. Donker als het was, kon Sophie toch zien dat ze in een land waren van groene velden met keurige heggen ertussen. Er waren heuvels begroeid met bomen en nu en dan wegen, waar zich de lichtjes van autolampen langs bewogen. Steeds wanneer ze bij een weg kwamen, sprong de GVR in een flits over hen en geen autorijder had iets kunnen zien, behalve dan een snelle zwarte schaduw die over de weg schoot. Ineens verscheen een vreemd, oranjekleurig schijnsel aan de hemel voor hen. Wij komt nu in de buurt van Londen, zei de GVR. Hij minderde vaart tot een wat langzamer draf. Hij begon behoedzaam om zich heen te kijken. Groepjes huizen verschenen nu aan alle kanten. Maar in de ramen waren nog steeds geen lichtjes te zien. Het was nog te vroeg om op te staan. Ze zullen ons vast zien, zei Sophie. Nooit ziet zij mij, zei de GVR vol zelfvertrouwen. Jij vergeet dat ik dit werk al jaren en jaren en jaren doe. Geen mensbaksel zal het ooit het kleinste glimpje van me opvangen. Behalve ik dan, zei Sophie. Ja, zei hij, jij. Maar jij was de allereerste. Het volgende half uur ging alles zo snel en stil dat Sophie ineengedoken in het oor van de reus niet precies kon begrijpen wat er gebeurde. Ze liepen over straten, er waren overal huizen, soms waren er ook winkels. De straten waren helder verlicht, er waren heel wat mensen op de benen en er waren auto's met koplampen aan, maar niemand kreeg de GVR in de gaten. Het was onmogelijk te begrijpen hoe hij dat precies deed. Zijn bewegingen leken tovenarij. Hij leek weg te smelten in de schaduwen. Hij gleed, dat was het enige woord om zijn manier van bewegen te beschrijven, hij gleed geluidsloos van de ene donkere plek naar de andere. Altijd in beweging, altijd maar verder glijdend door de Londense straten. Het is best mogelijk dat 1 of 2 late wandelaars even gedacht hebben dat ze een grote zwarte schaduw langs een schimmige zijstraat zagen glijden. Maar zelfs dan hadden zij hun ogen nooit kunnen geloven. Ze zouden het hebben afgedaan als een gezichtsbedrog.
en zichzelf hebben verweten dat zij zich dingen inbeelden die er niet waren. Sophie en de GVR kwamen tenslotte bij een grote open plek vol bomen. Er liep een weg doorheen en er was een meer. Er waren daar geen mensen en de GVR stond voor het eerst stil sinds zij de grot vele uren tevoren hadden verlaten. Wat is er? Fluisterde Sophie met haar zachte ademstem. Ik is een beetje mijn kluts kwijt, zei hij. Je doet het geweldig, fluisterde Sophie. Nee hoor, zei hij, ik is nu volslagen in de wirwar. Ik is verdwaald. Hoezo dan? Omdat wij in het midden van Londen moeten zijn en plotselings zitten wij in een groene weide. Doe niet zo suf, fluisterde Sophie. Dit is het midden van Londen. Het heet Hyde Park. Ik weet precies waar we zijn. Maakt een grapje. Nee, nee, ik zweer het, we zijn er bijna. Bedoelt jij dat wij bijna bij het paleis van de koningin is? Riep de GVR. Het is daar aan de overkant, fluisterde Sophie. Nu neem ik het wel over. Waarheen? Vroeg de GVR. Rechtdoor. De GVR draafde door het verlaten park. Stop hier! De GVR stond stil. Zie je dat grote plein? Daar recht vooruit, buiten het park, ademde Sophie. Ik zie het. Dat is Hyde Park Corner. Zelfs nu, nog een uur voordat de zon opkwam, was er nog een heel wat verkeer op het plein. En toen fluisterde Sophie. In het midden van het plein staat een enorme stenen boog met het beeld van een ruiter te paard erbovenop. Kun je dat zien? De GVR tuurde tussen de bomen door. Ik zie het, zei hij. Denk je dat jij, als je een grote aanloop neemt, er helemaal overheen kunt springen, over de boog en over de ruiter te paard en op de stoep aan de overkant kunt neerkomen? Huh, met gemak, zei de GVR. Weet je het zeker? Weet je het heel zeker? Ik zweer het, zei de GVR. Wat je ook doet, je mag niet midden op het plein neerkomen. Maak jij je maar niet te sabbel, zei de GVR. Dat is een peuzelschilletje voor mij. Voor mij is dat kinderspel en sprong. Vooruit dan, spring, fluisterde Sophie. De GVR zette het op het lopen. Hij zoefde door het park en net voor het hek dat het park van de straat scheidde, schoot hij de lucht in. Het was een geweldige sprong. Hij vloog hoog over Hyde Park Corner en landde zacht als een kat op de stoep aan de overkant. Fantastisch, fluisterde Sophie, nu vlug over die muur. Vlak voor hen, aan de rand van de stoep, stond de bakstenen muur met angstaanjagende punten langs de bovenkant. Vlug dook de GVR ineen, sprong omhoog en wipte eroverheen. We zijn er, fluisterde Sophie opgewonden. We zijn in de achtertuin van de koningin. Het paleis. Grote greppels, fluisterde de grote vriendelijke reus. Is dit het echt? Daar is het paleis, fluisterde Sophie terug. Op nog geen 100 meter afstand, door de hoge bomen in de tuin, langs de gemaaide gazons en keurige bloembedden, rees de massieve vorm van het paleis zelf op in de duisternis. Het was gemaakt van witte steen. Alleen de grote al deed de GVR versteld staan. Maar dit gebouw heeft minstens 100 slaapkamers, zei hij. Makkelijk zou ik ook zo denken, fluisterde Sophie. Ik sta paf, zei de GVR. Hoe kan ik nou ooit de slaapkamer van de koningin vinden? Laten we het dan van een beetje dichtbij bekijken, fluisterde Sophie. De GVR sloop vooruit tussen de bomen door. Plotseling bleef hij stokstijf staan. Het grote oor waar Sophie op zat, begon rond te wentelen. Hela, fluisterde Sophie. Straks gooi je me er nog af. Sst, fluisterde de GVR terug. Ik hoor iets. Hij bleef achter een paar struiken staan. Hij wachtte. Het oor zwaarde nog steeds van de ene kant naar de andere. Sophie moest zich stevig aan de rand vastklemmen om er niet uit te vallen. De GVR wees door een opening in de struiken en daar, nog geen 50 meter verderop, zag hij een man zachtjes over het gras lopen. Hij had een waakhond aan de lijn. De GVR stond stil als een standbeeld. Sophie ook. De man en de hond liepen door en verdwenen in het donker. En jij zei dat er geen soldaat in de achtertuin was, fluisterde de GVR. Dat was ook geen soldaat, fluisterde Sophie. Het was een soort bewaker, we zullen heel voorzichtig moeten zijn. Daar maakte ik mij niet zoveel zorgen over, zei de GVR. Deze kanjers van oren van mij vangt zelfs het geluid op van iemand die ademhaalt aan de andere kant van de tuin. Hoe lang duurt het nog voor het licht wordt, fluisterde Sophie. Nog maar even, zei de GVR. We moeten maar snel voortschieten. Hij sloop de uitgestrekte tuin door en Sophie merkte opnieuw hoe hij overal waar hij liep met de schaduwen leek te versmelten. Zijn voeten maakten geen enkel geluid, zelfs niet wanneer hij op het grind liep. Ineens waren ze vlak bij de achterkant van het paleis.
Het hoofd van de GVR kwam tot de bovenramen van de eerste verdieping en Sophie, die op zijn oor zat, kon alles op dezelfde hoogte zien. De gordijnen leken achter alle ramen van die verdieping gesloten te zijn. Nergens was licht te zien. In de verte konden ze de geremde geluiden horen van het verkeer op Hyde Park Corner. De GVR bleef staan en hield zijn andere oor, daar waar Sophie niet op zat, dicht bij het eerste raam. Nee, fluisterde hij. Waar luister je naar? Fluisterde Sophie terug. Naar ademen, fluisterde de GVR. Ik kan aan de ademstem horen of het een mannenmensbaksel of een dame is. Deze hier is een man en hij snorkelt nog ook. Hij sloop verder met zijn lange, magere lijf in de zwarte mantel zo dicht mogelijk de kant van het gebouw gedrukt. Hij kwam bij het volgende raam. Hij luisterde. Nee, fluisterde hij en hij liep door. Deze kamer is leeg, fluisterde hij. Hij legde zijn oor bij nog een paar ramen, maar steeds weer schudde hij zijn hoofd en liep door. Toen hij bij het raam precies in het midden van het paleis kwam, fluisterde hij maar, liep door. Oh, luisterde hij maar, liep niet door. Hallo, fluisterde hij. Hier geeft hij een slapende dame. Sophie voelde lichte huivering langs haar ruggengraat lopen. Maar wie? Fluisterde ze terug. De GVR legde een vinger op zijn lippen. Hij stak zijn hand door het open raam en schoof de gordijnen een klein eindje open. De oranje gloed van de Londense nachthemel gleed de kamer in en wierp een vage glans op de muren. Het was een grote kamer, een prachtige kamer, een weelderig tapijt, vergulde stoeltjes, een toilettafel, een bed. En op het hoofdkussen van het bed lag het hoofd van de slapende vrouw. Plotseling merkte Sophie dat ze naar het gezicht keek, dat zij haar leven lang op postzegels en munten en in de krant had gezien. Een paar seconden was ze sprakeloos. Is zij het? Fluisterde de GVR. Ja, fluisterde Sophie terug. De GVR verspeelde geen tijd. Eerst begon hij heel voorzichtig de benedenhelft van het grote raam op te schuiven. De GVR was een expert op het gebied van ramen. Hij had er jarenlang duizenden geopend om dromen in de slaapkamers van kinderen te blazen. Sommige ramen zaten vast. Sommige waren gammel, andere kraakten. Hij was blij dat het raam van de koningin zacht als zijde omhoog gleed. Hij duwde het raam zo ver mogelijk de hoogte in, zodat Sophie op de vensterbank kon gaan zitten. Daarna deed hij de kieren in de gordijnen dicht. Toen pakte Sophie tussen duim en wijsvinger zijn oor en zette hij haar zo op de vensterbank, dat haar benen binnen de kamer maar achter de gordijnen bengelden. Nou, niet achterover gaan kukelen, fluisterde GVR. Je moet je stevig met allebei je handen aan de binnenrand van het raam blijven vasthouden. Sophie deed wat haar gezegd werd. Het was zomer in Londen en het was geen koude nacht, maar vergeet niet dat Sophie alleen maar een nachtpom aan had. Ze had heel wat voor over gehad om een kamerjas, niet alleen voor de warmte, maar ook om de witte kleur van haar nachtpom te verbergen voor oplettende ogen in de tuin beneden. De GVR haalde nu de glazen pot uit de zak van zijn mantel. Hij schroefde de dop eraf. Nu goot hij heel voorzichtig de kostbare droom in het wijde uiteinde van zijn trompet. Hij haalde diep adem. Hij bolde zijn wangen en poef, hij blies. Nu trok hij de trompet terug, net zo behoedzaam als alsof het een thermometer was. Zit jij daar wel goed? Fluisterde hij. Jawel, mompelde Sophie. Ze was doodsbenauwd, maar vast besloten om dat niet te laten merken. Ze keek over haar schouder naar beneden. De grond leek kilometers ver. Het was een diepe afgrond. Hoe lang duurt het voor de droom zijn werk doet? Fluisterde Sophie. Sommige doet er wel een uur over, fluisterde GVR weer terug. Sommige is wat vlugger, andere nog langzamer. Maar uiteindelijk vindt hij haar zeker. Sophie zei niet. Ik ga verderop in de tuin wachten, fluisterde GVR. Als jij mij nodig heeft, roept mijn naam en dan kom ik meteen. Kun jij mij wel horen? Fluisterde GVR. Jij vergeet deze hier, fluisterde de GVR glimlachend en wees op zijn grote oren. Dag, fluisterde Sophie. En plotseling heel onverwachts boog de GVR zich naar voren en kuste haar zachtjes op de wang. Sophie had zin om in tranen uit te barsten. Toen ze zich omdraaide om naar hem te kijken, was hij al verdwenen. Hij was gewoon weg versmolten met de donkere tuin. De koningin. Eindelijk brak de dag aan en steeg de rand van een citroengele zon boven de daken uit, ergens achter Victoria Station.
Even later voelde Sophie een beetje van zijn warmte op haar rug en ze was er dankbaar voor. In de verte hoorde zij een kerkklok slaan. Ze telde de slagen. Het waren de 7. Ze kon het bijna niet geloven dat zij, Sophie, een wees van weinig of geen belang in de wereld, op dat moment echt daar hoog boven de grond op de vensterbank van de slaapkamer van de koningin van Engeland zat, terwijl de koningin zelf daar binnen achter het gordijn op nog geen 5 meter afstand lag te slapen. Het idee alleen al was absurd. Niemand had ooit zoiets gedaan. Het was voor iets heel griezeligs om te doen. Wat zou er gebeuren als de droom niet werkte? Niemand, en zeker de koningin niet, zou één woord geloven van haar verhaal. Het zou best kunnen dat het nooit eerder was gebeurd, dat iemand bij het ontwaken een klein kind achter de gordijnen op zijn of haar vensterbank had aangetroffen. De koningin zou vast en zeker een schok krijgen, wie niet? Met al het geduld van een klein meisje dat op iets heel belangrijks zit te wachten, zat Sophie roerloos op de vensterbank. Hoe lang nog? Vroeg ze zich af. Hoe laat worden koninginnen wakker? Heel in de verte hoorden ze zachte geluiden diep uit de buik van het paleis komen. Toen klonk ineens van achter de gordijnen de stem van de vrouw die in de kamer lag te slapen. Het was een nogal mompelende slaappraatstem. Oh nee, riep de stem. Nee, niet doen. Laat iemand ze tegenhouden. Dat mogen ze niet doen. Ik kan het niet verdragen. Oh toe, houd ze tegen. Wat afschuwelijk, wat afgrijzelijk. Nee, nee, nee. Ze heeft de droom, zei Sophie tegen zichzelf. Het moet echt vreselijk zijn. Het spijt me voor haar, maar het moet gebeuren. Daarna klonk nog wat gekreun. Toen bleef het lange tijd stil. Sophie wachtte. Ze keek over de schouder. Ze was doodsbang dat ze de man met de hond daar beneden in de tuin van haar naar haar zou zien staren. Maar de tuin was verlaten. Een bleke zomermist hing er als rook overheen. Het was een enorme tuin, heel mooi, met een vreemd gevormd groot meer aan het eind. In het meer lag een eilandje en er zwommen eenden in het water. In de kamer achter de gordijn hoorde Sophie plotseling iets dat kennelijk een klop op de deur was. Ze hoorde dat de deurknop werd omgedraaid. Ze hoorde iemand de kamer binnenkomen. Goedemorgen, majesteit, zei een vrouw. Het was de stem van iemand die al wat ouder was. Het was even stil. Toen klonk een zacht gerinkel van aardewerk en zilver. Wilt u uw ontbijt op bed, mevrouw, of op de tafel? Oh, Mary, er is daarnet zoiets ontzettends gebeurd. Dit was de stem die Sophie dikwijls op radio en televisie had gehoord. Speciaal met kerstmis. Het was een overbekende stem. Wat is er dan gebeurd, mevrouw? Ik heb net een afschuwelijke droom gehad. Het was een nachtmerrie. Het was afschuwelijk. Oh, dat spijt me, mevrouw. Maar trekt u zich maar niets van aan. Nu bent u wakker en alles is weer voorbij. Het was maar een droom, mevrouw. Weet je wat ik gedroomd heb, Mary? Ik droomde dat meisjes en jongens uit hun bedden op kostscholen werden weggehaald en opgegeten door allerafschuwelijkste reuzen. De reuzen staken zo hun armen door de ramen van de slaapzalen en plukten de kinderen uit bed met hun vingers. Een paar uit een meisjeskostschool en nog een heel stel uit een jongensinternaat. Het was allemaal zo levend, Mary. Het was zo echt. Het bleef stil. Sophie wachtte. Ze sidderde van opwinding. Maar waarom bleef het zo stil? Waarom zei de ander, dat kamermeisje, waarom zei ze niets? Wat is er met je aan de hand, Mary? Vroeg de beroemde stem. Bleef nog even stil. Mary, Mary, je ziet zo bleek als een doek. Voel je je niet goed? Plotseling klonk een luide slag en gekletter van aardewerk, wat alleen kon betekenen dat het kamermeisje het blad dat ze droeg uit haar handen had laten vallen. Mary, riep de beroemde stem nogal scherp, ik denk dat je beter even kunt gaan zitten. Je ziet eruit alsof je flauw gaat vallen. Je moet je dat toch echt niet zo aantrekken dat ik zo'n vreselijke droom heb gehad. Dat is de reden niet, mevrouw. De stem van het kamermeisje trilde hevig. Maar wat is de reden dan in vredesnaam? Oh, het spijt me vreselijk van het blad, mevrouw. Oh, maak je over dat blad maar geen zorgen. Waarom liet je het in hemelsnaam vallen? Waarom werd je ineens zo spierwit? U heeft de krant nog niet ingezien, is het wel, mevrouw? Nee, wat staat erin? Sophie hoort het geritsel van de krant die aangegeven werd. Het is net zoals de droom die u vannacht heeft gehad, mevrouw. Onze Mary, wat staat er? Waar staat het? Op de voorpagina, mevrouw. Het zijn de grote koppen. Lieve help, riep de beroemde stem.
18 meisjes uit er op geheimzinnige wijze verdwenen uit hun bedden uit de Rodean School. 14 jongens verdwenen uit Eton, botten gevonden onder de ramen van de slaapzaal. Toen heerste er een stilte, die alleen zo nu en dan werd onderbroken door zuchten van de beroemde stem, terwijl het krantenartikel kennelijk werd gelezen en verwerkt. Oh, wat vreselijk, riep de beroemde stem uit. Het is werkelijk ontzettend. Botten onder de ramen. Wat kan daar zijn gebeurd, die arme, arme kindertjes? Maar mevrouw, begrijpt u dan niet, mevrouw? Wat niet, Mary? Die kinderen zijn precies zoals u het heeft gedroomd, weggehaald. Niet door reuzen, Mary. Nee, mevrouw, maar dat stuk over het verdwijnen van jongens en meisjes uit de slaapzalen, dat heeft u zo duidelijk als wat gedroomd. En dan blijkt het ook nog echt gebeurd ook. Daarom weet ik even niet goed, mevrouw. Ik word zelf ook niet zo goed, Mary. Ik raak helemaal van streek als er zoiets gebeurt, mevrouw. Erg werkelijk waar. Dat begrijp ik best, Mary. Ik zal een ander ontbijt voor u halen, mevrouw, en deze rommel laten wegruimen. Nee, niet weggaan, Mary. Blijf toch even. Sophie wilde wel dat zij in de kamer kon kijken, maar ze durfde niet aan de gordijnen te komen. De beroemde stem begon weer te spreken. Ik droomde echt over die kinderen, Mary. Het was zo helder als glas. Dat weet ik, mevrouw. Ik weet niet hoe die reuzen erin terecht zijn gekomen. Dat was onzin. Zal ik de gordijnen open doen, mevrouw? Dan zullen we ons wel wat beter voelen. Het is een prachtige dag. Ja, graag. Rits. Daar werden de grote gordijnen opzij getrokken. Het kamermeisje gilde. Sophie zat verstijfd op de vensterbank. De koningin die overeind in bed zat met de Times op haar schoot, keek meteen op. Ze schreeuwde niet zoals het kamermeisje had gedaan. Daar hebben koninginnen te veel zelfbeheersing voor. Ze zat alleen maar in bed en staarde met grote ogen en een bleek gezicht naar het kleine meisje dat in een nachtpon op haar vensterbank zat. Sophie was als versteend van schrik. Vreemd genoeg leek de koningin al even versteend. Je zou verwacht hebben dat ze verbaasd had gekeken, zoals jij en ik als wij 's morgens bij het wakker worden een klein meisje op onze vensterbank hadden gevonden. Maar de koningin keek niet verbaasd. Ze keek echt geschrokken. Het kamermeisje, een vrouw van middelbare leeftijd met een raar kapje op haar hoofd, was de eerste die bij haar positieve kwam. Wat denk jij wel dat je hier eens hemelsnaam uitspookt, schreeuwde ze kwaad tegen de Sophie. Sophie keek hulpzoekend naar de koningin. De koningin staarde nog steeds Sophie aan, of liever gaapte haar aan, dat klopt beter. Haar mond hing iets open, haar ogen waren zo rond en open gesperd als twee schoteltjes, en op dat hele beroemde knappe gezicht stond ongeloof te lezen. Hoor eens, jonge dame, hoe ter wereld ben je hier binnengekomen? Ik geloof het niet, mompelde de koningin. Ik geloof er gewoon niets van. Ik zal hem meteen verwijderen, mevrouw, zei het kamermeisje. Nee, Mary, niet doen. De koningin zei het zo scherp dat het kamermeisje er bepaald van schrok. Ze draaide zich om en staarde naar de koningin. Wat was er in vredesnaam met haar aan de hand? Ze leek haast in een soort shocktoestand. Bent u wel in orde, mevrouw? Vroeg het kamermeisje. Toen de koningin weer sprak, was het in een vreemd verstik gefluister. Zeg eens, Mary, zei ze, zeg eens eerlijk. Zit daar echt een klein meisje op mijn vensterbank of droom ik nog? Ze zit er heus echt, mevrouw, zo duidelijk als wat. Maar de hemel alleen weet hoe ze daar is gekomen. Uwe majesteit droomt dit keer echt niet. Dat is nou precies wat ik wel gedroomd heb, riep de koningin uit. Dat heb ik ook gedroomd. Ik droomde dat er een klein meisje in haar nachtpon op mijn vensterbank zou zitten en tegen mij zou praten. Het kamermeisje staarde met haar handen ineengeklampt over haar witgesteven boezem naar haar meesteres, met een blik van puur ongeloof op haar gezicht. De situatie begon uit de hand te lopen. Ze wist niet meer hoe ze het had. Ze was er niet op getraind om met dit soort gekte om te gaan. Ben jij het echt? Vroeg de koningin aan Sophie. Ja, majesteit, murmelde Sophie. En hoe ben jij daar op mijn vensterbank terechtgekomen? Nee, niet zeggen. Wacht eens even, dat heb ik ook gedroomd. Ik droomde dat een reus jou daar heeft gezet. Dat heeft hij ook gedaan, majesteit, zei Sophie. Het kamermeisje slaakte een kreet van wanhoop en sloeg haar handen voor de gezicht. Beheers je, Mary, zei de koningin scherp. Toen zei ze tegen Sophie, dat meen je toch zeker niet, dat van die reus? Oh ja, zeker, majesteit, hij is daar buiten in de tuin. Oh ja,
zei de koningin. Het volslagen absurde van het geval hielp haar haar evenwicht te hervinden. Hij is dus in de tuin, hè? Vroeg ze en glimlachte een beetje. Hij is een goede reus, majesteit, zei Sophie. U hoeft niet bang voor hem te zijn. Ik ben blij het te horen, zei de koningin nog steeds glimlachend. Hij is mijn beste vriend, majesteit. Dat is leuk, zei de koningin. Hij is een fantastische reus, majesteit. Vast wel, zei de koningin. Maar waarom zijn jij en ik die reus bij mij op bezoek gekomen? Ik denk dat u een stuk ervan ook gedroomd heeft, majesteit, zei Sophie kalm. Daar had de koningin niet van terug. Het veegde de glimlach zo van haar gezicht. Dat stukje had ze inderdaad gedroomd. Ze herinnerde zich nu hoe aan het einde van de droom een klein meisje en een grote vriendelijke reus waren gekomen om haar te laten zien waar ze die 9 verschrikkelijke mensenetende reuzen kon vinden. Wees voorzichtig, zei de koningin tegen zichzelf, heel kalm blijven, want dit is vast en zeker niet ver van de plaats waar de waanzin begint. Dat droomt u toch, is het niet, majesteit? Vroeg Sophie. Het kamermeisje deed niet meer mee. Ze stond er alleen maar met uitpuilende ogen bij te kijken. Ja, mompelde de koningin. Ja, nu je het zegt, dat is zo. Maar hoe kun jij weten wat ik heb gedroomd? Oh, dat is een lang verhaal, majesteit, zei Sophie. Wilt u dat ik de grote vriendelijke reus roep? De koningin keek naar het kind. Het kind keek de koningin recht aan, haar gezicht open en heel ernstig. De koningin wist gewoon niet wat ze ermee aan moest. Hield iemand haar soms voor de gek, vroeg ze bij zichzelf. Zal ik hem voor u roepen? Herhaalde Sophie. U zult hem zeker aardig vinden. De koningin haalde diep adem. Ze was blij dat er niemand anders was dan alleen haar oude, trouwe Mary. Goed dan, zei ze. Je mag de reus roepen. Nee, wacht even. Mary, sta er niet zo. Geef me liever mijn ochtendjas en mijn pantoffels. Het kamermeisje deed wat haar gezegd werd. De koningin stapte uit bed en deed een lichtroze ochtendjas en pantoffels aan. Nu mag je hem roepen, zei de koningin. Sophie wendde haar hoofd naar de tuin en riep uit. GVR, haar majesteit wil je spreken. De koningin liep naar het raam en bleef naar Sophie staan. Kom van die rand af, zei ze. Straks val je nog achterover. Sophie sprong eraf de kamer in en bleef naast de koningin bij het raam staan. Mary, het kamermeisje, stond naast hem. Ze had haar handen stevig op haar heuvel geplant en er was een uitdrukking op haar gezicht dat scheen te zeggen, met deze belachelijke zaak wil ik niets te maken hebben. Nog een ogenblik, alstublieft, zei mevrouw. Zal ik haar meenemen, mevrouw? Vroeg het kamermeisje. Neem haar mee naar beneden en geef haar wat te eten, zei de koningin. Op dat moment klonk geritsel in het struikgewas bij het meer en daar kwam die tevoorschijn. 7,5 meter lang. Zijn mantel zwierig rond zijn schouders als een edelman, met zijn lange trompet steeds in zijn hand, schreed hij majestueus over het koninklijk gezond naar het raam toe. Het kamermeisje gilde. De koningin snakte naar adem. Sophie wuifde. De GVR haastte zich niet. Op waardige wijze trad hij naderbij. Toen hij vlak bij het raam was, waar zij drieën achter stonden, maakte hij langzaam een elegante buiging. Toen hij weer rechtop stond, was zijn hoofd bijna op gelijke hoogte met de toeschouwers achter het raam. Uwe majestein, zei hij, ik is uw nevelige dienaar. Hij maakte nog een buiging. In aanmerking genomen dat ze voor het eerst van haar leven een reus ontmoette, bleef de koningin verbazend koel. Wij vinden het heel aangenaam kennis met u te maken, zei ze. Beneden in de tuin kwam een tuinman met een kruiwagen over het gras aangelopen. Ineens kreeg hij aan zijn linkerkant de benen van de GVR in de gaten. Zijn blik gleed langzaam omhoog langs de volle lengte van het kolossale lichaam. Hij klemde de handvasten van zijn kruiwagen vast. Hij zwaaide heen en weer. Hij wankelde. En toen viel hij op het gras in zwijm. Niemand merkte er iets van. O majestein, riep de GVR. O koningin, o monarchas, o haantje de vorstin. O prima donna inter parias, o sultana, ik is hier bij u gekomen met mijn vriendinnetje Sophie, zodat we u allebei... De GVR aarzelde en zocht naar het goede woord. Zodat jullie bij mij allebei wat? Vroeg de koningin. U allebei stand verlenen kan, zei de GVR stralend. De koningin keek vragend. Hij praat soms wel een beetje eigenaardig, majesteit, zei Sophie. Hij heeft nooit op school gezeten.
dan moeten we hem maar naar school sturen, zei de koningin. We hebben erg goede scholen in dit land. Ik heeft uw majesteit grote geheimen te vertellen, zei de GVR. Ik wil ze heel graag horen, zei de koningin, maar niet in mijn ochtendjas. Wilt u zich aankleden, mevrouw? Vroeg het kamermeisje. Hebben jullie beiden al ontbeten? Vroeg de koningin. Oh, als dat zou kunnen, riep Sophie. Oh ja, alstublieft. Ik heb al sinds gisteren niets gegeten. Ik zou net mijn ontbijt krijgen, zei de koningin, maar Mary heeft het laten vallen. Het kamermeisje slikte. Ik neem aan dat we nog wel meer te eten hebben in het paleis, zei de koningin tegen de GVR. Misschien willen u en uw vriendinnetje mij gezelschap houden. Krijgt wij dan smeergore snoskommers, majestein? Vroeg de GVR. Wat krijgen? Vroeg de koningin. Vuilakkige snoskommers, zei de GVR. Waar heeft hij het over? Vroeg de koningin. Het klinkt onfatsoenlijk. Ze wendde zich af tot het kamermeisje en zei, Mary, vraag of ze een ontbijt voor 3 personen willen opdienen in de... Ik denk dat het maar het beste in de balzaal kan. Die heeft het hoogste plafond. Tegen de GVR zei ze, ik ben bang dat u op handen en voeten door de deur zult moeten. Ik zal iemand sturen om u de weg te wijzen. De GVR stak een hand uit en haalde Sophie door het raam naar buiten. Jij en ik zult haar en majestein even alleen laten om zich aan te kleden, zei hij. Nee, laat het kleine meisje maar bij mij, zei de koningin. We zullen iets voor haar moeten vinden om aan te trekken. Ze kan niet in haar nachtjapon ontbijten. De GVR zette Sophie weer in de slaapkamer. Kunnen we worstjes krijgen, majesteit? Vroeg Sophie. En gebakken eieren met spek? Ik denk dat dat wel zal gaan, antwoordde de koningin glimlachend. Wacht maar tot je dat proeft, zei de Sophie tegen de GVR. Vanaf nu af aan geen snoskommers meer. Het koninklijk ontbijt. Er heerste grote paniek onder het paleispersoneel toen het bevel van de koningin kwam dat een reus van 7,5 meter lang binnen een half uur samen met hare majesteit aan het ontbijt moest zitten in de grote balzaal. De butler, een indrukwekkend heerschap, meneer Tips genaamd, had het opperbevel over alle paleisbedienden en hij deed wat hij kon om in de korte tijd die hem ter beschikking stond. Een man bereikt niet de hoge positie van koninklijke butler als hij niet gezegend is met een buitengewone vindingrijkheid, aanpassingsvermogen, flexibiliteit, handigheid, slimheid, raffinement, wijsheid, discretie en nog een massa andere talenten die jij en ik niet bezitten. Meneer Tips bezat ze allemaal. Hij zat net in de butlerskamer een glas ochtendbier te drinken toen het bevel hem bereikte. In een halve seconde had hij uit zijn hoofd de volgende berekening gemaakt. Als een normale man van 1,80 meter een tafel van bijna 1 meter hoog nodig heeft, moet een 7,5 meter lange reus een tafel van bijna 4 meter hoog nodig hebben. En als een man van 1,80 meter een stoel nodig heeft met een zitting van 60 centimeter hoog, dan moet een 7,5 meter lange reus een stoel hebben die een zitting heeft van 2,5 meter boven de grond. Alles moet zo'n beetje met 4 worden vermenigvuldigd, zei minister Tips tegen zichzelf. 2 eieren voor het ontbijt moeten er 8 worden, 4 plakjes bacon moeten er 16 worden, 3 sneetjes toast moeten er 12 worden, enzovoort. Deze berekeningen van de voedselporties werden onmiddellijk doorgegeven aan monsieur Papillon, de koninklijke kok. Meneer Tips zweefde de balzaal binnen. Butlers lopen niet, ze zweven boven de grond. Gevolgd door een heel legertje lakeien. De lakeien droegen allemaal kniebroeken en ze hadden stuk voor stuk prachtig gevormde kuiten en enkels. Er is geen sprake van dat je een koninklijke lakei zou kunnen worden als je geen mooie benen hebt. Het is het eerste waar ze naar kijken als je komt solliciteren. Doe de grote vleugel naar het midden van de zaal, zei meneer Tips. Butlers verheffen hun stem nooit boven een zacht gefluister. 4 lakeien verzetten de vleugel. Haal nu een grote ladekast en zet hem bovenop de vleugel, fluisterde meneer Tips. 3 andere lakeien haalden een prachtige antieke mahoniehouten kast en zetten hem bovenop de vleugel. Dat wordt zijn stoel, fluisterde meneer Tips. Hij is precies 2,5 meter hoog. Nu zullen wij een tafel maken, zodat deze heer zijn ontbijt in alle comfort kan nuttigen. Hij haalde 4 grote staande klokken
staan er heel wat, hier her en der in het paleis. Elke klok moet 4 meter hoog zijn. 16 lakeien verspreiden zich door het paleis om naar klokken te zoeken. Ze waren niet makkelijk te dragen. Er waren voor elke klok wel 4 lakeien nodig. Zet de 4 klokken in een rechthoek van 2,5 meter bij 1,5 meter naast de vleugel, fluisterde meneer Tips. De lakeien deden wat hij zei. Haal nu de pingpongtafel van de jonge prins, fluisterde meneer Tips. De pingpongtafel werd binnengedragen. Schroef de poten eraf en breng ze weg, fluisterde meneer Tips en dat gebeurde. Leg nu de pingpongtafel bovenop de 4 staande klokken, fluisterde meneer Tips. Om dit te doen moesten de lakeien op keukentrappen gaan staan. Meneer Tips liep achteruit om het nieuwe meubilair in oogenschouw te nemen. Het is niet echt een klassieke stijl, fluisterde hij, maar het kan ermee door. Hij beval dat een damasten tafellaken over de pingpongtafel gedrapeerd moest worden. En uiteindelijk zag het er allemaal nog heel elegant uit. Op dat punt zag men meneer Tips aarzelen. De lakeien staarden hem ontsteld aan. Butlers aarzelen nooit. Zelfs niet wanneer zij door de voor aller onmogelijkste problemen worden gesteld. Het is hun taak om te alle tijden besluitvaardig te zijn. Messen, lepels en vorken, hoorde men meneer Tips mompelen. Ons bestek zal in zijn handen op speldjes lijken. Maar lang aarzelde meneer Tips niet. Zeg tegen de hoofdtuinman, fluisterde hij, dat ik onmiddellijk een splinternieuwe, ongebruikte hooivork en een schop nodig heb. En als mes nemen we een groot zwaard, dat in de ochtendkamer aan de muur hangt. Maar het zwaard eerst wel goed schoonmaken. Het is voor het laatst gebruikt om het hoofd van koning Karel de Eerste eraf te hakken. En misschien zit er nog wat opgedroogd bloed aan. Toen dit allemaal was geregeld, ging meneer Tips in het midden van de balzaal staan om het tafereel te inspecteren met zijn deskundige butleroog. Had hij iets vergeten? Jazeker. Hoe zat het met een koffiekopje voor de grote gast? Haal snel, fluisterde hij, de grootste die je in de keuken kan vinden. Een prachtige porseleinen lampetkan werd binnengebracht en op de tafel van de reus gezet naast de hooivork, de tuinschep en het grote zwaard. Dat voor zover het de reus betrof. Toen liep meneer Tips de lakei een kleine, frele tafel en 2 stoelen naast de tafel van de reus zetten. Dat was voor de koningin en Sophie. Dat de tafel van de reus zo ver boven een kleine tafeltje uitstak, daar was niets aan te doen. Alles was nog maar net in orde toen de koningin, nu helemaal aangekleed in een keurige rok en een lamsvolle vestje, de zaal binnenkwam met Sophie aan de hand. Er was een snoevige blauwe jurk die vroeger van een van de prinsessen was geweest voor Sophie opgezocht. En om haar nog mooier te maken, had de koningin een schitterende saffieren broche van haar toilettafel gepakt en op de linkerkant van Sophie de borst gespeld. De grote vriendelijke reus kwam achter hen aan, maar het was wel een heel kawaai om hem de deur door te krijgen. Hij moest zich er op handen en voeten doorheen wringen, terwijl 2 lakeien hem van achteren duwden en 2 aan hem trokken aan de voorkant. Maar tenslotte kwam hij er toch doorheen. Hij had zijn zwarte mantel uitgetrokken en zijn trompet weggelegd en nu droeg hij zijn gewone, eenvoudige kleren. Toen hij door de balzaal liep, moest hij nog op diep bukken om zijn hoofd niet tegen het plafond te stoten. Daarom merkte hij een enorme kristallen lucht er nu op. Klats! Daar liep hij met zijn hoofd tegen de lucht eraan. Een regen van glas daalde op de arme GVR neer. Potdikkers en gutskukels, riep hij uit. Wat was dat? Dat was Lodewijk de 15e, zei de koningin lichtelijk uit het veld geslagen. Hij is nog nooit binnen in een huis geweest, zei Sophie. Meneer Tips fronste zijn voorhoofd. Hij beval 4 lakeien de rommel op te ruimen. Daarna, met een klein openhartig handgebaartje, gaf hij de reus te kennen dat hij op de ladekast bovenop de grote vleugel plaats kon nemen. Wat een luxueuze blitzbukkelstoel, riep de GVR uit. Ik zal het hier zo knutselknus zitten. Praat hij altijd zo? Vroeg de koningin. Vaak wel, zei Sophie. Hij raakt soms een beetje verward in zijn woorden. De GVR ging op de ladekast zitten en keek bewonderend de balzaal rond. Alle dropsels, riep hij uit. Wat zitten wij hier in een gniffelgave kamer? Het is zo kolossalig dat ik verrekijksels en telescopen nodig heeft om te zien wat er aan de overkant gebeurt. Lakeien kwamen binnen met zilveren bladen met gebakken eieren, bacon, worstjes en gebakken aardappeltjes. Op dat moment besefte meneer Tips ineens dat hij om de GVR te bedienen
op zijn 4 meter hoge staande klokkentafel bovenop een van de grote keukentrappen zou moeten klimmen. En bovendien zou hij dat moeten doen met een warme schotel op één hand en met een enorme zilveren koffiepot in de andere. Een normale man zou bij die gedachte de haren te bergen zijn gerezen, maar de haren van Goodle Butlers reizen nooit te bergen. Daar ging hij omhoog en omhoog en omhoog, terwijl de koningin en Sophie met veel belangstelling toekeken. Het is mogelijk dat ze allebei stiekem hoopten dat hij zijn evenwicht zou verliezen en op de grond zou smakken. Maar Goodle Butlers smakken nooit. Bovenop de trap schonk meneer Tips, balancerend als een acrobaat, de GVR koffie in en zette de enorme schotel voor hem neer. Op de schotel laten 8 eieren, 12 worstjes, 16 plakken peken en een berg gebakken aardappeltjes. Wat is dit, alstublieft, majestein? Vroeg de GVR neerkijkend op de koningin. Hij heeft nog nooit van zijn leven iets anders gegeten dan snoskommers, legde Sophie uit. En die smaken walgelijk. Ze schijnen hem niet in de groei belemmerd te hebben, zei de koningin. De GVR pakte de tuinschop en schepte in 1 keer alle eieren, worstjes, beken en aardappelen op en kieperde ze in zijn reuzenmond. Chompies, riep hij. Dit spul maakt dat snoskommers haar kwallenpap smaakt. De koningin keek fronsend op. Meneer Tips keek op zijn tenen neer en bewoog zijn lippen in een onbehoorlijk gebed. Dat was maar een pritselig klein hapje, zei de GVR. Heeft u soms nog meer van dat smikkelbare voersel in de kast aan, majestein? Tips, zei de koningin met haar waarlijke koninklijke gastvrijheid, haal nog 1 dozijn eieren en 1 dozijn worstjes voor deze heer. Meneer Tips zwom de zaal uit, terwijl hij onzegbare woorden mompelde en zijn voorhoofd afwiste met een witte zakdoek. De GVR tilde de enorme lapetkan op en nam een slok. Jach! Riep hij en sproeide de inhoud van zijn mond door de balzaal. Zeg eens, wat is dit voor vieze lijken smeerspul dat ik hier drink, majestein? Dat is koffie, zei de koningin. Vers gebrand. Het is walgzaam, riep de GVR. Waar is de fropskottel? De wat? Zei de koningin. Zwalige, prikkelige fropskottel, antwoordde de GVR. Iedereen moet fropskottel drinken bij het ontbijt, majestein. Dan kant wij daarna gezellige flitspoppels met z'n allen doen. Wat bedoelt hij toch? Vroeg de koningin met gefronste wenkbrauw en Sophie. Wat zijn flitspoppen? Sophie hield haar gezicht in de plooi. GVR, zei ze, er is hier geen fropskottel en flitspoppen is streng verboden. Wat? Riep de GVR uit. Geen fropskottel, geen geflitspop, geen flukelijke muziek, geen boem boem boem. Absoluut niet, zei Sophie streng tegen hem. Als hij graag wil zingen, laat hem zijn gang maar gaan hoor, zei de koningin. Hij wil niet zingen, zei Sophie. Hij zei iets van muziek maken, ging de koningin verder. Zal ik een viool laten halen? Nee, majesteit, zei Sophie. Hij maakte maar een grapje. Een sluw glimlachje gleed over het gezicht van de GVR. Hoort eens, zei hij. Als zij hier in het paleis geen fropskottel heeft, kan ik ook wel flitspoppen zonder... als ik een beetje mijn best doe. Nee, riep Sophie, niet doen. Dat mag je niet. Toe alsjeblieft. Muziek is heel goed voor de spijsvertering, zei de koningin. Wanneer ik in Schotland ben, spelen ze vaak voor het raam op doedelzak als ik zit te eten. Speelt u gerust iets. Ik heeft hare majesteins toestemming, riep de GVR. En meteen liet hij een flits poppen vliegen, die rond alsof het een bom in de zaal ontplofte. De koningin schoot wel 1 meter de lucht in. Joepie, schreeuwde de GVR. Dat is heel wat beter dan doedelzakken, hè, majestein? Het duurde 1 paar seconden voor de koningin van de schrik was bekomen. Ik heb toch liever doedelzakken, zei ze, maar ze kon haar glimlach niet onderdrukken. De volgende 20 minuten was een hele stoet lakeien druk aan het heen en weer rennen tussen de balzaal en de keuken. Met derde en vierde en vijfde porties gebakken eieren en worstjes voor de uitgehongerde en verrukte GVR. Toen de GVR zijn 72ste ei op had, tripte hem meneer Tips naar de koningin. Hij boog als een knipmes en fluisterde haar in het oor. De kok laat zich verontschuldigen, uw majesteit, maar hij zegt dat hij geen eieren meer heeft in de keuken. Wat is er met de kippen aan de hand? Vroeg de koningin. Met de kippen is niets aan de hand, uw majesteit, fluisterde meneer Tips. Zeg dan dat ze nog wat meer moeten leggen, zei de koningin.
Ze keek op naar de GVR. Neemt u nog wat toast en wat marmelade terwijl u wacht, zei ze tegen hem. De toast is op, fluisterde meneer Tips. En ook de kok zegt dat er geen brood meer is. Zeg hem dan dat hij nog meer brood moet bakken, zei de koningin. Terwijl dat gebeurde, vertelde Sophie de koningin uitgebreid van alles en alles over haar bezoek aan Reuzenland. De koningin luisterde ontzet. Toen Sophie klaar was, keek de koningin op naar de GVR die hoog boven haar uittorende. Hij at nu een vruchtencake. Grote vriendelijke reus, zei ze. Vannacht zijn die mensen etende woestelingen in Engeland geweest. Herinner jij je waar, ze de nacht ervoor kwamen? De GVR stopte een hele vruchtencake in zijn mond en kauwde langzaam terwijl hij over deze vraag nadacht. Ja, majestein, zei hij. Ik denk dat ik mij herinner waarheen ze zei zegt dat zij gisteravond gaat. Zij galoppeert allemaal naar Spanje voor het Spaanse pepersmaakje. Haal een telefoon, beval de koningin. Meneer Tip zette een toestel op tafel. De koningin nam het hoorn op. Geef mij de koning van Spanje, zei ze. Goedemorgen, zei de koningin. Gaat alles goed in Spanje? Alles gaat belabberd, antwoordde de koning van Spanje. Er is paniek in de hoofdstad. Twee nachten geleden zijn de 26 van mijn trouwe onderdanen verdwenen. In mijn hele land is paniek uitgebroken. Uw 26 trouwe onderdanen zijn opgegeten door reuzen, zei de koningin. Ze schijnen van de smaak van Spanjaarden te houden. Waarom houden zij van de smaak van Spanjaarden, vroeg de koning. Omdat Spaanse Spanjaarden naar Spaanse peper smaken, beweert de GVR tenminste, zei de koningin. Ik weet niet waar u het over heeft, zei de koning geïrriteerd. Het is niet bepaald iets om grapjes over te maken, wanneer iemands trouwe onderdanen worden opgehapt als pepernoten. Maar ze hebben de mijn ook opgegeten, zei de koningin. Wie zijn zij in vredesnaam, vroeg de koning. Reuzen, zei de koningin. Hoor eens even, zei de koning. Voelt u zich wel helemaal lekker? Het is geen gemakkelijke ochtend geweest, zei de koningin. Eerst had ik een vreselijke nachtmerrie. Toen liet het kamermeisje mijn ontbijt vallen. En nu heb ik een reus op mijn vleugel zitten. U hebt een dokter nodig, en snel ook, riep de koning. Met mij gaat het wel, zei de koningin. Maar nu moet ik ophangen. Bedankt voor de hulp. Ze legde de hoorn op de haak. Jouw GVR heeft gelijk, zei de koningin tegen Sophie. Die negen mensen etende woestelingen zijn inderdaad in Spanje geweest. Wat afschuwelijk, zei Sophie. Doet u er alstublieft wat aan, uw majesteit. Ik zou graag nog een bewijs willen hebben voor ik mijn troepen erop afstuur, zei de koningin. Opnieuw keek ze omhoog naar de GVR. Hij zat nu kadetjes te eten. Bij tientallen tegelijk propte hij ze in zijn mond alsof het dopertjes waren. Denk eens goed na, GVR, zei ze. Waar zeiden die vreselijke reuzen dat ze drie nachten geleden heen gingen? De GVR dacht lang en diep na. Ho, ho, riep hij tenslotte. Ja, ja, ik weet het weer. Waar dan? Vroeg de koningin. Eén wild naar Thailand, zei de GVR. Toen hij langs mijn grot gegalopeerd, zwaait hij vleeslapeten met zijn armen en schreeuwt: Ik ga naar Thailand en ik ga papa Thai en mama Thai en alle 10 kleine Thai-taaitjes opknabbelen. Opnieuw nam de koningin de telefoon van de haak. Geef mij de koning van Thailand, zei ze. Binnen 5 seconden klonk een stem aan de andere kant van de lijn. U spreekt met de koning van Thailand, zei de stem. Hoor eens, koning, zei de koningin. Is er 3 nachten geleden soms iets vervelends gebeurd bij jullie? Elke nacht gebeuren hier vervelende dingen in Bangkok, zei de koning. Het zijn niet alleen bange koks die lange messen dragen. Oh, zei de koningin, maar ik wil graag weten of er bij jullie pas nog iemand verdwenen is. Nou, alleen mijn oom, zei de koning. Hij is 3 nachten geleden verdwenen uit zijn bed samen met zijn vrouw en zijn 10 kinderen. Zie je wel, riep de GVR. Die dankzij zijn voortreffelijke oren alles kon horen wat de koning van Thailand tegen de koningin zei. Dat was de vleeslapeter. Hij ging naar Thailand om mama en papa Thai en de kleutertaartjes op te kauwen. De koningin legde de hoorn weer op de haak. Nu is het wel bewezen, zei ze naar de GVR opkijkend. Jouw verhaal is kennelijk de zuivere waarheid. Laat onmiddellijk het hoofd van het leger en het hoofd van de luchtmacht hier komen. Wat stond er? Het plan.
Het hoofd van het leger en het hoofd van de luchtmacht stonden in de houding naast de ontbijttafel van de koningin. Sophie zat nog steeds op haar stoel en de GVR troonde nog steeds hoog op zijn malle zetel. Het kostte de koningin maar 5 minuten om de situatie aan de militairen uit te leggen. Ik dacht wel dat er zoiets aan de hand was, uwe majesteit, zei het hoofd van het leger. De laatste 10 jaar hebben we voortdurend rapporten gekregen van bijna alle landen ter wereld over geheimzinnige verdwijningen. Laatst kregen we nog een uit Hamburg. Voor het ketsuppige aroma, riep de GVR. En een uit Afrika, zei het hoofd van het leger. Voor het bloemige smaakje, riep de GVR. Waar heeft hij het over, vroeg het hoofd van de koningin. Dat zoek je zelf maar uit, zei de koningin. Hoe laat is het? 10 uur? Over 8 uur zullen 9 bloeddorstige reuzen erop uitgalopperen om nog een paar dozijn ongelukkige stakkers op te peuzelen. Daar moet een eind aan komen. We moeten snel optreden. We zullen die schoeiers gewoon plat bombarderen, schreeuwde het hoofd van de luchtmacht. We zullen ze overhoop schieten met machinegeweren, riep het hoofd van het leger. Ik sta afwezend tegenover moord, zei de koningin. Maar het zijn zelf moordenaars, riep het hoofd van het leger. Dat is nog geen reden om hun voorbeeld te volgen, zei de koningin. 2 kwaden maken nog niet 1 goed. En 2 zussen maken nog niet 1 zo, riep de GVR. We moeten ze levend vangen, zei de koningin. Hoe dan? Vroegen de militairen tegelijk. Ze zijn allemaal 15 meter lang. Ze zullen ons neermaaien als grasprietjes. Wacht, riep de GVR. Geen antiek. Maak je niet dun. Dik is veel mooier. Ik denk dat ik deze koffie wel kan oplossen. Laat hem uitspreken, zei de koningin. Iedere middag, zei de GVR, napt deze reuzen een kuiltje. Ik begrijp geen woord van wat die kerel zegt, snauwde het hoofd van het leger. Waarom praat hij niet wat duidelijker? Knapt een uiltje, bedoelt hij, zei Sophie. Dat is zo klaar als een klontje. Precieus, riep de GVR. Iedere middag ligt al die 9 reuzen te snorkelen, diep in slaap. Zo rust zij altijd even uit voor zij weggalopeert om nog wat porties mensbaksels te peuzelen. Ga door, zei ze. En wat dan nog? En wat jullie soldaten dan nog moeten doen is naar de reuzen toesluipen, terwijl ze nog steeds hun kuiltje napt en hun armen en benen vastbinden met machtige touwen en klonkende kettingen. Briljant, zei de koningin. Dat kan wel zo zijn, zei het hoofd van het leger, maar hoe krijgen die woestelingen mee naar hier toe? We kunnen geen 15 meter lange reuzen op vrachtauto's vervoeren, ter plaatse neerknallen, zeg ik. De GVR keek neer vanaf zijn hoge zitplaats en zei het nu tegen het hoofd van de luchtmacht. Jij heeft toch hele poepers, is het niet? Probeerde hij mij soms te beledigen, vroeg het hoofd van de koningin. Hij bedoelt helikopters, zei Sophie tegen hem. Waarom zegt hij dat niet? Natuurlijk hebben wij helikopters. Joekelgrote helipoepers, vroeg de GVR. Heel erg grote, zei het hoofd van de luchtmacht trots. Maar geen helikopter is groot genoeg om zo'n reus in te krijgen. Hoeft er ook niet in, zei de GVR. Je hangt hem onder de buik van de hele poeper en draagt hem als een torpedo. Een wat? Vroeg het hoofd van de luchtmacht. Als een torpedo, zei Sophie. Zou dat gaan, luchtmaarschalk? Vroeg de koningin. Nou, ik denk dat het eventueel wel zou gaan, gaf het hoofd van de luchtmacht met tegenzin toe. Nou, vooruit met de geit, zei de koningin. Je zult 9 helikopters nodig hebben voor iedere reus 1. Waar is het eigenlijk? Vroeg de luchtmachtman aan de GVR. Ik neem aan dat u de plaats wel precies op de stafkaart zult kunnen aangeven. Een plaats aangeven? Vroeg de GVR. Een stafkaart? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Praat dat luchtmachtbaksel soms larikul? Het gezicht van de luchtmaarschalk nam de kleur aan van verse pruim. Hij was er niet aan gewend dat men tegen hem zei dat hij larikul praatte. De koningin kwam hem te hulp met haar gewone bewonderingswaardige tact en haar gezonde verstand. GVR, zei ze, kun je ons vertellen waar het reuzenland zich zo ongeveer bevindt? Nee, majestein, zei de GVR, om de dooie drommel niet. Dan zitten we in het slop, riep de generaal. Dit is belachelijk, ze riep de luchtmaarschalk.
Jullie moet niet zo gauw opgeven, zei de GVR kam. Het eerste kleine bobstakeltje dat jullie tegenkomt en meteen begint jullie te schreeuwen en jullie miskwakkeld zijn, dat jullie miskwakkeld zijn. De generaal was er al even min aan gewend aan beledigingen als de luchtmaarschalk. Zijn gezicht begon op te zwellen van woede en zijn wangen werden opgeblazen tot ze op twee enorme overrijpe tomaten te leken. Uwe majesteit, riep hij, we hebben hier met een krankzinnige te doen. Ik wil met deze hele belachelijke onderneming niets meer te maken hebben. De koningin, die wel gewend was aan boze uitvallen van haar hoge officieren, negeerde hem volkomen. GVR, zei ze, zou jij deze twee tamelijk onnozele halzen alsjeblieft willen vertellen wat ze moeten doen? O, met alle plezier, majestein, zei de GVR. Luister goed maar naar mij, jullie twee klunskuikens. De militairen begonnen licht te trillen, maar bleven waar ze waren. Ik heeft geen flauw idee waar het wereldreuzenland ligt, zei de GVR. Maar ik kan daar altijd heen galopperen. Elke nacht galoppeert ik op en neer van reuzenland om mijn dromen in de slaapkamers van kleine kindertjes te blazen. Ik weet de weg heel goed. Dus het enige dat jullie hoeven te doen is dit. Stijgt op met die grote helipoepers van jullie en laat ze achter mij aanvliegen wanneer ik erheen galoppeert. Hoe lang gaat de reis duren? Vroeg de koningin. Als wij nu weggaan, zei de GVR, zult wij net aankomen wanneer de reuzen hun middagtukje doet. Prachtig, zei de koningin. Ze wendde zich tot een militair en zei, maak u klaar om onmiddellijk te vertrekken. Het hoofd van het leger, die zich door de hele zaak behoorlijk in zijn kuif gepikt voelde, zei, dat is allemaal wel goed en wel, uwe majesteit, maar wat doen we met die monsters nou we ze hier naartoe hebben gehaald? Maakt u zich daar maar geen zorgen over, zei de koningin. Wij zullen klaar zijn om ze te ontvangen. Maak nu maar voort, weg met jullie. Als uwe majesteit het goed vindt, zei Sophie, zou ik graag met de GVR meegaan om hem gezelschap te houden. Waar ga je dan zitten? Vroeg de koningin. In zijn oor, zei Sophie. Laat het ze maar zien, GVR. De GVR stond op van zijn hoge stoel. Hij pakte Sophie op met zijn vingers. Hij wendde zijn rechter reuzenoor tot het evenwijdig aan de grond was. Toen zette hij Sophie er voorzichtig in. De hoofden van het leger en de luchtmacht stonden er met uitpuilende ogen bij te kijken. De koningin glimlachte. Jij bent werkelijk een nogal fantastische reus, zei ze. Majestein, zei de GVR, ik heeft een heel speciaal verzoek aan u. Wat dan? Vroeg de koningin. Kan ik alstublieft in de hele poepers mijn dromenverzameling mee terugnemen? Het heeft mij jaren en jaren gekost om ze te verzamelen en ik wil ze niet graag kwijtraken. Ja, natuurlijk, zei de koningin. Ik wens jullie een goede reis. Gevangen. De GVR had door de jaren heen duizenden keren de weg van en naar Reuzenland afgelegd. Maar zoals deze keer met negende ronkende helikopters vlak boven zijn hoofd, had hij het nog nooit gedaan. Hij had de weg ook nooit eerder in het volle daglicht afgelegd. Maar nu was alles anders. Nu deed hij het voor de koningin van Engeland en hoefde hij voor niemand bang te zijn. Terwijl hij zo over de Britse eilanden galoppeerde met loeiende helikopters boven zijn hoofd, bleven mensen stilstaan met open ogen. En ze vroegen zich af wat er in vredesnaam aan de hand was. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. En zoiets zouden ze ook nooit meer zien. Zo nu en dan vingen de piloten van de helikopters een glimp op van een meisje met een bril dat in het rechte oor van de GVR zat en naar hen zwaaide. Ze zwaaiden altijd terug. De piloten stonden versteld van de snelheid van de reus en van het gemak waarmee hij over grote, brede rivieren en hoge huizen heen sprong. Maar dat was nog niet. Houd je heel goed vast, zei de GVR. Nu gaan we zo snel als een zoefkruimel. En de GVR schakelde in zijn welbekende hoogste versnelling over en begon meteen vooruit te schieten alsof er springveren in zijn benen en raketten in zijn tenen zaten. Hij flitste over de aarde als een of ander betoverde hinkstapspringer met voeten die nauwelijks de grond raakten. Zoals gewoonlijk moest Sophie diep in de kloof van het oor wegduiken om niet weggeblazen te worden. De negen piloten in hun helikopters beseften plotseling dat ze achterbleven. De reus schoot vooruit. Ze gaven vol gas, maar zelfs op volle snelheid konden ze hem nog maar net bijhouden.
In de voorste machine zat het hoofd van de luchtmacht naast de piloot. Hij had een wereldatlas op zijn knieën en bleef voortdurend van de atlas naar de grond en terug staren om te proberen uit te vinden waar ze heen gingen. Paniekerig bladerde hij de atlas door. Waar gaan wij voor de drommel naartoe? Riep hij uit. Al sla je me dood, zei de piloot. De opdracht van de koningin was de reus te volgen. En dat is precies wat ik doe. Die piloot was een jonge luchtmachtofficier met een woeste snor. Hij was heel trots op zijn snor. Hij was bovendien nergens bang voor een dol op avonturen. En hij vond dit een super avontuur. Heel spannend om naar nieuwe gebieden te gaan, zei hij. Nieuwe gebieden, schreeuwde het hoofd van de luchtmacht. Wat bedoel je verdorie met nieuwe gebieden? Dat land waar we nu overheen vliegen, dat staat niet in de atlas, is het wel? Vroeg de piloot grijnzend. Reken maar dat het niet in de atlas staat, riep het hoofd van de luchtmacht. We zijn zo de laatste bladzijde afgevlogen. Ik neem aan dat die oude reus wel weet wat hij doet, zei de piloot. Hij zal ons in het ongeluk storten, riep het hoofd van de luchtmacht en hij bibberde van angst. Op de stoel achter hem zat het hoofd van het leger, die zelfs nog banger was. Je wilt toch niet beweren dat we zomaar de atlas uitgevlogen zijn? Riep de legerchef, terwijl hij naar voren boog om mee te kijken. Dat is nu precies wat ik wel wil beweren, riep de man van de luchtmacht. Kijk zelf maar, dat is de allerlaatste kaart van de hele verrekte atlas. En daar zijn we meer dan een uur geleden overheen gekomen. Hij sloeg de bladzijde om. Net als in andere atlassen eindigde ook deze met twee blanco pagina's. Dus we moeten nu ongeveer hier zijn, zei hij. En hij zette zijn vinger op een van de blanke pagina's. Waar is het? Riep het hoofd van het leger. De jonge piloot had nog steeds een brede grens op zijn gezicht. Hij zei tegen hen, dat is waarom er altijd twee blanke pagina's achter in een atlas zitten. Die zijn voor nieuwe landen, die moet je zelf aanvullen. Het hoofd van de luchtmacht keek naar de grond naar beneden hem. Kijk nou toch eens naar deze troosteloze woestijn, riep hij. Alle bomen zijn dood en alle rotsen zijn blauw. De reus staat stil, zei de jonge piloot. Hij wuifde, we moeten landen. Die piloten namen gas terug en alle 9 helikopters landden veilig op de grote gele woestenij. Toen lieten ze een loopplank neer uit de buik. 9 jeeps, uit elke helikopter 1, kwamen de loopplank afgereden. In iedere jeep zaten 6 soldaten met een grote hoeveelheid diktouwen en zware kettingen. Ik zie helemaal geen reuzen, zei het hoofd van het leger. De reuzen is allemaal die kant op, uit het zicht, zei de GVR tegen hem. Maar als je met deze slobonkige, lawaaiige hele poepers al te dichtbij komt, dan wordt de reuzen dadelijk wakker en heeft je de propellertjes aan het schieten. Wilt u dan dat wij per jeep verder gaan, vroeg het hoofd van het leger. Ja, zei de GVR, maar jullie moeten allemaal heel erg stil doen. Geen geloei van motoren, geen geschreeuw, geen gedonderjaag en geen gegooi in de glazen. Met Sophie nog steeds in zijn oor draafde de GVR vooruit. De jeeps volgden hem op de voet. Plotseling hoorden ze allemaal een vreselijk gerommel. Het gezicht van het hoofd van het leger werd grasgroen. Het zijn kanonnen, riep hij. Daar voor ons wordt ergens oorlog gevoerd. Omkeren jullie. Moeten maken dat we hier wegkomen. Kletskul, zei de GVR. Dat lawaai is geen kanonnen. Natuurlijk zijn het wel kanonnen, schreeuwde het hoofd van het leger. Ik ben soldaat. En ik zal zeker niet weten hoe een kanon klinkt. Omkeren. Dat is alleen maar reuzen die snorkelt in hun slaap, zei de GVR. Ik is een reus en ik zal toch zeker niet weten hoe een reus snorkelt. Weet je het wel zeker? Vroeg de legerchef bezorgd. 100%, zei de GVR. Voorzichtig voorwaarts, beval de legerchef. En zo gingen ze allemaal verder. Toen zagen ze de reuzen. Zelfs op die afstand was dat genoeg om de soldaten de schrik op het lijf te jagen. En toen ze dichterbij kwamen, zagen ze pas goed hoe de reuzen eruit zagen en begonnen ze te zweten van angst. 9 afschrikwekkende, lelijke, halfnaakte, 15 meter lange woestelingen lagen her en der uitgestrekt op de grond in allerlei potsierlijke slaaphoudingen en het geluid van hun gesnurk klonk inderdaad als kanonnenvuur in een veldslag. De GVR stak een hand op. Alle jeeps stonden stil. De soldaten stapten uit. Wat gebeurt er als er een wakker wordt? Vroeg het hoofd van het leger met knikkende knieën van angst. Als er een wakker wordt, zal hij je oppeuzelen voor je pip kunt zeggen, antwoordde de GVR met een brede grijns. Mij is de enige die nu opgepeuzeld zal worden, want reuzen eet nooit reuzen. Mij en Sophie is de enige die veilig is, want ik zal het haar verstoppen als dat gebeurt.
Het hoofd van het leger deed een paar stappen naar achteren. Het hoofd van de luchtmacht ook. Ze klommen nogal haastig in hun jeeps terug, klaar om te vluchten als het nodig mocht zijn. Voorwaarts en doe dapper jullie plicht! De soldaten kropen vooruit met hun touwen en kettingen. Ze bibberden allemaal ontzettend. Niemand durfde een woord uit te brengen. De GVR en Sophie, die nu op de palm van zijn hand zat, bekeken de operatie van dichtbij. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat de soldaten bijzonder dapper waren. Elke reus werd onder handen genomen door 6 goed getrainde, efficiënte mannen en binnen 10 minuten waren 8 van de 9 reuzen ingesnuurd als rollades, terwijl ze rustig doorsnurken. De 9e, toevallig de vleeslapeter, was een probleem voor de soldaten, omdat hij met zijn kolossale lichaam op zijn rechterarm lag. Het was onmogelijk om zijn polsen en zijn armen aan elkaar te binden zonder die arm onder hem uit te trekken. Heel behoedzaam begonnen de 6 soldaten die vleeslapeter moesten vastbinden aan de reuzenarm te sjorren om hem te bevrijden. De vleeslapeter deed even zijn kleine zwarte varkensoogjes open. Wie van jullie rotknuppels zit er aan mijn arm? Brulde hij. Is jij dat, loederlijke mensenmepper? Plotseling zag hij de soldaten. Hij schoot overeind. Hij keek om zich heen. Hij zag nog meer soldaten. Brullend sprong hij op. De soldaten bleven verstijfd van schrik onbewegelijk staan. Ze hadden geen wapens bij zich. Het hoofd van het leger zette zijn jeep in de achteruit. Mensbaksels! Krijste vreeslapeter. Wat doet jullie, flunsklungelige, smeergore, halfgare mensbaksels hier in Reuzenland? Hij stak zijn hand uit en graaide een soldaat van de grond. Vandaag zal ik eens lekker vroeg eten, schreeuwde hij, terwijl hij de arme, kronkelende soldaat op armlengte voor zich uithield, bulderend van het lachen. Sophie, die op de palm van de GVR's hand stond, keek met afgrijzen toe. Doe iets, riep ze, vlug voor hij hem opeet. Zet dat mensbaksel neer, schreeuwde de GVR. De vleeslapeter draaide zich om en staarde naar de GVR. Wat voert jij hier uit met deze grottige gribbersjes, bulderde hij. Jij maakt mij erg wantrouwelijk. De GVR stormde op de vleeslapeter af, maar de kolossale 15 meter lange reus sloeg hem tegen de grond met een klein tikje van zijn vrije andere arm. Op hetzelfde ogenblik viel Sophie van de handpalm van de GVR op de grond. Haar hersens werkten koortsachtig. Ze moest iets doen, ze moest. Ze herinnerde zich die saffieren broche die de koningin op haar borst had gespeld. Vlucht maakte ze hem los. Jou zult ik lekker langzaam opsmikkelen, zei de vleeslapeter tegen de soldaat in zijn hand. En dan zal ik nog eens 10 of 20 van jullie meizerige kleine kakkerlakken opsmikkelen. En jullie kan mij niet ontsnappen, want ik galoppeert wel 50 keer zo snel als jullie. Sophie rende van achter naar de vleeslapeter toe. Ze hield de broche tussen duim en wijsvinger. Toen ze vlak achter de grote, blote, harige benen was, ramde ze de 8 centimeter lange speld van de broche zo hard als ze maar kon in de rechte enkel van de vleeslapeter. Hij ging diep het vlees in en bleef daar. De reus gaf een gil van pijn en sprong hoog de lucht in. Hij liet de soldaat vallen en greep naar zijn enkel. De GVR, die wist wat een lafaard de vleeslapeter was, zag zijn kant schoon. Jij is door een slang gebeten, schreeuwde hij. Ik zag hem jou bijten. Hij was een verschrikkelijke giftelijke adder. Hij was de schuwelijke, vaarlijke antweeradder. Red onze zielenpoten, brult de vleeslapeter. Luid de noodtrompet. Ik is gebeten door een koudvurige, venijnige antweeradder. Loeiend als een misthoorn zakte hij op de grond neer en greep met beide handen zijn enkel beet. Zijn vingers voelden de broche. De gifttanden van de giftadder zit nog in mij, gilde hij. Ik voel de tanden in mijn enkel zitten. De GVR zag zijn tweede kant schoon. Wij moeten meteen die gifttanden eruit trekken, riep hij. Dat zal de giftsappen van deze vaarlijke adder tegenhouden, zodat ze niet langs je been omhoog kruipt naar je hart. De vleeslapeter pakte zijn enkel stevig met beide handen beet. Nu doet jij je ogen dicht en kauwt je tanden op elkaar. Kijkt omhoog en schiet een gebedje af, terwijl ik de tanden van de gifadder eruit trek, zei de GVR. De doodsblange vleeslapeter deed precies wat hem werd gezegd. De GVR gaf een seintje dat hij het touw moest hebben. Een soldaat rende ermee naar hem toe. Omdat de handen van de vleeslapeter zijn enkel vasthielden, was het een koud kunstje voor de GVR zijn handen en enkels aan elkaar te binden met een stevige knoop. Nu trek ik de griezelijke addertanden eruit, zei de GVR terwijl hij de knoop aantrok.
Doet het vlug, schreeuwde de vleeslapeter, voor ik mijn laatste pijp uitblaast. Ziezo, zei de GVR en stond op. Nu mag jij je ogen weer open doen. Toen de vleeslapeter zag dat hij lag vastgebonden als een braadkip, gaf hij een gil zo hard dat de hemel beefde. Hij rolde en wentelde, hij vocht en hij wriemelde, hij kromde en kronkelde, maar hij kon niets doen. Mooi werk, riep Sophie. Mooi werk van jou, zei de GVR en keek glimlachend op het kleine meisje neer. Jij heeft al onze levens gered. Wil je alsjeblieft de broche voor mij terughalen, zei Sophie. Hij is van de koningin. De GVR trok de prachtige broche uit de enkel van de vleeslapeter. De vleeslapeter loeide. De GVR veegde de speld af en gaf hem aan Sophie terug. Gek genoeg was geen van de 8 andere reuzen wakker geworden van al deze herrie. Wanneer je maar 1 uur of 2 per dag slaapt, slaap je extra dubbel diep, legde de GVR uit. De hoofden van het leger en de luchtmacht kwamen weer met hun jeeps naar voren gereden. Hare majesteit zal wat tevreden zijn over mij, zei het hoofd van het leger. Ik krijg vast een medaille. Wat gaan we nu doen? Nu rijden jullie allemaal naar mijn grot om mijn potten met dromen in te laden, zei de GVR. Voor dergelijke flauwekul hebben wij geen tijd, zei de GVR. De koningin heeft het bevolen, zei Sophie. Ze zat nu weer op de hand van de GVR. Dus reden de 9 jeeps naar de grot van de GVR en begon met de grote dromeninlaadoperatie. Er waren alles bij elkaar 50.000 potten die ingeladen moesten worden. Het duurde wel meer dan 1 uur voor het karwei geklaard was. Terwijl de soldaten aan het inladen waren, verdwenen de GVR en Sophie over de bergen voor een geheimzinnige boodschap. Toen ze terugkwamen, droeg de GVR een zak ter grootte van een klein huis over zijn schouder. Wat heb jij daar? Wilde het hoofd van het leger weten. Nieuwsgierigheid kent geen tijd, zei de GVR en wendde zich van de domme kerel af. Toen hij zich ervan had vergewist dat al zijn kostbare dromen veilig in de jeeps waren gelaten, zei de GVR, nu rijden wij weer terug naar de hele poepers en gaan wij de verschrikkelijke reuzen oppikken. De jeeps reden terug naar de helikopters. De 50.000 dromen werden voorzichtig pot voor pot de helikopters ingedragen. De soldaten klommen weer aan boord, maar de GVR en Sophie bleven op de grond. Toen keerden zij terug naar de plaats waar de 9 reuzen lagen. Het was een mooi gezicht, die grote toestellen boven de vastgebonden reuzen te zien hangen. Het was een nog mooier gezicht, de reuzen wakker te zien worden van het gebulder van de motoren boven hun hoofd. En nog het mooiste gezicht van alles was die 9 wanstaltige monsters op de grond te zien wentelen en kronkelen als een massa reuzenslangen om te proberen van hun touwen en kettingen te bevrijden. Ik is geflusbunkerd, brulde de vleeslapeter. Ik is gestoethaspot, gilde de kinderkouwer. Ik is gespitsroedeld, bulde de bottenkraker. Ik is gepimpelmoest, jankte de mensenmepper. Ik is gezwamstraald, krijste de meisjesstamper. Ik is geschobbejakt, schreeuwde de schrokschranzer. Ik is gewatjekoud, loeide de bloedbottelaar. Ik is gehazenpeperd, raasde de slagersjongen. Ik is geslopschamperd, tierde vleeshakker. De 9 reuzen transporthelikopters zochten elke reus uit en bleven recht boven hem hangen. Geweldig sterke staalkabels met haken aan het eind werden van de achterkant en voorkant van de helikopters neergelaten. De GVR maakte de haken aan de kettingen van de reuzen vast, een haak bij de benen en een andere bij de armen. Toen werden de reuzen langzaam opgetakeld. Ze brulden en bulderden, maar ze konden er niets tegen doen. De GVR galoppeerde met Sophie weer gezellig in zijn oren weg naar Engeland. De helikopters wenden zich en volgden hem. Het was een verbazingwekkend gezicht. Die 9 helikopters die daar door de lucht vlogen met elk een stevig ingesnoerde reuzen eronder hangend. De reuzen zelf moeten het een interessante belevenis gevonden hebben. Ze bleven maar doorbrullen, maar hun gebrul werd overstemd door het gelawaai van de motoren. Toen het donker begon te worden, deden de helikopters sterke zoeklichten aan en richtten deze op de voor hen uitgegalopperende reus om hem niet uit het gezicht te verliezen. Ze vlogen de hele nacht door en kwamen in Engeland aan, net op het ogenblik dat de dag aanbrak. Voedertijd. Terwijl de reuzen gevangen werden, was er thuis in Engeland een drukte van belang. Iedere grondwerker en graafmachine in Engeland werd ingeschakeld om de kolossale kuil te graven waarin de 9 reuzen voortaan gevangen zouden zitten. 10.000 mannen en 10.000 machines werkten zonder ophouden de hele nacht door bij het licht van sterke schijnwerpers. En nog was het gigantische karwei maar net op tijd geklaard.
De kuil zelf was ongeveer 2 keer zo groot als een voetbalveld en 150 meter diep. De wanden waren loodrecht en de ingenieurs hadden uitgerekend dat de reus er op geen enkele manier uit zou kunnen ontsnappen als hij er eenmaal in zat. Zelfs als alle 9 reuzen op elkaar schouder gaan staan, dan nog zou de bovenste reus nog zo'n 15 meter van de bovenrand van de kuil af zijn. De 9 reuze transporthelikopters hingen boven de geweldige kuil. 1 voor 1 werden de reuzen op de bodem neergelaten, maar ze waren nog steeds vastgebonden en nu kwam het lastige werkje hun touwen los te maken. Niemand wilde naar beneden om dat te doen, want zodra een reus vrij was, zou hij de arme ziel die hem had bevrijd zeker meteen pakken en oppeuzelen. Zoals gewoonlijk wist de GVR raad. Ik heb je al eerder gezegd, zei hij, dat reuzen nooit reuzen opeet. Dus zal ik naar beneden gaan en ze in een halsomdraai losmaken. Terwijl duizenden gefascineerde toeschouwers, waaronder de koningin, in de kuil neerkeken, werd de GVR aan een touw neergelaten. 1 voor 1 maakte hij de reuzen op, los. Ze stonden op, strekten hun stijve ledematen en begonnen wild van woede rond te springen. Waarom stopt zij ons hier in dit sompel slobberige rotgat? Schreeuwde zij de GVR toe. Omdat jullie mensbaksels oppeuzelt, antwoordde de GVR. Ik heb jullie daar nog zo voor gewaarschuwd en jullie heeft er nooit een kippenzitje noties van genomen. In dat geval, brulde de vleeslapeter, denk ik dat wij jou dan maar zat oppeuzelen. De GVR greep het bengelende touw en werd nog maar net op tijd uit de kuil omhoog gehesen. De grote uitpuilende zak die hij mee terug had gebracht uit Reuzenland lag bij de rand van de kuil. Wat zit daarin? Vroeg de koningin hem. De GVR stak een arm in de zak en haalde er een enorm zwart-wit gestreept ding ter grootte van de mens uit. Snoskommers, riep hij. Dit is de walgbare snoskommer, majestein. En dat is alles wat wij die vuillakkerige reuzen voortaan te eten zal geven. Mag ik ervan proeven? Vroeg de koningin. Niet doen, majestein, niet doen, riep de GVR. Dat smaakt naar trolkledder en zwijnsmurrie. Met die woorden gooide hij de snoskommer omlaag naar de reuzen. Daar heeft jullie je avondeten, schreeuwde hij. Neem daar maar eens een smakje van. Hij viste nog wat snoskommers uit de zak en gooide ze naar beneden. De reuzen loeiden en scholden in de diepte. De GVR lachte. Zo krijgt zij hun trek thuis, zei hij. Wat zullen we ze te eten geven wanneer de snoskommers op zijn? Vroeg de koningin aan hem. Die raakt nooit op, majestein, antwoordde de GVR glimlachend. Ik heb in de zak ook nog een hele bos snoskommerplanten meegenomen, die ik met uw permissie aan de koninklijke tuinman wilt geven om in de grond te zetten. Dan heeft wij voor altijd voorraad van dat smeergore voedsel om deze dorstbloedige reuzen mee te voeren. Wat een knappe kerel ben je toch, zei de koningin. Je hebt dan misschien niet veel geleerd, maar je bent niet op je achterhoofd gevallen. Dat zie ik zo. De schrijver. Alle landen van de wereld die in het verleden door de gemene mensenetende reuzen waren bezocht, stuurden telegrammen met gelukwensen en dankbetuigingen aan de GVR en Sophie. Koningen en presidenten en eerste ministers en allerlei soorten heersers overstelpten de enorme reus en het kleine meisje met complimentjes en bedankjes. En bovendien met allerlei medailles en cadeaus. De heerser van India stuurde de GVR een grandioze olifant. Precies wat hij zijn hele leven lang al had willen hebben. De koning van Arabië stuurde aan ieder een kameel. De lama van Tibet stuurde ze ieder een lama. Zwitserland stuurde ieder 100 alpinopetten. Afrika stuurde ze bakken vol Afrikaantjes. De koning van Spanje stuurde ze een grote zak Spaanse pepers. Perzië stuurde ze prachtige tapijten. Er kwam geen einde aan de dankbaarheid van de wereld. De koningin zelf gaf bevel dat onmiddellijk in het grote park naast haar eigen paleis een speciaal huis met ontzaglijk hoge plafonds en enorme deuren gebouwd moest worden waar de GVR in kon wonen. En er moest een snoezig klein huisje naast worden gezet voor Sophie. Het huis van de GVR moest een speciale dromenopslagkamer krijgen met 100 planken erin waar hij zijn geliefde pot op kon zetten. Bovendien kreeg hij de titel van Koninklijke droomblazer. Hij mocht iedere nacht van het jaar naar iedere plaats in Engeland galopperen om zijn prachtige pronksjuweeltjes door het raam naar binnen te blazen bij slapende kinderen. En zijn brievenbus stroomde vol met miljoenen brieven van kinderen die hem vroegen bij hem langs te komen.
Intussen kwamen toeristen van over de hele wereld aangestroomd om vol verbazing naar de negen angstaanjagende reuzen de grote kuil te staren. Ze kwamen speciaal als het voedertijd was, wanneer de snoskommers naar beneden werden gegooid door de oppasser. Het was een hele belevenis om het geloei en gebrul van afkeer uit de kuil te horen opklinken wanneer de reuzen op het smerig smakende groente op aarde begonnen te kauwen. Er gebeurde maar één ongeluk. Drie domme mannetjes, die te veel bier hadden gedronken tussen de middag, besloten over het hoge hek dat om de kuil heen stond te klimmen en natuurlijk vielen ze erin. Er klonken verrukte kreten van de reuzen beneden, gevolgd door het kraken van botten. De hoofdoppasser liet onmiddellijk een groot bord op het hek hangen. Attentie, het is verboden de reuzen te voederen. Daarna gebeurden er geen ongelukken meer. De GVR sprak de wens uit om echt goed te leren praten en Sophie zelf, die van hem hield als van een vader, bood aan hem elke dag les te geven. Ze leerde hem zelfs hoe hij zinnen moest spellen en schrijven en hij bleek een bijzonder intelligente leerling. In zijn vrije tijd las hij boeken. Hij werd een geweldig lezer. Hij las alles van Charles Dickens, die hij niet langer Dahl's Chickens noemde, en alles van Shakespeare en letterlijk duizenden andere boeken. Hij begon ook opstellen te schrijven over zijn eigen vroegere leven. Toen Sophie een paar gelezen had, zei ze, dit is heel goed. Ik denk dat jij misschien wel eens een echte schrijver kunt worden. Oh, dat zou ik fantastisch vinden, riep de GVR. Denk je dat echt? Ik weet het zeker, zei Sophie. Waarom begin je niet met een boek over jou en mij te schrijven? Goed, zei de GVR. Ik zal het proberen. En dat deed hij. Hij werkte er hard aan en tenslotte was het klaar. Een beetje verlegen liet hij het aan de koningin zien. De koningin las het haar kleinkinderen voor. Toen zei de koningin, ik denk dat we dit boek maar echt moeten laten drukken en uitgeven, zodat andere kinderen het ook kunnen lezen. Dat was geregeld, maar omdat de GVR een bescheiden reus was, wilde hij er niet met zijn eigen naam op zetten. Hij gebruikte liever de naam van iemand anders. Maar vraag jij je misschien af, waar is dat boek dat de GVR heeft geschreven? Hier is het. Je hebt het net uitgelezen.